Hallo stelletje gekke goochelaars, ik ben Rick van Urban Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL Gameplay met vandaag Harry Potter en de Half-Blood Prince. De vorige aflevering van de XXL Gameplay, die van God of War 3 van meer dan 6 uur lang, is door superveel kijkers helemaal afgekeken. Oftewel, mensen zijn niet vies van een XXL gameplay met een flink aantal extra X's erin. Daarom doe ik het vandaag verdorie nog een keer. Eén game in één video helemaal uitspelen. Nu ga ik eerlijk met je zijn, Harry Potter 6 is niet de beste Harry Potter game. Maar het is ook niet de allerslechtste Harry Potter game. De game is op zich best wel leuk, er is niet heel veel mis mee, maar het is gewoon veel van hetzelfde. En het wordt soms een klein beetje saai, net als mijn kanaal. Dus ga lekker zitten en zoals rapper Shores zou zeggen, yeah, let's go! Verder kreeg ik laatst een reactie van iemand die zei, Rick, weet je, als je geen fan bent van Harry Potter, dan ben je op jouw kanaal niet bepaald aan het juiste adres. En ik dacht, ja, kijk wel gelijk in met Lego Harry Potter, de Harry Potter kerststreams, de Harry Potters in de XXL gameplays. Ik doe redelijk veel met Harry Potter. Nou scheelt het dat ik deze video gewoon vol ga proppen met een heleboel gare feitjes. Ik ga het hebben over overlijdingsverzekeringen en de handel daarin. Lightproducten, huilende baby's in de stiltecoupé. Er komt genoeg troep aan bod. Zelfs als je niet houdt van Harry Potter, misschien nog leuk is. Verder heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, ik speel de game met Nederlandse stemmen. En het slechte nieuws is, ik speel de game met Nederlandse stemmen. Sommige mensen hebben daar echt een hekel aan. Onbreekbare eet af. Zweer jij, Severus Snape, dat je Draco zult beschermen? Zweer je dat als Draco faalt, jij de opdracht van de Heer van het Duister zult uitvoeren? Ik zweer het. Dat is Jerry van Totally Spies, de stem die je hoort. En de stem van de schurk uit Professor Layton en de melodie van het spook. Het valt dus op dat in de Nederlandse stemacteurwereld zijn heel weinig mensen actief. Dus heel vaak hoor je voor een heleboel karakters allemaal dezelfde stem. Hey, stemacteurwereldje, als jullie nog een stemacteur nodig hebben, ik heb een stem. Niet die ene die je krijgt als je 18 bent, het stemrecht gebeuren. Die kan je ook van me kopen, maar dat is illegaal. Moeten we eventjes buiten deze video ombespreken. Verder moet ik zeggen, qua beeldkwaliteit is de game nog best goed. 2009, niet verkeerd. Hey, Harry! Hoi, Ginny. Harry, je bent gekozen. Je bent aanvoerder van het zwerkbalteam. Ik wist dat Yay. Je kon. Maar je hebt de hele zomer niet gevlogen, dus ik zou maar gaan oefenen. Vooruit, meneer de uitverkorene. Je mag mijn bezem wel lenen. Hey, Ron. Bedankt. Mag ik ook je zusje lenen voor, zeg maar, kindbare redenen? Ik moet het iedere keer weer even opnoemen. Ik blijf het heel raar vinden dat Harry Potter van alle meisjes die hij kan daten gaat voor Ron's zusje. Misschien dat J.K. Rowling probeerde grenzen te verleggen of zo, maar ik sta open voor een heleboel dingen en ik ben heel vaak juist een hele rationele jongen. In principe is er niks mis met het zusje van je beste vriend daten. Alleen, ja, ik zou het persoonlijk gewoon niet heel erg waarderen als het mij overkomt. Weet je wel, het zijn gewoon van die dingen, ja, ze kunnen gebeuren, er is niks mis mee, maar moet het nou, moet het nou? Het scheelt wel, als je het zusje van je beste vriend date, of je beste vriend date jouw zusje, dan kun je wel nog vaker chillen met je beste vriend. Je bent zelfs daadwerkelijk familie. Je broer is een echte broer geworden, precies. En voor de rest, het ding met deze game is een beetje dat de game op zich is, ik heb het gevoel alsof er best wat liefde in zit. Als je kijkt hoe de game er grafisch uitziet, maar een probleem met de filmgames is heel vaak gewoon tijd. Ik heb even gecheckt, de hoeveelheid tijd tussen Harry Potter 5 en Harry Potter 6 is nog best veel. Er zitten namelijk 2 jaar tussen, echt precies 2 jaar tussen de 5e en de 6e film. Dus de meeste Harry Potter films zit vaak maar een jaartje of zo. Het is best moeilijk als je maar een jaar de tijd hebt om de game te maken. En dan ga je ervan uit dat je meteen begint met de 6e game, zodra de 5e game zijn maar in de schappen. Het probleem met filmgames zijn vaak heel slecht, want ze maken de game, die komt vaak tegelijkertijd uit met de film. Dus vaak maak je een game gebaseerd op een film die nog niet uit is. Dat met de eerste Harry Potter game, misschien wisten ze toen nog niet eens hoe een aantal karakters eruit zagen in de film. Dan moet je ze wel in de game gaan stoppen. Dat is problematisch. Bij deze game merk je vooral dat ze hadden heel veel tijd nodig, echt heel veel.
Deze game is in principe best leuk, maar het is heel veel hetzelfde. Zeg maar meer dan 50% van de game is zwerkballen. Wat alleen maar dit is, door stervormige ringen vliegen. Een groot deel is toverdranken, wat we zo meteen uitgebreid gaan zien. En een groot deel is duelleren. Eigenlijk is dat de hele game. Gewoon 3 minigames, een soort Mario Party. Maar er zijn maar 3 games om over te partyen. Maar gelukkig, ik ga proberen het allemaal heel gezellig en interessant te houden. Door een hele hoop interessante dingetjes te gaan vertellen. Tenminste, ik vond het zelf soort van interessant. Daarom leek het me geinig erover te lullen. Slodderig heeft geen schijvenkans. Hermeline en Ron zoeken je. Ik zou maar naar ze toe gaan. Vooruit. Oké, bye. Zwerkbal is wel super vet. Wel de toverversie, niet de echte versie. Ik snap ook alweer waarom Harry voor Ginny gaat. Ginny is een hartstikke leuke meid. Vooral Harry Potter 6 PC game Ginny. Je had al klaar kunnen zijn als je niet voor de vierde keer had opgeschreven. Wanneer ben je aangekomen? Ongeveer een half uur geleden. Heeft Ron het niet gezegd? Dat wilde ik, maar ik kreeg er geen woord tussen. Als je deze klusjes voor je moeder had gedaan, had ik niet met je hoeven praten. Maar wil dat we voor mij is Hermeline trouwens de stem van Dora. Not sure. Het is sowieso de stem van de eerdere Hermelines in de eerdere games. En een van die Hermelines was ook de stem van Dora. Trouwens, wat ook heel lame is. De Harry Potter 5 en 6 games hebben een soort nieuw iets. Door ze te verplaatsen is alles door elkaar geklutst. Snel, smijt ze in de vijver. Snel! Je kunt ze niet daarin gooien. Dat is veiliger dan omspoelen. Wie weet wat Fred en George erin gebrouwen hebben. Het begin van de game zit trouwens vol met cutscenes. Later in de game kun je gewoon lekker spelen. Die filmpjes zijn voor mij een beetje irritant, want ik kan mijn verhaal niet vertellen. Ik weet niet wat er gebeurt als je een vis liefdesdrank voert. Jij wel? Misschien worden ze wel verliefd op je. Hermeline, blub, blub, ik hou van je. Tuurlijk, Ronald. Wat ontzettend volwassen van je. Kom op, Harry. We moeten die ketels kwijtraken, voor mam begint te poepen. Het ding met deze games is, ik heb een beetje het gevoel alsof ze gemaakt zijn voor de Wii. Voor mij is de Wii-versie van deze game exact hetzelfde. Ik wou dat dit naar iedere toverdrankles moet. Deze games zijn wel gemaakt rond de tijd dat de Nintendo Wii heel populair was. Dus deze games focussen heel erg op motion controls. In deze games moet je dus heel erg je muis bewegen of je Wii-controller om de spreuk te doen. Dat je daar staat van, oeh, Wingardium Leviosa, Expelliarmus. Wat in principe heel leuk is, alleen op de computer is het vaak gewoon heel irritant. Dus je moet bepaalde muisbewegingen doen voor bepaalde spreuken. Voor de rest zijn alle spreuken precies hetzelfde als in Harry Potter 5. Briljant. Mam zou ze ons met de hand laten schrobben. Dan waren we met kerstmis nog bezig. Leer toch eens wat schoonmaakspreuken. Wie heeft er nou zin om schoon te maken? Dit was een stuk leuker. Dat was wel geinig, ja. Ben ik het mee eens. Ik geloof dat deze game ook niet zo heel lang is. Vooral de eerste paar games zijn redelijk kort maar krachtig. En het leuke is... Waarom slaat rond? Ik weet het niet. Maar dat leidt naar Odius een oorlog. Dus, Weinstein Express. Draco is een dooddoener. Ik moet zeggen, de cutscenes in de game zijn nog best wel goed gedaan. Het geeft best wel duidelijk het verhaal weer, zeg maar, van het zesde boek. Waarom zou Malfi dus anders bij Odius in oorlog zijn? Dat ga ik uitzoeken. Als ik de onzichtbaarheidsmantel gebruik, merkt hij nooit dat ik hem afluister. Toch? Strak plan. Keiharde spionage. Ga maar vast. Ik wil even iets checken. Petrificus Totalus! Weer aan het rondsluipen en afluisteren, Potter! Ik wist dat ik hier iemand omhoog zag klimmen. Nou, goede reis terug naar Londen, Potter! Potter! Oh, hallo Harry. Wat doe jij nou daar beneden? Wat deed je daar nou op de grond? Ik probeerde erachter te komen wat Malfi dus van plan was. Hij is een dooddoener, ik weet het zeker. Ik had mijn onzichtbaarheidsmantel om, maar hij heeft me vast gezien toen ik op het bagagerek klom. Misschien zag hij je knaarkloppertjes. Mijn... wat? Ze hebben ook nog soort van gezichtsuitdrukkingen en zo bij de karakters erin verwerkt nu. Daarmee kun je knaarkloppertjes zien. Zo heb ik jou ook gevonden.
Jouw hersens zitten er vol mee. Goed. Goed. We gaan naar het kasteel. We zitten al in de problemen omdat we te laat zijn. Oké. Maar ik ben wel bang dat ik mijn nek breek in het donker. Misschien moeten we Lumos gebruiken. Hoe breek je je nek in het donker? Ik neem aan dat je meer spreekwoordelijk je nek breekt. Over je nek breken gesproken. Afgelopen week had ik was er een forumpost en de vraag was... Hey mensen, hebben jullie toevallig wel eens ooit iemand dood zien gaan? Gewoon recht voor je ogen. En er was een man die zei, ja, dat heb ik. Dat was ook de vraag. Verbindend. Een mysterie. En we zijn nog maar net terug. We rapen het op. Hij vertelde dat hij ging naar de bioscoop toe en hadden ze een hele grote roltrap. En een man die wilde zo over de reling van de roltrap glijden, viel achterover. Echt gewoon één verdieping naar beneden met zijn nek op de reling van een andere roltrap. Gewoon boom. In één keer dood. Moraal van het verhaal is voornamelijk, pas op. In dit soort verhaal laat je gewoon echt daadwerkelijk zien hoe snel je opeens gewoon dood kan zijn. Het is echt bizar. Een gevaar zit in een heel klein hoekje. Vooral als je het zelf op gaat zoeken. Toevallig is een van mijn onderwerpen de handel in overlijdensverzekeringen. Aangezien ik hier afgelopen week over hoorde en ik vond het heel interessant. Mijn stiefvader die zit in de verzekeringen, dus die weet daar redelijk veel vanaf. Daar ben ik redelijk zeker in. En het idee is dus dat de meeste verzekeringen werken met kans. Dus bijvoorbeeld, je verzekert je auto. Je betaalt ieder jaar de verzekering van je auto. Maar de meeste jaren heb je geen ongeluk, maar andere mensen wel. Dus dan kunnen ze die andere mensen die wel ongeluk hebben weer betalen van jouw verzekeringsgeld. Dat heb ik wel eens uitgelegd in een video. Dat is hoe verzekeringen werken. Je verzekert je huis en als het in één keer afvikt, krijg je je geld terug. Als het niet afvikt, ben je je geld kwijt. Het is een soort omgekeerde loterij, zeg maar. Zelfs als je wint, ben je niet heel tevreden, krijg je gewoon je geld weer terug. Maar er is één verzekering heel bijzonder. De meeste verzekeringen kan het dus zijn dat je je hele leven betaalt, maar je krijgt nooit je geld terug. Maar er is één verzekering waar 100% zeker is dat de verzekering je moet betalen. Namelijk de overlijdensverzekering. Op het moment dat jij, je kan jezelf nu verzekeren dat als jij nu doodgaat, opeens, omdat je je rug breekt en omdat je hele gevaarlijke stunts aan het doen bent, dan is een uitvaart is best wel vaak een duur grapje. Dus dan zegt de verzekeraar, hey, wij betalen je uitvaart. Uitvaart is toch al gauw een eurotje of 10.000 hoor. Met de kist en de crematie en de cake en de receptie. Zoals jullie weten, proberen iedere dag duistere krachten dit kasteel binnen te dringen. Om die reden heb ik besloten dat de duelleerclub dit jaar weer terugkomt. Yay! Goed. Wat is er met de hand van Perkamentus? Van Slakhoorn, die weer terug is als leraar toverdranken. What up, what up? Van leraar verweer tegen de zwarte kunsten wordt dit jaar vervuld door professor Snee. Nee, hoe kan Perkamentus dat doen na alles wat hij heeft geflikt? Oh nee. Ik zweer plechtig dat ik Snowden kwam. Hey, dat is uitwegwijzer. Was je er weer? Volgens mij is het trouwens van alle Harry Potter games, Harry Potter 6, degene die ik het minst heb gespeeld. Het zou eigenlijk, ik heb 5 en 6 net zo vaak gespeeld, maar ik heb 5 laatst gedaan voor de XL gameplay, dus. Ik dacht dat u bij toverdranken zou zijn, meneer Potter. Of wilt u soms geen schouwer meer worden? Ik moest toch een uitmuntend halen voor mijn slijmbal? Wel, toen professor Snape nog les gaf in toverdranken. Maar professor Slughorn neemt graag genoegen met studenten die een bovenverwachting hebben gehaald voor hun slijmbal. Netjes. Geweldig. Ik ga er meteen naartoe. Het ding is dus, maar de meeste verzekeringen... Oh, stop met filmpjes. Ik wil gewoon een verhaal vertellen, man. Geen idee hoe we komen nu de schouwers het halve kasteel hebben afgesloten. Ik zou het haast onthoofde Henk vragen. Die kan steeds overal komen. Henkie. Als je hulp nodig hebt, druk op N om hazend hoofd Henk te roepen. Harry? Zo de knetter. Hoe gaat het in dit nieuwe schooljaar? Jullie staan vast weer te trappelen om de zwerg te winnen. Trappelen! Ja, maar nu moeten we naar toverdranken. Weet jij hoe we om de beveiliging heen kunnen? Maar natuurlijk. Volg mij maar. Ik help jullie met plezier. Snape geeft tenminste geen toverdranken dit jaar. Hoe zou Slughorn zijn? Fantastisch. En kijk, in Harry Potter 5 had je dus zo'n systeem. Dat, omdat het, in Harry Potter 5 en 6 moet je echt open door Zwijnstein heen lopen. En het kasteel is gewoon gigantisch. Dus hebben ze gezegd, we creëren een soort tom-tom voor je in de hand van, aan de hand van voetstapjes in Harry Potter 5. Maar die voetstapjes werkten vaak niet. Ze updaten niet zo snel. Dus heel vaak loop je de verkeerde kant op. Dat zie je ook vast in mijn XXL gameplay van Harry Potter 5. Dus in Harry Potter 6, in plaats van de voetstappen Tom Tom, heb je nu de Henk Henk. En die is een stuk makkelijker te volgen. Nu weet je altijd welke kant je op moet. Dus, eindelijk verder met het verhaal.
De verzekeringen zijn dus meestal voor een kans dat iets gebeurt, maar de dood is onvermijdelijk. Allemaal gaan we een keertje dood. Dus die verzekering is heel anders, want ze weten sowieso al dat ze je moeten gaan betalen. Vandaag de dag kun jij ook al een overlijdensverzekering nemen. Het kost je echt een euro per maand, aangezien de kans dat jij en ik doodgaan heel klein is. Ik geloof dat ze ook bepaalde regels daarvoor hebben, dat het geldt wel pas als je een jaar later doodgaat, voordat je denkt, oh, ik maak mezelf morgen van kant, laat ik gauw een overlijdensverzekering nemen. Ik geloof dat dat niet mag. Maar zelfs in gevallen van zelfmoord wordt voor mij gewoon de overlijdensverzekering uitgekeerd. Als je maar een langere tijd hebt en niet duidelijk gewoon gauw die verzekering hebt genomen. In ieder geval, probeer je niet allemaal dingen aan te raden hier, totaal niet. Maar het ding is dus, dat heel vaak gebeurt het ook. Zoals bijvoorbeeld in het geval was met mijn vader. Mijn vader die heeft redelijk veel andere vrienden om hem heen ook zien overlijden door motorsport. Het is gewoon super gevaarlijk, je moet gewoon niet gaan motorrijden. Het is super leuk, ik heb ook gezien hoeveel plezier het hem brengt, maar het is ook gewoon heel gevaarlijk. En hij had dus zo'n soort verzekering dat als hij te overlijden komt, dan komt er ook nog eens een smak geld vrij. Zeg maar voor zijn kinderen en zo. Een inzittende verzekering heet het, geloof ik. Hey Henk, toppie man. Van alle geesten zit Griffoener opgescheept met Henk. Die zijn hoofd niet eens fatsoenlijk kan laten Henk afhakken. Is cool man. Hij haat erom. We zijn er toch? Hij had ons helemaal daarheen gebracht. Oké, voordat ik naar binnen ga en nog meer cuts iets goud verhaal afmaken. Dus wat in Amerika gebeurt is, bijvoorbeeld stel jij hebt verzekering, als jij doodgaat komt er 100.000 euro vrij. Super chill. Alleen dan ben je dood, dus je kan er niks mee doen. Dus in Amerika kun je hem verkopen. Dan komt er gewoon een rijke gast naar je toe die zegt, yo, binnenkort ga je dood. Dan komt er 100.000 euro vrij. How about this? Ik geef jou nu 50.000 euro en als je doodgaat is die 100.000 euro voor mij. Is chill, dan kan jij nog genieten van het geld dat vrijkomt als je dood bent, terwijl je nog niet dood bent. En als jij dood bent, ga ik er met het volledige bedrag vandoor. In Nederland is het hartstikke illegaal, maar in Amerika bestaat dit. Het is de handel in overlijdensverzekeringen. En ik vond het heel interessant, dus dat wou ik even melden. Laten we naar de les van Slakhorn gaan. Ben ik het nou oprecht kwijtgeraakt? Henk, waar moet ik heen? Help me. Doverdranken is die kant op, Harry. Moet niet te laat komen op je eerste dag. Dat vind ik heel goed advies. Kijk eens aan, toverdranken. In principe de game focust dus heel erg op toverdranken. Wat ook wel logisch is, aangezien toverdranken een hele grote rol speelt in Harry Potter 6. Geen zorgen, pak daar maar wat je nodig hebt. Dit is natuurlijk het moment waar Harry Potter 6 om gaat. Dat hij het boek van de Half-Bloedprins pakt. Ik heb dit moment nu meegekregen in film, boek, Lego en game. Open jullie boeken, dan beginnen we snel aan de vernuftscherpende toverdrank. Vernuftscherpende toverdrank. Hermeline, vernuftscherpende toverdrank? Die maakten we in de vierde. Doe mij maar na. Harry Potter heeft helemaal geen les gehad zo'n beetje in de vierde. Hij was alleen maar bezig met die vuurbeker winnen. Wat je dus moet doen is, je kan op een flesje klikken. En dan, ja, het ziet ook echt uit alsof het voor de Wii gemaakt is, maar je kan dus flesjes oppakken. Het enige wat jij gewoon doet is gewoon koken. Het is gewoon voeg zoveel van dit toe, voeg zoveel van dit toe. Dus er staat nu voeg roze toe tot het geel wordt. Tududududu. Het is net een beetje koken. En soms zeggen ze ook wel eens, scheikunde is net als koken. Alleen je moet niet aan de lepel likken. Ja toch? In principe is scheikunde grotendeels ook gewoon voeg zoveel van dit toe, voeg zoveel van dit toe, roer een uurtje. Als je fouten maakt, ontstaat er rook. Dat is heel normaal. Giftige dampen, lekker inademen, kom op manier ook. Yes, en dan moet je weer... Je moet geen fouten maken, want dat rook kost heel veel tijd. Vaak heb je gewoon een tijddruk en moet je binnen een bepaalde tijd zo'n drankje maken. Het is een redelijk ingewikkelde troep in ieder geval. Dus, wat ik nog even ga willen zeggen over de vorige paar Harry Potter XXL gameplays. Het zijn dagen dat ik dit goed zou kunnen gebruiken. Sommige zijn heel kort. Zoals de Harry Potter XXL gameplay van Harry Potter 2 of zo, was denk ik rond de 2,5 uur. Nou, het geinige, de tweede Harry Potter film is ook 2,5 uur. En in de thumbnail gebruik ik vaak gewoon een stukje van de film. Dus sommige Harry Potter XXL gameplays hebben gigantisch veel views. Volgens mij omdat mensen denken dat het de film is. Denken, oh, staat de Harry Potter film op YouTube? Nee, kan niet. Copyright en zo. Dus een vriend van mij, meneer de Aardappel, die heeft Harry Potter 1. Hij heeft gewoon Harry Potter en de Steen der Wijze. Heeft voor mij gewoon de video. En die video is van 100.000 keer bekeken. Waarschijnlijk grotendeels omdat mensen denken dat het de film is. Het is een nieuw niveau aan clickbait. Laat mensen denken dat je de film online zet, maar het is eigenlijk de game. Beginnersgeluk met toverdranken. Nee man, zieke skill. Harry, goed gedaan, mijn jongen. Zo, nu we lekker op gang zijn, beginnen we met de drank om zweren. Oeh, zweren genezen. Lekker. Wat is dit ook alweer? Oh, Harry, dat is een eerstejaarsdrank. Ben je dat alles alweer vergeten? En Marien is wel gemeen, zeg. Zo verwarm je je toverdrank. Ze gaan het toverdrankproces eigenlijk steeds moeilijker maken. Dus steeds meer uitleg te geven. Ja, ik kan beter even opletten, want het is ongeveer de halve game.
En dan moet je dus vaak verhitten totdat het een bepaald kleurtje heeft. Het is één groot feest. Kijk eens aan. Voor de rest wil ik het vandaag met jullie gaan hebben over light producten en sowieso suikers in het algemeen. Momenteel is weer een beetje de discussie aan het opkomen over moet de overheid. Om het opnieuw te proberen, selecteer je het boek en druk je op om door te gaan, selecteer je de ketel. Oké, prima. Momenteel is weer een beetje de discussie aan het opkomen dat veel mensen zijn te dik. Misschien heb je het al een keer gehoord, maar de makkelijkste manier, als je mensen die iets weten van dieet, bijna altijd... Bijna altijd zeggen dieetmensen, als je wil afvallen, het eerste wat je gewoon moet doen is stoppen met frisdrank drinken. Er zitten gewoon handtoeveel suikers in. Blikje energy drink is vaak 100% van de dagelijkse aangeraden hoeveelheid suikers. De dagelijkse aangeraden hoeveelheid suikers is geloof ik 30 gram en dat is echt 11 suikerklontjes. Dat is heel weinig. Zelfs als je alleen maar fruit eet, zit je daar al zo'n beetje op. Het is echt totaal onhaalbaar, de dagelijkse hoeveelheid aangeraden suikers. Maar een van die dingen die ze vaak zeggen is, ja, drink gewoon geen frisdrank. Daar begint het al. Dus nu komt de discussie weer een beetje. Moeten we frisdrank gewoon duurder gaan maken? Gewoon dikke accijns erop, net zoals we met sigaretten en alcohol doen. Gewoon duurder maken, zodat mensen een gezonder leven gaan leiden. Nou is sowieso het voorstel om gewoon alles met suiker duurder te maken. Dat wordt denk ik een beetje moeilijk, want bananen zitten ook vol met suiker. Voor de rest ben ik in principe wel voor het duurder maken van ongezonde dingen. Maar dan vind ik wel dat geld gebruikt moet worden om gezonde dingen goedkoper te maken. Niet gewoon dure ongezonde dingen duurder maken en daar laten we bij. Of dat geld stop je weer in de zorg. Weet je, omdat heel veel mensen obesitas hebben en zo. En dan kun je dat weer een beetje fixen. Of je zorgt ervoor dat je gewoon gezond eten goedkoper maakt. Rood is voor beginners. Verhitten tot de drank roze wordt. Dat zijn aantekeningen van een leerling. Het was niet de officiële manier, anders stond het wel in het boek. Ja, maar... Ik ga niet... Ja, maar fuck it. Harry is die true rebel. We gaan lekker verhitten tot de drank roze wordt. Oh, hij gaat ook eerst helemaal... Hij gaat niet gewoon direct van rood naar roze. Nee, hij gaat echt het hele kleurenspectrum door. Kijk, zo maak je een toverdrank, Emily. Het is die ene extra stap. Dat is hartstikke belangrijk. Niet slecht, zeker niet slecht. Jongen, Harry. Roze? Ja, ik heb vast, Nee, rood is natuurlijk de basisdrank. Maar roze, uitstekend. Thanks. Jij hebt een groot talent voor toverdranken. Volgens mij ben je wel toe aan iets moeilijkers, denk je niet? We proberen de drank van de levende dood. Ik zei toch dat die roze moest worden? Professor, Ik heb niet verteld wat er in dat gouden flesje zit. Felix Fortunatus, sowieso. Felix Fortunatus, beter bekend als vloeibaar geluk. Eén slokje en alles wat je probeert, lukt ook. De leerling die vandaag een acceptabele drank van de levende dood weet te brouwen, krijgt van mij een flesje vloeibaar geluk. Oei, oei, oei. Dus dat zijn goede prijzen. En hou de tijd in de gaten. Succes! Ik kan je de aantekeningen toefluisteren. Nee, bedankt. Mijn eigen boek is goed genoeg. Wat je wilt. Maar zelfs al besluit je dus een beetje gezond te doen. Heel veel mensen die weten dus toch wel, ja, frisdranken en zo ongezond. Dan gaan ze toch al vaak door naar de light producten. En ik denk vooral door cola dat ze vaak denken dat light prima is. Maar cola light heeft denk ik 1% van de calorieën die normale cola heeft. Maar over het algemeen werken light producten heel raar. We hebben gewoon officiële regels voor wanneer je iets een light product mag noemen. En over het algemeen is de regel dat als er 30% minder suiker of 30% minder vet in zit, in vergelijking met het originele product. Zelfs het café heeft pindakaas light. Dat is geloof ik een soort blauwe pot. Nou, kijk, pinda's bevatten heel veel vet. Pinda's zijn 50% vet. Dus 30% minder vet of 30% minder suiker. Wat ze gewoon doen bij pindakaas light is, ze doen er gewoon minder pinda's in. Daar zit er minder vet in. Maar dan smaakt het weer minder lekker. Dus vervolgens flikken ze er een heleboel suiker doorheen. En qua calorieën zou het zelfs kunnen dat de light pindakaas meer calorieën bevat. Maar aangezien er minder vet in zit, mag je zeggen het is een light product. Neem maar dat de meeste mensen al weten dat light producten dus heel vaak zwendel zijn. Maar ik kaart het nog een keertje aan. Kijk naar de etiketten als je hier een neuk om geeft. Andere hele goede is Optimel. Optimel doet altijd heel cool met het feit dat zij 0% vet zijn. En hoe ze dat doen? Hele drankjes, gewoon één grote suikersiroop. Ja, 0% vet. Terwijl je lichaam kan veel beter tegen een klein beetje vet dan de gigantische hoeveelheid suiker die Optimel in het systeem ingooit.
Ik dacht altijd, gewoon puur het idee, Optimaal is toch wel gezond? Het is een yoghurtdrank. Uitstekend. Hoe kan dat slecht voor je zijn? Maar je moeder geërfd. Zij was ook al zo'n ster in toverdranken. Maar dit... Hier, zoals beloofd, een flesje vloeibaar geluk. Thanks. Gebruik het goed. En vaak hebben we dus ook het idee dat sommige mensen hebben het idee dat natuurlijke suikers beter zijn. Dus ook een van de plannen is, laten we alleen extra belasting doen over toegevoegde suikers. Heel veel mensen zeggen ook geen toegevoegde suikers, weet je. Of alleen natuurlijke suikers. Je kan ook gewoon honing er doorheen gooien. Honing is gewoon natuurlijk suiker. Gooi je er honingsiroop doorheen of zo? Nee, het komt uit dat studieboek. Dat staat vol aantekeningen. Die heb ik gewoon opgevolgd. Huh? Jij hebt geen geluksdrank nodig. Ik bedoel, ik had dat boek ook kunnen pakken. Maar dat van mij zit natuurlijk weer helemaal vol kotsvlekken. Kotsvlekken? Harry Potter? Luister. Hallo. Hij zegt niks over de profetie. Ook niks over de ochtendprofeet. En hij geeft zeker geen handtekeningen. Opzouten dus, opdonnertje. Nee, je bent uitgenodigd voor de Gryffindor duelleerclub in de grote zaal. Oh, oké. Bedankt. Sorry. Het is goed. Oh, professor Anderling zei dat er achter dat portret een sluipweg naar de grote zaal is. Het wachtwoord is lezen maakt vrij. Prima. Duolingo. Voor de rest... Daar ben jij vast een kei in. Net als alle SVP-leden. Laten we gaan kijken wie er allemaal meedoen. Prima. Ik ga ooit een politieke partij beginnen en dan noem ik het ook gewoon SVP. Strijders van Perkamentus. Noem ik het Socialistische Vrijheidspartij. Het is een mix van de SP en de PVV. Ben je dan zo'n fan van die partijen? Nee, maar je kan een goed SVP van maken. Voor de rest ben ik wel benieuwd. Stel, we gaan extra belasting gooien op frisdrank. Hè? Stel, dat wordt een plan dat we hebben. Dan ben ik heel benieuwd. Light producten bevatten dus vaak van die suikervervangers. Van die stoffen die het smaken naar suiker, soort van. Maar je lichaam kan er niks mee, dus nul calorieën. Ik ben benieuwd, gaat Coca-Cola dan gewoon... In principe wordt een normale fles cola dan dus duurder, maar een fles cola zonder suikers blijft dezelfde prijs. Dan gok ik dat Coca-Cola de andere fles, de light, alsnog even duur maakt. Dus dat ze allebei in prijs omhoog gaan. De winst op het extra kosten van een normale fles cola gaan naar de overheid, maar light hebben ze nu ook duurder gemaakt. Dat geld kan Coca-Cola weer in hun eigen zak steken. Wat gebeurt er allemaal? Moet nog lopen? Nee. Bedankt, Henk. Graag gedaan. Geef maar een gil als ik iets kan doen. Verder is natuurlijk ook sowieso de vraag, moet de overheid zo erg proberen het volk te besturen door middel van... Dit is slecht voor je, we maken dit duurder. Oh, dit is goed voor je, neem dit maar. Natuurlijk is ook een beetje de vraag, mensen weten dat frisdrank niet heel gezond is. Dat is geen geheim, zeg maar. Vraag hem wat we moeten doen. Oké. Praat met de aanvoerder van de duelleerclub van Gryffindor. What up? Ze hebben gevraagd of we bij de duelleerclub wilden. Ja, we hebben je nodig, Harry. Perkamentus heeft de duelleerclub weer opgericht. En we willen niet verliezen van Zwadderich. Wat moet ik doen? Kun je een duelleerdemonstratie geven, zodat de rest ervan kan leren? Ik hoef helemaal niet bij de duelleerclub, ik hoor het alweer. Je weet wel. Gewoon gratis bijles, wat is deze shit? Ik ben er gewoon ingeluist. Bij het begin beginnen? Gebruik Paralytis tegen Ron. Gebruik Paralytis tegen Ron. My kind of party. Rabbadibabbadibab! Nou Ron, ging best goed. Ik heb natuurlijk alleen maar op linker muisknop gedrukt, maar dankjewel dat je zo onder de indruk bent. Even goed opletten, eerstejaars. Harry laat ons de meest eenvoudige verdediging zien. Ontwijken. Ron, jij gebruikt de spreuken. Harry, jij ontwijkt. Maar is dat Q&A of zo? De Q&A! Hop, 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 oh! Hop, hop, wow! Wow! Nice. Alleen ontwijken, maar ook... Hé, jij daar. Ja, jij. Opletten. Luister goed. We gaan nu verder met Expelliarmus. Deze spreuk is heel handig als je snel het duel wil winnen. Harry, kun je hem even voordoen voor ons? Nog steeds, dit is niet hoe Expelliarmus werkt. Expelliarmus is een ontwapeningsspreuk. Het wisselt echt in de Harry Potter films. Oorspronkelijk is Expelliarmus is het idee van de spreuk dat je je stok kwijtraakt. Maar later... Weet het gewoon opeens een normale, krachtige spreuk of zo. Nu mag je terugvechten. Er zijn 3 ronden. Mogen de beste duellist winnen. We mogen nu dat werk gaan battelen. We laten ze zien hoe je moet duelleren. Ik laat ze zien hoe je moet duelleren, onrustig. Vandaag duelleren deze heren voor u. In de hoop te worden toegelaten tot de duelleerclub van Gryffindor. Aan de linkerkant, Ronald Wemel. Kom op, Ron. Ha,
Yee. De jongen die bleef leven, die vocht met hij die niet genoemd mag worden, is hij de uitverkorene, de jongen, de legende. De legende. Wat een aankondiging. Dankjewel, dankjewel. Wat een fijn publiek, wat een fijn publiek. Prachtig. Voor de rest trouwens een kleine dienstmededeling rondom Harry Potter. Ik krijg de laatste paar dagen weer veel de vraag, Rick, wanneer ga je weer Harry Potter 1 streamen? Wanneer ga je weer Harry Potter 2 streamen? Ik heb besloten om te stoppen met het hele jaar lang de Harry Potter games te spelen. Ik heb veel van deze Harry Potter games, maar in principe is dit denk ik de vierde of vijfde keer in mijn leven dat ik deze game speel. Voor Harry Potter game doen is dat echt weinig. De meeste Harry Potter games speel ik veel vaker dan dit, dus... Nee, het ding is, kijk, ik doe nu al één keer per jaar alle Harry Potter games met de Harry Potter kerststream en dan laat ik het gewoon lekker bij. Met kerst speel ik alle streams, alle games en ik ga niet het hele jaar lang de hele tijd weer die games opnieuw spelen. Dus als je Harry Potter wil zien spelen, kom met kerst langs en anders de rest van het jaar speel ik lekker andere games. Verder kwam ik gisteren iets interessants tegen op het Nederlands Forumpie. Het ging over huilende baby's in de trein. Er was een jongen die zei hij zat in de stiltecoupé wat werk te doen en wat te lezen. En op een gegeven moment was daar een huilende baby. Er was een moeder en die zat er met een huilende baby. En die baby, ja, ze zaten net een paar minuten en die baby begon de hele rit te janken. Dus na een minuutje of 20 ging die jongen naar die moeder toe en die zei: pardon mevrouw, dit is een stiltecoupé en ik probeer hier te werken. Er is genoeg ruimte in de andere coupés. Zou u alstublieft weg kunnen gaan? Wat ik een heel redelijke vraag vond. Waarop die vrouw zei: ja, de generatie van nu, helemaal geen respect meer voor een vrouw met kind. En toen kwamen een paar andere mensen in de trein. Die staan je vaak bij, weet je. Want meestal andere mensen die kiezen de goede kant. Dus wat deden mensen in de trein? Die gingen allemaal die vrouw bijstaan. Van: ja, nee, jongen, rot toch op. Ga lekker ergens anders zitten. En die jongen kwam dus eigenlijk naar het forum toe van: ja, even checken, ben ik nou een lul? Ben ik nou een lul omdat ik iets zeg van een huilende baby in een stiltecoupé? Of is die vrouw gewoon een lul dat ze met een huilende baby in de stiltecoupé gaat zitten? Gelukkig was de rest van het internet het wel met die jongen eens. Vooral als er ruimte is, als het echt helemaal propvol zit in de trein, tuurlijk ben je dan met een huilende baby in de stiltecoupé. Maar waarom überhaupt? Waarom ga je met een fucking baby in de stiltecoupé zitten? En waarom zou je daar niks van mogen zeggen? Het feit dat je een baby hebt, maakt je niet opeens immuun voor alles. Het feit dat je een moeder bent, hartstikke leuk voor je. Dat de wereldbevolking nog een beetje door blijft gaan. Maar is het nou echt nodig om dan opeens te doen alsof je de fucking mega VIP bent ofzo? Je kan het nog steeds gewoon verplaatsen. Ik heb niet te vroeg of ik je dit wilde geven. Hoe komen jullie zo verkreukeld? We hebben geduelleerd. Nou, je had je toch wel een beetje kunnen opknappen. Dat is in 2 seconden gebeurd. Perkamenten zegt dat hij gek is op... zoutzuurtjes? Oh, dat is wachtwoord. Dat is het wachtwoord. Perkamentus gaat me dit jaar privéles geven. Hij wil je waarschijnlijk wat gevorderde verdedigingsspreuken leren vanwege de profetie. Kom op, Ron. Ik help je wel met je huiswerk voor verweer tegen de zwarte kunsten. Ja, tuurlijk. Huiswerk, yeah, right. Ik zeg wel eens, ik wil graag even in de reacties zien van iedereen die deze video kijkt. Wat is je favoriete Harry Potter film? Ik zeg altijd, zeg maar, je rangschikking van welke Harry Potter films je het leukst vindt, zegt veel over een persoon, ja toch? Nou, persoonlijk vind ik Harry Potter 6 een van de minder leuke Harry Potter films. Dat is voornamelijk omdat het boek echt steengoed is. En voor mijn gevoel missen ze echt gewoon een paar belangrijke punten vanuit het boek. Voor de rest is Harry Potter 6 een soort romantische comedy. Qua film en muziek en beelden en zo prachtig, maar ik vind gewoon veel van de dialogen een beetje moe. Zijn herinneringen. In dit geval hebben ze betrekking op één persoon. Voldemort. Dit bevat de herinnering aan mijn eerste ontmoeting met hem. U kent mijn hersenpan al, geloof ik. Deze keer gaan we samen de hersenpan in. En nog ongebruikelijker, met toestemming. We zullen Martin Villijn zien zoals hij was voordat de heer Voldemort werd. Ik bezocht hem om hem uit te nodigen voor Zwijnstein. Hoe maak je het, Martin? Jij kunt bepaalde dingen, hè, Martin? Dingen die andere kinderen niet kunnen. Je kunt toveren. Zit er iets in die doos wat niet van jou is? Trouwens, mijn minst favoriete Harry Potter film is sowieso Fantastic Beasts. Please, wees niet boos om me dat we het niet met elkaar eens zijn. Een verleden
op Zwijnstein, waar hij een goede band kreeg met een leraar. Slughorn? Ja, Harry. Professor Slughorn is graag in het gezelschap van beroemde, succesvolle en machtige figuren. Hij verzamelt ze. En u wilt dat ik me laat verzamelen? Precies, Harry. Wie weet wat een vriendschap met professor Slughorn oplevert. Goed, dit was het voor vanavond. Binnenkort vertel ik je meer. Het is weer plechtig dat ik snode plannen heb. Woep, woep, woe, vuurwerk, yeah, dit gebeurt al, dit, is dat ook in de film? Niet. Snode plannen uitgevoerd. Gaan we naar Haagje toe ofzo? Hey, losers! Jullie van dat loser-team van Gryffindor? Goeie belediging, man. Losers! Goh, dat is origineel. Heb jij dat bedacht, of was het Malfi dus? Eens kijken of je nog lacht als jullie try-outs de mist ingaan, stelletje losers. 10 van de 10 dialoog. Het van plan is om onze try-outs te saboteren. Laten we maar naar het zwerkbalveld gaan, voor ze wel proberen. De schouwers hebben het terrein weer opengesteld. Laten we via de klokkentoren gaan. Dat is de snelste weg om er te komen. Harry, je hoeft niet uit te leggen hoe het moet lopen. Ik volg toch wel haast het hoofd, Henk. Voor de rest is trouwens, ik heb het niet echt uitgelegd. Maar je hebt dus deze minischildjes. En als dat ding linksboven vol zit, dan krijg je een heel schild. Door heel Zwijnstein verdeeld zijn er 150 hele schilden. En je kan ze verzamelen voor de lol. Vaak zijn het dus ook mini-puzzeltjes. Vaak moet je gewoon een spreuk doen. Soms heb je bijvoorbeeld ook dat een schild achter een hek ligt. Dan moet je het schild eerst kapot maken met een spreuk. Dan de stukjes door het hek heen halen met Wingardium Leviosa. Dan de stukjes weer aan elkaar lijmen. En ben je dat soort kleine puzzeltjes? Hé, hey, daar hebben we een drinkje. Ja, meestal als ik ze zie liggen en ik denk, oh, ik weet hoe ik deze moet pakken. En die ligt er gewoon en ik denk, mwah, die neem ik mee. Prima. Ik ga ze Tony alle onder... Oh, er ligt er ook eentje. Kijk, die pakken met Wingardium Leviosa of zo? Ja. Dank u wel. Vaak als ik ze zie liggen, denk ik nou... Oh, je krijgt ook echt meer gezondheid. Dit is ook echt nut en zo. Ik speel deze game alsnog niet vaak genoeg om dit soort dingen te onthouden, blijkbaar. Dat was een beetje glitchy as fuck. Maar ik vond die hele baby in de trein discussie wel interessant. Voornamelijk omdat het mij ook nadeed denken over... Wat? Hebben de schouwers hem nu alweer afgesloten? Oh jee. Hoe kom je nu bij de try-out van losers. Gryffindor? Heb jij hem gesloten? Ja. Later, losers. Hoe komen we nu bij zwerkbal? Oké, ja, het was geloof ik dat de hendel... Ja, ze doet het al voor. Ik denk dat je die hendel moet maken. Met Reparo moet het lukken. Okidoki. Het is precies de puzzel die ik net uitlegde. Hendel eerst kapot door het hek heen halen en dan repareren. Repareren. Reparo. Mooi, dat zal ik vast aan de rest leren. Wingardium Leviosa. Yeah! Oh, hallo. Goed dat je het valhek open hebt gekregen. Als je mijn sluipweg wilt gebruiken, kom je maar langs. Heeft u een sluipweg naar het zwerkbalveld? Niet helemaal. Alleen tot de grote trap. Misschien heb je er later nog iets aan. Fijn, bedankt. Als je mijn sluipweg nog een keer wilt gebruiken, zeg je gewoon... Charmante Balago. Kom op, we gaan naar de zwerkbaltryouts. Oké, en welke kant moeten we dan op? Moeten we wel of niet via dat portret? Ga, Henk! Oh, waarschijnlijk moet ik gewoon die chick volgen, dan hoeft het al niet. Ik zie daar weer een stukje schild liggen. Nee, kijk, die hele baby in de trein discussie deed me wel een beetje nadenken over mijn eigen gedrag. Is ook wel eens goed. Misschien heb je het een keer gezien, maar ik doe heel af en toe dus livestreams in de trein. Voornamelijk omdat ik op weg ben naar Billy en dan zit ik gewoon 3 uur in de trein. Heb ik 3 uur lang niks te doen. Dus soms heb ik gewoon zoiets van, oh, ik ga lekker streamen in de trein. Alleen tot nu toe, de keren dat ik het heb gedaan, zijn mensen best wel boos geworden. Een aantal keer in stream loopt iemand naar me toe en zegt, hey, kan je daar mee kappen? Dat is fucking irritant. En ten eerste, in principe overtreed ik geen regels. De stiltecoupé heeft duidelijk de regel, je moet hier stil zijn. In de andere coupés kun je in principe alles doen. Er zijn van die mensen die gaan heel aso muziek luisteren op hun mobiel zonder dopjes, weet je wel. Dat soort dingen zijn gewoon, ja, niet heel erg rekening houden met je medepersonen in ieder geval. Kun je naar je domme try-outs rennen als ik paralytisch gebruik? Paralytisch gebruik. Weet je wel, in principe mag je in een normale coupé doen wat je wil. Je mag keihard liederen gaan zingen. In principe heb je alleen maar ongeschreven wetten van doe een beetje normaal denken aan elkaar. Ik heb vast ook wel eens een keer iemand één liedje laten horen omdat ik iets te doen had. Maar als je iedere dag standaard geen dopjes meeneemt en vol op de speakers muziek gaat luisteren, is dat nog wel een beetje aso. Als je het in de stilte coupé doet, kan je dat wel zeggen. Als je het in een normale coupé doet, ja, in principe het mag, soort van. Kijken of ze niemand anders hebben aangevallen. Maar betekent dat per se dat je moet doen? Nee, dat dan ook weer niet. Ik ben ervan overtuigd dat de stiltecoupé een sociaal experiment is van de NS. Het is een sociaal experiment om te kijken wanneer mensen er wat van zeggen.
Ik zeg er toch wel vaak wat van. Ligt een beetje aan wat ik doe in de stiltecoupé. Soms zit ik er gewoon toevallig. Maar ook best wel vaak zit ik er omdat ik gewoon echt even een uurtje wil leren. Kijk, het ding is vooral als je zoals ik vijf dagen per week naar school gaat. Met de trein helemaal in Amsterdam. Ik zit gewoon iedere dag zo'n beetje 2,5 uur lang in de trein. Doe dat even maal 5 dagen in de week. Dat is 12,5 uur per week. Al een groot deel van mijn leven spendeer ik in de trein. Dan is het feit dat... Maar ik weet niet of ik dat schild nu al kan pakken. Dan is het best wel een dingetje als zeg maar, je niet kan werken in de trein. Die 12,5 uur kun je best wel daadwerkelijk goed inzetten. Momenteel zet ik het voornamelijk in door Skyrim te spelen op de Switch. Maar dat even terzijde. Oh, ik heb nu de Pulsar-spreuk. Aha. Oké. Goeie muziek wel. Even kijken. Je moet ze ook nooit oppakken. Hè? Je moet al die dingen naar je toe toveren met Wingardium Leviosa. Ik kan toveren en ik ga het gebruiken ook. Dus ja, in principe in een normale coupé kun je er niks van zeggen. Maar ik snap ook wel een soort van dat mensen er last van hebben. Dus ik zit een beetje na te denken van ja, ik heb al... Oh, je moet die steen gebruiken natuurlijk. Ja, dat was het. Ik zit dus een beetje te denken van ja, wil ik ooit nog zo'n stream gaan doen in de trein? Of is het wel mooi geweest zo? Gooi dat. Laat maar. Laat dat schild maar zitten. Dus de vraag is een beetje, wil ik ooit nog een keer zo'n livestream doen in de trein? Kijk, het ding is, mensen praten ook in de trein. Ik heb ook gewoon gesprekken in de trein. En op het moment wanneer je een gesprek in je eentje hebt, zijn mensen om een of andere reden geneigd om mee te luisteren. Dat heeft ook gewoon een beetje te maken met het volume. Als het sowieso helemaal stil is in een coupé, of het nou een stiltecoupé is of niet, en je gaat met z'n tweeën praten, dan gaan mensen gewoon meeluisteren als je een beetje hard praat. Ik heb echt heel vaak dat ik best wel onbewust gewoon hard praat. Mensen gaan gewoon meeluisteren als er voor de rest helemaal geen geluid is en ze hebben geen dopjes in. En ja, als je dan in je eentje praat, kan ik best begrijpen dat het nog iets verwarrender is en nog iets irritanter. Maar in principe is het niet heel anders dan een gesprek hebben met iemand anders. Je mag gewoon praten. Ik wil je voorstellen aan je vriendin Griffel. Die wil ik best eens van dichtbij leren kennen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Yeah. Kom op, Harry. We kunnen maar beter beginnen. Yay, zwerkbaltraining. Nou, dit is... Oké, fijn dat jullie er zijn. Vanochtend laat ik iedereen wat opdrachten doen, zodat ik het zwerkbalteam van Gryffindor kan samenstellen. Maar vergis je niet, dat je vorig jaar bij het team zat, is geen garantie voor een plaats dit jaar. Oh ja? En geldt dat ook voor jou? Doe niet zo stom. Hij is de aanvoerder. Dat maakt hem nog geen goede zoeker. Misschien is hij wel gewond na al die gevechten met dooddoeners vorig jaar. Misschien heeft hij het gewoon niet meer. Kom, let jij maar eens zien hoe het moet, Harry. Als jij het goede voorbeeld geeft, dan laat ik Stover zijn bezem opeten. Makes sense. Hartstikke logisch. Je moet stop met yeah, let's go zeggen. Mijn obsessie met rapper Shorts is de afgelopen dagen weer zeer zeker gegroeid. Afgelopen week had ik een video gezien, al een redelijk oude video van YouTuber VSauce. En het is echt een hele vette video. Het gaat voornamelijk om één feitje. Het is een feitje dat je waarschijnlijk wel eens gehoord hebt. Namelijk het feitje dat als je een pakje kaarten pakt, een pakje speelkaarten, en je schudt dat pakje heel goed, gewoon echt heel goed schudden, is de kans gigantisch groot dat je de kaarten in zo'n volgorde gelegd hebt, dat die volgorde nog nooit eerder is voorgekomen. Dat heeft te maken met de hoeveelheid combinaties die je kan maken met 52 kaarten. De hoeveelheid combinaties die je kan maken is 52 faculteit. Dat is 52 met een uitroepteken daarachter. Dat houdt in 52 maal 51 maal 50 maal 49 maal 48 maal 47 maal 46 maal 45. Dat is in principe het getal dat je maakt. En dat getal is vele malen groter als je dat in seconden omzet dan hoe oud het universum is. Echt miljoenen, miljarden malen groter. Als je iedere seconde van het universum een pakje kaarten schudt, is de kans nog best wel groot dat je iedere keer precies een andere volgorde aan kaarten hebt. Het is heel moeilijk om de grootte van dat getal te beseffen. Maar een man had er een soort project van gemaakt om weer te geven hoe groot het is. Dus hij heeft het als volgt gedaan. Stel, je staat op planeet Aarde. Iedere miljard jaar doe je één stap. Iedere seconde trek je weer een kaart, ja? Iedere miljard jaar zet je een stap. Op een gegeven moment ben je dan een compleet rondje om de wereld gelopen, ja? Ieder miljard, één keer per miljard jaar een stap en dan een rondje om de wereld lopen. Oké, dan denk je, is dat hoeveel combinaties er zijn? Nee. Iedere keer dat je een rondje om de wereld loopt, pak je één druppel uit de zee. Dus je loopt weer ieder miljard jaar één stap rondjes om de wereld.
Vervolgens doe je dat net zo lang totdat alle zeeën op aarde leeg zijn. Met één druppel per rondje om de wereld. Iedere keer dat de zee leeg is, pak je een stukje papier. Dat leg je op de grond. En dat herhaal je dan weer. Dus rondje, ieder miljard jaar stap, rondje om de wereld, druppel uit de zee, zee leeg, nieuw papiertje. Miljard jaar stap, rondje om de wereld, zee leeg, papiertje. Dat doe je net zo lang totdat je met de papiertjes zo'n hoge stapel hebt dat je bij de zon bent. En zelfs dan, zelfs dan heb je nog niet alle combinaties gehad. Nog lang niet. Dan iets van 1000 keer en dan heb je in principe net zoveel keer het pakje geschud dan dat er combinaties zijn. Dit is voor ieder drie. Het komt aan op dit laatste schot. Het gaat ons als mensheid dus eigenlijk gewoon, ook al speelt de hele planeet kaart, gaat het ons gewoon niet lukken om al die combinaties te krijgen. Zoveel combinaties zijn er. Met maar 52 kaarten. De misser blijft stoker op 3 steken. Ik vond het echt gewoon mindblowing hoe groot zo'n getal kan zijn. Met zoiets simpels als een pakje speelkaarten. Pff. Ron. Yeah. Zijn zus deed niet echt haar best bij dat laatste schot. Dat was te gek, Ron. Je was geweldig, Ron. Thanks. De eerste wedstrijd is tegen Zwadderich. Bereid je voor! Bereid je voor! Training, Harry. Kijk maar op het prikbord. Daar staan de trainingstijden. Kijk, dikke tip van mij als je deze game speelt. Zag je kijk niet op het prikbord. De laatste poging was zo slecht. Je zou bijna denken aan Confundus. Nou ja, hij... Hey Hermelien, heb jij ooit van de spreuk Sectum Sempra gehoord? Nee. Die komt toch niet uit dat toverdrankenboek, hè? Jawel. En er stond wat op de achterkant. Er staat dat het boek eigendom is van de halfbloedprins. Nooit van gehoord. Je moet dat boek inleveren. Doe niet zo raar. Het is waanzinnig. Over speelkaarten gesproken. Ik had nog een cool feitje over speelkaarten in hoeverre dit mogelijk is. Wat denk je dat Dana naar ziet in Ginny? Weet ik veel. Ze heeft een mooie huid. Een mooie huid? Hermelien heeft een mooie huid. Hermelien heeft een mooie huid. Ik moet even... Ja... Ik ook. Wil je wat snoep voor me meenemen van Saccharinus? Ik moet nog 2 opstellen schrijven en ik moet nog slingsap maken als huiswerk. Dus ik kan niet mee. Ik maak dat slingsap wel voor je. Dan kun je mee naar zo leert ze er niks van, hè, Harry? Jij zoveel van toverdranken. Ah, dat lukt wel. Een paar van Slakhorns leerlingen hebben een toverdrankclub in de kas van kruidenkunde. Daar kan ik hem maken. Oké, bedankt. Dan zie ik je straks weer hier. Ik heb wel eens dat mensen vragen of ik een scheikundehuiswerk wil maken. En dan zeg ik, ja, maar dan leer je er niks van. Ik heb nu wel een paar keer op stream gezegd voor mensen die vragen of ik een huiswerk wil maken. Ik zeg, gast, voor een euro per vraag maak ik ze op stream. Leg ik de uitleg erbij, dan vind ik het prima. Maar je het gewoon het antwoord geven, daar leer je ook niks van natuurlijk. En over speelkaarten gesproken. Ten eerste heb ik ooit een prachtig pakje speelkaarten gekocht. Je hebt natuurlijk gewoon normale speelkaarten met gewoon de klaver zoveel en de ruiten zoveel erop. Maar je hebt ze vaak ook met plaatjes, vooral vaak voor bedrijven. Ik kan gewoon een pakje kaarten kopen met een Serpent Gameplay logo erop, weet je wel. Dat is leuk. Kun je dat uitdelen op open dagen en dat soort troep. Nou, ik moest dus ooit voor een Bayontown video, gingen we iets doen met speelkaarten. Dus Bardo gaf me geld, zei Rick, ga even Amsterdam in, haal een pakje speelkaarten. Dus ik ging met Jordi Amsterdam in. En ja, je snapt al, dit gaat fout. Dus we hadden een pakje speelkaarten gevonden met naakte mannen erop die seks hebben. Gewoon gay, extreem gay speelkaarten. Ja, dat is goede shit, toch? Dus ik had die dingen gekocht. Alleen het probleem was, we konden geen video maken. Je kan geen video maken rondom speelkaarten met naakte mannen erop. Je kan niet allemaal naakte mannen laten zien, Rick. Dat is niet... Wat het internet accepteert. Dus ik heb wel dat pakje speelkaarten gehaald. Ik krijg een tientje of zo. Gewoon duurder dan een normaal pakje speelkaarten. Kun je die spreuk even? Yes. Duurder dan een normaal pakje speelkaarten. Door de grote pik die erop staat. Oh. Neem mijn schild. Oh. Soms werken de spreuken niet helemaal zoals je wil dat ze werken. Is alles jammer. Stuk. Wingardium Leviosa. Ik doe meteen reparo de... Oh. Reparo hem maar. Yes. Oh, reparo. Nee, Harry, reparo. Echt op zo'n grote afstand. Ik raak mijn schild kwijt, joh. Oké, en nou? Wingardium Leviosa aan mijn kant op. Voor mij zie je hem in de video helemaal niet. Hij komt eraan, hoor. Wee! Dat dit werkt, joh.
Het is een klein wonder. Het was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden. Oep, hoep, ding, dang, ding. Hoi, is dit de toverdrankclub? Ja, komen jullie meedoen? Jij was toch zo goed in toverdranken dit jaar? Bedankt, maar ik wil alleen wat slinksap maken. Ik moet terug om iemand te ontmoeten. Sorry, maar als je onze spullen wilt gebruiken, moet je wel eerst lid worden van de toverdrankclub. Je hoeft alleen maar een toelatingsuitdaging te kiezen op het prikbord daar. Fucking prikbord! Nooit! Oké, wel nu. Prikbord nooit, prikbord nu. We kunnen ook gewoon... We moeten per se de... Volubilis drank maken. Nou, toverdrank kiezen, de keuze is reuze. Je moet echt het record verbreken. Je moet meteen de beste zijn als je bij de club wil. Nee, prima. Een van mijn favorieten. Er zijn mensen die gebruiken hem als grap omdat je stem daardoor verandert. Nou, ik vind dat verspilling van een goede toverdrank. Wat ga je er dan mee doen? In principe hoef je niet alleen maar toverdranken te maken omdat ze nuttig zijn. Hè? Je moet toverdranken maken voor het leerproces. Zeg maar, bij ons, bij scheikunde, wij gaan beginnen met hele dure chemicaliën. Die zetten we dan vaak om in soms duurdere chemicaliën, soms goedkopere. En volgens gaan ze de prullenbak in. Dat is letterlijk wat we doen. Ik vraag me dat af. Toevallig kijkers die een koksopleiding doen. Als je gerechten maakt, eet je ze altijd op of gaat er ook gewoon een deel de prullenbak in? Bij scheikunde is het toch altijd, ja, het is maar 80% zuiver. Dit wordt in hele grote fabrieken voor duizenden kilo's gemaakt. Dus de halve gram die jij zojuist hebt gemaakt is echt niks waard. Ik zit wel even te denken aan de locatie van de facecam. Zal ik hem gewoon even naar de andere hoek verschuiven? Aangezien die best wel vaak nu best wel in de weg zit voor het hele toverdrank maken. Het enige wat je mist is een meter met hoeveel tijd we hebben hoor. Dus het is echt net niks interessants. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat veel mensen zeggen, wow, deze video is nu praktisch onkijkbaar. Maar... Het is wel gewoon een klein schoonheidsfoutje natuurlijk. En hey, dat doen we niet aan bij Serpent Gameplay. Schoonheidsfoutjes. Het probleem is momenteel dat ik echt de hele tijd niet kijk welke kleur het moet worden. Ik flikker het gewoon bij elkaar en ik hoop dat het goed gaat. Ja. Dat is niet hoe je bij de toverdrankclub moet. Shit, ik heb nog maar een paar seconden. Rood. Geel. Yes. Got hem. Slingsappie. Nee, is het slingsappie nog niet. Slingsappie komt nu pas. Nou, ik zou nu eventjes de volgende drank ga ik even 5 sterren halen hoor. Dit is 3 sterren. Laatste snik. Omdat ik het op het laatste moment nog even gehaald heb. Lid van de toverdrankclub. Ik heb ook echt geen idee waarom ze al die achievements hebben toegevoegd. Goed. Zo goed heeft nog nooit iemand volubilis drank gebrouwen. Je mag zeker lid worden van de toverdrankclub. Nou goed, bedankt. Kan ik dan nu mijn slingsap gaan maken? Ik heb nogal haast. Ja hoor. Til deze fles op. Oh, je moet je eerst schudden. Die gaat bubbelen. En dan kun je hem toevoegen. Yes. Want hard schudden gaat het toverdrank bruisen, zoals deze. Oké, prima. Buikenpassen bubbels zijn ontstaan. Yes. Giet de bubbelend toverdrank in de ketel, dat hij deze kleur krijgt. Sure. Gaan we nu leren roeren? Roeren is echt super irritant. Oh nee, we kunnen gewoon verder. Nice. Het enige wat nu nog zo'n beetje toegevoegd wordt aan toverdrank is dat je later ook nog vaste objecten moet toevoegen. Zo, dan doe 5 kersen erin. Super irritant, want dat 3D shit... Oh, dat krijg je nu, ja, kijk. Het is heel irritant, want je ziet heel moeilijk wanneer het er naar boven zit. Je hebt een soort van schaduw. Dat werkt, alleen... Het mislukt heel vaak. Vooral als je nog een paar seconden hebt. Ah, kut. Het enige wat er nu nog toe gaan voegen is roeren. Nou ja, we krijgen nu zo'n drank, ja. We beginnen dus meteen met 5 wormpies. Prima, doe er maar in. Dus, maar dat was niet het enige wat ik wilde vertellen over kaartspellen. Het feitje van over kaartspellen was niet... Ik heb ooit een kaartspel gekocht met naakte mannen erop. Wel fantastisch natuurlijk. Iets om over naar huis te schrijven, maar het is niet ultiem fantastisch. Nee, in Amerika hebben ze ook setjes kaartspellen. Die bestaan daar. En dan ook met natuurlijk logo's van bedrijven erop en dat soort troep. Maar ze hebben ook kaartspellen met daarop foto's van vermiste personen en andere onopgeloste misdaden. Dus bijvoorbeeld vermiste personen of personen die het land zijn ontvlucht of misschien ergens ondergedoken zitten. Huh? Waarom is er ook? What the fuck? Ik had hem toch geschud? Ja, nu heb ik gewoon genaaid, hè? Hoezo nog eens? Hoezo nog eens? Ik ging 5 sterren halen. Nou, dan kunnen we meteen... Het recept blijft hetzelfde, dus je kan die wormpjes nu misschien iets sneller toevoegen. Je moet je vooral weer een beetje handigheid in krijgen. Je moet ongeveer weten waar je ze erboven kan droppen. Kijk, dat ging echt vele malen sneller. Ik heb denk nog niet vaak zo snel shit toegevoegd. Oké, dan moet die worden rood. Oké, shit. Gaat er net goed. Deze drank, even goed schudden. Waar zijn mijn bubbels? Hij bubbelt nu toch? Geel, oké, dat was een beetje te veel van het goede.
Ik geloof, iedere handeling die je doet, krijg je weer een klein beetje extra tijd. Behalve als je het bijvoorbeeld te veel toevoegt en het gaat roken, dan kost het je nog eens tijd, want je moet die rook weghalen en je krijgt geen bonus extra tijd. In Amerika hebben ze dus ook wel eens bepaalde onopgeloste misdaden, zetten ze gewoon een pakje speelkaarten. En daardoor zijn meerdere vermiste personen gevonden, echt best wel cool. Ik geloof ze dat ook daar best wel vaak doen op melkpakken en dat soort dingen, gewoon op producten die mensen kopen. En dan hier, wij van de politie hebben je even nodig, dus we verpesten even je zicht door dit erop te zetten. Maar hey, als je daar dingen mee oplost. Afgelopen week, als je op social media zit, zowel Facebook als Twitter, zie je heel vaak posts voorbij komen van ouders wiens kinderen vermist zijn. Echt verschrikkelijk om te zien en ik wil dat soort berichten ook best wel af en toe delen, want ik heb zoiets van ja, hoe meer mensen het delen, toch ook wel vaak hoe hoger de kans wordt dat de vermissing wordt opgelost. Maar een van die vrouwen, haar kind was dus vermist, en ze kreeg heel veel haat, want mensen zeiden ja, maar als je kind vermist is, waarom is er dan geen Amber Alert? Kijk er altijd ook een keer, die vroeg aan mij van, hey Rick, waarom was mijn neef is vermist? Zou je dat willen delen? Want ik wil graag dat die gevonden wordt. Ik dacht, natuurlijk wil ik dat delen, ik hoop maar altijd graag dat die gevonden wordt, maar ik was wel een beetje sceptisch van hem, maar... Op de politiewebsite kun je gewoon zien, vermiste mensen, maar hij is nog niet de website van de politie en er was geen Amber Alert voor gedaan. Maar blijkbaar is een Amber Alert voornamelijk als er heel hoog vermoeden is dat het een misdaad is. Goed, zal ik zeker doen. Maar nu heb ik met Ginny Wemel afgesproken bij het zwerkbalveld. Oh, is goed joh. Je kunt altijd terugkomen. Zeg maar, veel tieners willen nog wel eens van huis weglopen en dat soort dingen. En dan gaan ze er dus vaak vanuit dat in dat geval de tiener gewoon is weggelopen uit de rebelsheid en niet in levensgevaar is. Zeg maar, er zijn ook, als je op de politiewebsite gaat kijken bij vermissingen, zie je heel veel kinderen van 2. Dan gaat het gewoon om kidnapping, vaak door een van de 2 ouders die ze terugnemen naar hun geboorteland of zo, naar het Midden-Oosten. Kijk, als je een kind van 2, als een kind van 2 voetsie is, die kunnen niet voor zichzelf zorgen. Dus dan is er sowieso sprake van een misdrijf. Terwijl als bij een geval van een tiener, het kan natuurlijk alsnog gebeuren. En ze kunnen alsnog in levensgevaar zijn, maar het ding is vooral dat zo'n Amber Alert wil je ook niet misbruiken. Als de politie voor ieder vermiste persoon van tienerleeftijd een vermissingsbericht eruit gooit, dan nemen op een gegeven moment mensen hun vermissingsberichten niet meer serieus. De politie gebruikt vooral graag die berichten op het moment dat het echt heel belangrijk is dat iedere seconde telt. Dus ja, dat is een klein beetje hoe dat werkt, over vermissingen gesproken. Dat lijkt me in ieder geval echt verschrikkelijk. Vooral ook van die mensen die bijvoorbeeld oudere familieleden hebben die opeens vermist zijn en waar je gewoon nooit meer wat van hoort, weet je. Dat je nooit weet of ze nou ergens gevangen genomen zijn en nog in leven zijn of... Dat lijkt me echt verschrikkelijk als je met zo'n soort vakgast, stop met dat schild van je. Heel kinderachtig. Ik heb nog geen schildschrijven kunnen, geloof ik ook. Het is gewoon niet eerlijk ook vooral dit. Oh, kijk. Gewoon echt Expelliarmus erop, joh. Dan komt het wel goed. Nou valt me trouwens wel op dat de muziek tijdens het duelleren is knijterhard. Ja, de rest van de game is geluid heel zacht, dus ik heb maar besloten het zo te doen, zeg maar. We zijn altijd aan het pesten. Zeg, zou je ons misschien willen helpen? Ik ben de aanvoerder van Hufflepuff's duelleerclub en een aantal mensen op onze afdeling kunnen wel wat hulp gebruiken met hun verdedigingsspreuk. Ah, nu krijgen ze wel de verdedigingsspreuk. Oké, maar we houden het kort. Luister allemaal, Harry gaat ons Protego leren. Onze jeugdkampioen was zo dapper om zich als vrijwilliger op te geven. Oké, Harry. Een jeugdkampioen, een of andere gast, ja, een klein manneke. Zo gebruik je Protego. Ouch. Blok die shit, ik gebruik nooit Protego, ik ben heel agressief. Ik ren gewoon naar je toe en ik spam je helemaal vol met paralytisch, makker. Nou, dan ga je eraan, hoor. Nou ga je eraan. Oh, moet nog meer. Kun je ook leren hoe je spreuken oplaat? Laat eens zien hoe het moet, Harry. Ja, je kan een paralytisch opladen en dan... Kamehame! Kaboom! Rakketakketakketa! Voel de kwaad van het duister. Jouw tijd is gedaan, kleine man. Bedankt, Harry. Als je het nog eens wilt proberen, schrijf je dan in op het prikbord daar. Prima. Breng het slingsap terug naar Ginny. Het zwerpbalveld. Oké, is goed. Henkie, waar moet ik heen? Maar is het niet heel ver? Oh, het is gewoon weer die kant op of zo. Oh, daar staat ze al. Mijn hondenpon. Je kan ook rennen. Dan wordt de hele game een beetje blurry aan de zijkanten. Hartstikke handig. Dan ben je er sneller, ja toch? Ik geloof dat het speedrun record van deze game op 2,5 uur staat. Niet 100% dan natuurlijk. Gewoon de storyline halen. Ik verwacht zelf 3 uur, 3,5 uur mee bezig te zijn dan. Sorry Harry, ik heb met Daan afgesproken. Hij bleef maar jammer omdat ik niet mee kon. Hebben ze nou echt zo'n record scratch erin gegooid? Ja, natuurlijk, Daan. Ga er maar met hem mee. Ik ga wel met Hermeline. Oké, later Harry. Ja,
Tot straks. Hey bitch, ik fix je helemaal dat slingsappen. Dan ga je met Daan vandoor. Ik ben echt gefriendzoned, man. Je bent toch niet weer dingen uit dat toverdrankenboek aan het maken, hè? Je weet niet eens wie de halfbloedprins is. Kom, we gaan naar Zwijnsveld. Ja, ruzie maken. Kom, we gaan naar Zwijnsveld. Fix dit. Zwijnsveld. De oplossing voor al je problemen. Gewoon dat die prins een beetje een foute figuur was. Is dat niet Katja Bel? Jij hebt er niks mee te maken! Katja! Katja! Is die ketting? Die is vast vervloekt. Minder, dat is minder. Malfides wist van die ketting. Hij lag in een vitrine bij Odius en Orlof. Maar Katja kreeg de ketting in het damestoilet. Hoe kan Draco hem daar hebben neergelegd? Veel succes vandaag, Ron. Je doet het vast geweldig. Ik stop ermee na deze wedstrijd. Stoker mag mijn plek hebben. Goed. Sapje? Je ziet er vreselijk uit, Ron. Heb je daarom iets in zijn sap gedaan? Geen idee waar je het over hebt. Kom op, Harry. Ik blijf dit heel leuk vinden. De scène waar dus Harry doet alsof hij het geluksdrankje in Ron's beker doet. En Ron denkt gewoon, hey, geluksdrankje, doping. Het is eigenlijk gewoon doping in zwerkbal. In de Harry Potter wereld is het geloof ik ook verboden. Ik had laatst nog een keer de gehele de Harry Potter wiki. Er is echt een hele Harry Potter Wikipedia pagina met echt meterlange verhalen over alles uit de Harry Potter wereld. En er staat dus ook dat het drinken van dat Felix Fortunatus, dat het heel slecht voor je kan zijn, dat het verslavend is. Het is eigenlijk net gewoon een soort drug. En dat het is heel verslavend voor je, maar het kan ook leiden tot heel vaak vervroegde dood, omdat mensen heel roekeloos worden. Het brengt over het algemeen geluk, maar je kan ook gewoon doodgaan, omdat je denkt dat alles je maar lukt. En dat je van een roltrap afglijdt en je nek breekt en zo, dat soort praktijken. Niet doen, is niet goed voor je. Ik heb mijn nek toch liever wel. Hey! Wie heeft daar een schild geplaatst dan? Nou, hoe ik hem krijg is even wat minder. Vaak is het een beetje moeilijk om te kiezen welk object je een spreuk op wil doen. Dat werkt de game niet even goed in mee. En de muisbesturing is nou niet ideaal. Niet zo zeuren, gewoon doorlopen. Kijk, kijk. Daar heb je Pottertje en Wezelkoning. Jullie kunnen het vandaag schudden. Zwarderaars zijn de beste. Laat dit maar aan mij over. Ik loop over van zelfvertrouwen. Merk het. En nu jij nog, Potter. Dus kijk wat je nog van zwerkbal bakt als ik paralytis gebruik. Ga ik het helemaal van tevoren zo heel cool doen met... Ja, pas maar op. Ik weet hoe een spreuk werkt. Pas maar op. Als ik een paralytis gebruik. Maar ja, dat is een spreuk. Goed gedaan. Je kan spreuken. Ik ook. Ik ben een tovenaar, bitch. Je kan best trouwens Expelliarmus doen. Dan liggen ze op de grond. En dan kun je ze gewoon compleet zo... Fuck you, nerd! Rabbidi-babbidi-babbidi-boe! Sorry, Harry. We kunnen die standbeelden nog helemaal fixen, omdat ik een goede jongen ben. Kan dat? Kan je die standbeelden fixen? Nou, blijkbaar niet. Oké, dan niet. Doei! Hey, Henk. Ah, Harry. Veel succes vandaag. Laten we het zwerkbalseizoen met een winst beginnen. Voor de rest, klein YouTube nieuwtje. Ga snel naar het zwerkbalveld. Ik heb opeens laatst het heel vaak in me aangeraden. Ik denk dat YouTube weer een beetje wat met het algoritme aan het veranderen is. Zeg maar het systeem dat video's aanraadt. Ik denk dat ze weer een beetje aan het sleutelen zijn. Want ik heb opeens heel vaak dat ik aangeraden video's krijg die helemaal niet zo heel vaak bekeken zijn. En echt heel veel jaar oud van een kanaal waar ik nog nooit van heb gehoord. Zeg maar gewoon echt heel willekeurig van huh. Hoe komt dit in mijn aangeraden video's? En ik merk het. Een paar van mijn video's zijn ook op die manier beland. Echt video's van 1 of 2 jaar oud. Die je opeens echt in een week 10.000 views erbij krijgt. Echt gewoon... Ik had laatst dat ik het met die Frikandellenfly video. De Frikandellenfly review. Als die stond in mijn top 10 best bekeken video's van de maand. Maar die video's helemaal niet eens in die maand gemaakt. Dat is heel zeldzaam hoor. Dat het in de top 10 best bekeken video's staat. Terwijl ik hem die maand niet gemaakt heb. En ik heb het nu weer met de video die heet geloof ik Kankerlelijke Kankerhoer. Waar ik praat over mijn, over Billy die, ik had een video gehad met Billy toen. Dat was de eerste video met mijn nieuwe vriendin Ski. En dat iedereen ging uitschelden. Tenminste iedereen, een paar mensen. En ik ging daar een klein beetje op reageren. Wat heel onnodig was, maar ik vond het gewoon grappig. Dus er waren ook reacties over dat als het zo door zou gaan, zou ik seks hebben met mieren en zo. Ik vond het vooral gewoon heel grappig, de sneuheid van dit soort reacties. Die video krijgt in één keer superveel reacties. Ook alleen maar negatief weer. Net zoals die, ik rook mijn laatste sigaret video.
dat de mensen die blijkbaar nog nooit mijn video's hebben gezien, ik heb gewoon een heel specifiek publiek van mensen die mijn video's kunnen tolereren, en een nog veel groter publiek van mensen die dat niet kunnen. Die zwerkbalspelers, zo luidruchtig, zo wild. Oh, sorry, ik vraag mijn team wel om zachtjes te doen als ze langs je lopen. Je bent één van hen. Een aanvoerder nog wel. Waarom gebruik je mijn sluipweg niet? Dat doen alle aanvoerders. Oelala. Mijn wachtwoord is... Meneer. Gekookte kevers. Bedankt. Thanks. Ja, inderdaad. Sure. Gekookte I'll use that kevers. Gekookte kevers. Wat? Ja, zeg het alleen niet tegen hen. Tegen hen? Moet ik eigenlijk deze kant wel op? Geen idee. Nee, je moet er niet deze kant op. Je team wacht op je bij het zwerkbalveld. In Harry Potter 5 moest je dus heel erg echt puzzeltjes oplossen om de portretten vrij te spelen. Hier gaat het wel een heel stuk sneller. Dus ik heb ook zelf een aantal van die video's gevonden. Gewoon willekeurige video's die in één keer bij me aangeraden stonden. Er zaten best een paar leuke tussen. Dus dat is meteen weer... Ik ga gewoon in mijn video praten over video's die ik gezien heb. Onderwerpen. Waar haal je ze vandaan? Hij heeft vandaag gewoon een geluksdag. Goed. Tijd voor onze warming-up. Ik heb een paar oefeningen waarmee we ze aankunnen. Pak je bezems en vliegen maar. En wat vooral irritant is, is dat de wedstrijd warming-up en de wedstrijd zijn hetzelfde ongeveer. Behalve dat bij de wedstrijd zijn er ook andere spelers, maar dat voegt niks toe. Maar zwerkbal in deze game is letterlijk alleen maar door ringetjes heen vliegen. Iedere keer weer. Het is iedere keer weer hetzelfde. Alleen op een gegeven moment wordt het soms een beetje moeilijk. Op een gegeven moment worden die ringen rood. En als je, ja, het is vooral als je één ring mist, dan ben je al redelijk snel game over. En soms moet je dan echt 5 minuten aan gameplay opnieuw doen. Terwijl je wenst dat je dood bent. Dat is voornamelijk een beetje wat er aan de hand is. Dus ik had laatst een aantal mooie YouTube-video's gezien. Eentje was, ging over een man die zijn buurman, minstens zijn buurman, was echt een huis, meerdere huizen verderop. Die had keihard muziek aanstaan. En hij liet zien dat hij had een soort programma, dat heet IP Address Killer. Ik neem aan dat dit bestaat, misschien zijn er mensen die dingen weten van computersystemen en zeggen nee, dit soort dingen bestaan niet. Het was een programma waar hij zijn IP-adres ingooide, op kill drukte, en dan ging die man zijn internet eruit. Dus hij luisterde vast Spotify via internet. Dus hij had zo die keiharde muziek, hij drukte zo op enter en in één keer, een paar seconden later, valt in één keer zo tak, zo de muziek uit. Is het even heel stil? En op een gegeven moment zet hij hem weer aan. Uit, aan, uit, aan, uit. Dat is een goede manier om je buurman te kutten zonder de politie te bellen. Er was ook een man die had heel erg last van zijn bovenbuurvrouw. Je hoort het heel vaak. Ik heb het ook een paar keer gehad met vrienden die wel op kamers wonen en niet heel sneu nog bij hun ouders thuis zoals ik. Best wel vaak gewoon last van geluidoverlast. Het is mijn epische stemvolume. Nou, ik ben best wel vaak met vrienden gewoon tot laat, zeg maar, wakker. Wij zijn best wel vaak gewoon tot 1, 2, 3 uur, 4, 5 uur aan het praten. Dan snap ik ook best wel dat je aan het slapen bent of dat mijn kind te hard muziek luisteren. Dus dan krijg je al gauw een gebonk op de muur of dat ze aan de deur komen en zo. En dat snap ik wel. Je hebt ook best wel recht op een klein beetje normaal geluid. Tenminste, hangt een beetje van de tijd af. Als je voor 10 gaat klagen, ben je gewoon een lul. Zolang er geen keiharde muziek draaien. Maar dat was een man die had een bovenbuurvrouw. Het is ook soms een beetje een grap. Dat wat doen de bovenburen nou dat er zoveel lawaai ontstaat. Die bovenbuurvrouw die stampt echt heel hard. Gewoon alsof ze bewust gewoon keihard op de vloer stampt. Gewoon zodra ze wakker wordt. En dat was ook echt een ding. Die vrouw deed het gewoon puur om die man te pesten. Hij had al zo vaak, was hij bij haar aan de deur gekomen of ze normaal kon doen. Dus hij had op een gegeven moment een fantastisch iets ontworpen. Hij had ontworpen iets wat hij noemde het karma systeem. Hij had in het plafond, op een gegeven moment was hij vaak tegen het plafond aan het bonken met een stok of zo, om te laten horen dat het stil moet zijn. En had hij per ongeluk uit woede een gat in zijn plafond geslagen. Daar had hij een hele audio setup gebouwd. Hij had daar gebouwd een soort speakers die al het geluid opnemen. Dan vervolgens naar een soort audio mixer die het geluid vertraagt en niet vertraagt en versterkt. Waardoor iedere keer als er een geluid van boven komt, dat geluid 3 keer terugkomt veel harder. Dus ik kwam erop neer dat die vrouw deed bonk. En dan hoorde je volgens bonk, bonk, bonk. Alles wat ze deed kreeg ze maar een echo. En de eerste avond dat die man het systeem aanzette, stond meteen de politie aan de deur. Want die vrouw vond blijkbaar wel dat hij haar geluidsoverlast, dat ze weer terugkreeg naar zichzelf, was blijkbaar voor haar geluidsoverlast. Dus de politie kwam bij die man aan de deur en die man liet die setup zien en de politie vond het hilarisch. Ik denk ja... Dit is weer eens mooi kunnen toepassen van bepaalde skills. Ik weet helemaal niks van audioapparatuur en ik kan helemaal niet zo'n setup neerzetten met een vertraagd signaal en dat is een echo creëert. Maar als je toevallig wel nog heel veel studioapparatuur hebt staan, is het wel heel mooi. Mijn burenkaart, ja, ik weet niet.
Ik wil zeggen, als mijn buren keihard muziek draaien, dan draai ik wel gewoon nog harder muziek terug. Maar dan hebben gewoon de rest van de mensen in het appartement er gewoon nog meer last van. Als je nou met z'n tweeën bent, is het nog best prima. Wij hebben ook soort van een beetje ruzie met ons buren. Ik heb een aantal keer dat ik alleen thuis ben en een feestje geef of zo. En een aantal keer is de politie aan de deur gekomen. En dan ben ik iedere keer redelijk onder invloed van wat alcohol. Dan moet ik weer de politie te woord staan. Maar eigenlijk komt er altijd neer. De politie zegt, toen wij er kwamen was het geluid eigenlijk gewoon best wel dikke prima. Dus er is vaak helemaal geen geluidsoverlast geconstateerd. De politie wordt alleen gebeld. Ik weet niet, de politie houdt sowieso bij wie aangifte doet. Zeg maar mijn buurman die is nu in zijn dossier staan, doet vaak aangifte, maar slaat nergens op. Dus op een gegeven moment komen ze gewoon niet meer, weet je wel. Maar ik weet niet of ze ook bijhouden bij bepaalde adressen juist. Want de politie is al zo vaak naar dit adres gekomen. De politie is dus nu, ik denk, een goede 4 keer bij ons aan de deur geweest. En alle 4 keren was er niks. Ik heb maar 3 keer geluidsoverlast en 1 keer omdat ik een terrorist zou zijn. De goede oude tijden noemen we dat. Dus misschien aan de politie nu gewoon staan. Wat er ook gebeurt bij Rick thuis, kom maar niet meer langs. Het is waarschijnlijk voor niks. Dat is goed. Nu kan ik een heel groot drugslab in mijn tuin zetten. Over een groot drugslab in mijn tuin gesproken. Ik heb best wel iets cools gelezen. Het ging over een man. Ik zal het zo meteen even vertellen, want ik ben echt bang dat ik niet te verstaan ben. Tijdens het hele gesprekbal. Dan maak ik even heel gauw dit bordje af. Voor de rest over dat hele YouTube gebeuren, dat ik het over had, dat ik dus veel views weer krijg op onbekende, op oude video's. Ik krijg ook heel veel haat en dat was gisteren gewoon even niet welkom. Soms heb ik gewoon echt even mijn dag niet. Heel zeldzaam. Dit is echt, ik denk misschien 1, 2 of 3 keer per jaar heb ik echt gewoon een gigantische kutdag. Ik heb sowieso wel kutdagen dat ik gewoon een dag heb waar ik gewoon echt gewoon voor mijn gevoel een nutteloze zak stront ben. Dat heeft iedereen wel eens. Dat is weer een mooi contrast voor de betere dagen. Nu heb ik vandaag een prima dag. Dat scheelt dan weer. Waarschijnlijk is hier wel de snaai, anders dan blijft het maar doorgaan. Ja toch, pak even die snaai, Harry. Kom op. Zo moeilijk is het niet. Je wint hem toch wel. Pak het kring. Kom op. Pak hem. Yes. Soms heb ik gewoon echt even een dag dat ik een gigantische hekel heb aan mijn YouTube-kanaal. Felix Fortunatus is verboden in de competitie. Had ik dan Confundus tegenstoker moeten gebruiken tijdens de tryouts? Maakt niet uit. Ik vertel het niet verder. Oh, en Ron dacht alleen maar dat ik het hem had gegeven. Hij kan zijn eigen geluk afdwingen. Ron, nee! Waarom? Ik hoef hem blijkbaar niet meer mee te nemen naar Slakhoorns kerstborrel. En jij kunt ook maar beter bedenken met wie je wilt gaan. Hoe voelt dat nou? Als je Daan ziet met Ginny? Ik heb het wel door, Harry. Ik zie hoe je naar haar kijkt. Hermeline, ik weet zeker dat Ron... Oh, maak je geen zorgen over Ron. Die kan zijn eigen geluk afdwingen. Kan hij zeker. En de winter valt in Zwijnstijds hogeschool voor hekserij en hocus pocus. Nee, maar soms heb ik echt gewoon een dag dat naast dat mijn hele dag prut is, ik ook gewoon een gigantische hekel heb aan mijn YouTube-video's. Want ik was dus de video's aan het kijken die vandaag online zouden komen. Ik heb dat dus gewoon pure chemie, daar kun je niks aan doen. Ik neem aan dat jij naar het feestje van Slakhoorn gaat? Ja. Oh, ik moet gaan. Ik heb met Luna afgesproken bij het boothuis. Luna? Je kunt iedere meid in het kasteel krijgen en dan neem je Luna leeflang mee. Snap ik wel, ja? Luna is al een cutie. Ronnebody! Vind Luna in het boothuis en breng haar naar een slakhoornsfeestje. Alsof ze daar vastgebonden ligt of zo. Gezien niet. Henk, waar ben je? Hier zo? Naar buiten? Yes. Soms heb ik echt gewoon eventjes het gevoel alsof ik een gigantische pesthekel heb aan mijn hele YouTube-kanaal. Dan ben ik de video's aan het kijken die morgen online komen. En als ik telkens twijfel van vind ik deze video nou wel of niet leuk? Is het nou, ben ik nou... Eén moment vind ik de video weer oké. En een ander moment vind ik iedere seconde alles irritant. Hoe ik ieder woord uitspreek. Wat ik precies zeg. Alles is gewoon verschrikkelijk slecht en kan beter. En het is echt super kut. Ik sta dan iedere keer echt op het randje om gewoon mijn YouTube kanaal te verwijderen. Alles te verwijderen en er gewoon mee te kappen. Ik weet nog dat YouTube buddy Gig Kees wat een tijdje geleden gewoon gedaan heeft. Op een gegeven moment gewoon gezegd, ik sta gewoon niet meer achter mijn video's. En ik ga ze gewoon allemaal verwijderen. Doei. En ik weet dat ik het niet moet doen. En ik weet dat
Op zo'n moment is echt het enige steuntje dat ik heb. Gewoon het feit dat mensen zeggen dat ze ze heel leuk vinden. En dat ik wel eens mailtjes krijg met heel erg bedankt voor je video. Laatst had ik gisteren toevallig weer eentje met, ja, afgelopen weken lag ik in het ziekenhuis. Ik weet niet precies waarom die persoon dat had, maar dankjewel. Ik had wat tegen de verveling. Ik weet niet waarom, het is echt gewoon even één dag dat ik gewoon een hele zwarte wolk van kutheid en zelfhaat om me heen heb. Ik kan me voorstellen dat als je dat zeg maar heel lang hebt, dat dat ongeveer in de buurt komt van iets van een depressie. Nou weet ik helemaal niks over depressies, want ik heb daar zelf dan weer gelukkig geen last van. Je hebt van die mensen die zeg maar zich een dagje rot voelen en dan meteen, kijk, oh my god, look at me, I'm such depressief. Ah, wanneer je houdt van een opgeruimde kamer, kijk naar mij, ik ben echt een OCD'er, man. Ik vind dat we mentale ziektes zeg maar niet tot een grapje moeten maken. Zeer zeker niet. Het is gewoon heel kut. Maar ik voel me nu weer beter, dus het is nice. Gucci. Nee, je ziet er heel leuk uit. Oh, ik ben blij dat je er bent. Professor Slughorn vroeg of ik dit vuurwerk wilde afsteken. Om zijn feestje aan te kondigen. Maar ik weet niet goed wat ik ermee moet. Afsteken. We moeten gewoon incendio gebruiken op de lontjes. Zo gebruik je incendio. Raboom! Yeah. Oh, dat is mooi. En nu de rest nog. Lekker dan. Steek op weg naar het kasteel. De andere dozen met vuurwerk aan. Is goed. En nog steeds geen idee hoe ik naar die schilder die aan de muur vastzitten moet pakken. Laat even lekker wat dozen met vuurwerk aansteken. Het is wel weer een mooie scène in de game. Het is niet in de film volgens mij. Dit hele vuurwerk aansteek gebeuren. Maar het is leuk. Het is fijn. Ze zijn weer in een lekker leuk daglichtje. Dus ja, sorry voor de hele sombere ondertoon in ieder geval. Ik wil het ook eens met jullie delen. Misschien is het de manier om een reactie te krijgen. Maar Rick, you are the best YouTube to ever to exist. Oh ja, het is in ieder geval rot. En dat feit dat je dan in één keer allemaal comments krijgt. Maar als je gaat kijken naar die kankerleken kankerhoer video. Alle reacties zijn letterlijk alleen maar. Wat ben jij voor een mogol? Wat een kankerhomo? Sterf. Dat helpt niet mee. Timing daarvan is niet heel goed. Toch fijn dat zoveel mensen die mening hebben. Dan ben ik gewoon benieuwd of iedereen die mijn kanaal niet kent, die mijn video's kijkt, zo denkt. Of dat alleen dat de meeste mensen het gewoon redelijk oké vinden en geen reactie achterlaten. Dat is een beetje de vraag. Zijn mensen meer geneigd een positieve reactie achter te laten? Ik denk dat mensen geneigd zijn negativiteit achter te laten. Terwijl wat wil je mee bereiken? Mensen die haatreacties achterlaten op YouTube-video's. Vooral als ze al een jaar oud zijn. Bij de meeste YouTubers lezen dat echt niet meer, zulke oude reacties. Ik dan toevallig wel, met meldingen aan het staan op mijn mobiel. Ik ben weer het slachtoffer van mijn eigen goedheid. Dat zal het wel weer zijn. Hey, lieve makkers, het is momenteel gigantisch mooi weer buiten. Ik ga even lekker een paar biertjes tikken met de boys. Ik ben vanavond weer terug en dan ga ik verder met het tweede deel van deze opname. Ik neem dit momenteel op, het is vandaag donderdag. Ik neem dit donderdag al op, voornamelijk omdat het hele weekend momenteel is de Dutch YouTube Gathering en een comedywedstrijd waar ik aan meedoe. Dus dan ben ik niet thuis. Ik zal even kijken of ik nog wat ga doen met vloggen en zo op de Dutch YouTube Gathering. Ik heb heel veel zin in de gathering, het is altijd super leuk om heel veel kijkers te zien en het is gewoon super gezellig om te chillen met mijn YouTube buddies. Ik ben wel bang dat ik dit jaar weer minder herkend ga worden. Ieder jaar met de gathering is toch een beetje een afname in mijn internetpopulariteit. Het is voornamelijk omdat bij de gathering is sowieso het publiek redelijk jong en ik krijg niet heel veel kijkers erbij. Dus vooral de mensen die kijken blijven kijken. Dus mijn publiek wordt in principe steeds ouder. En het publiek bij de gathering blijft ook jong omdat heel veel mensen denken dat het publiek bij de gathering heel jong is. Dus dan denken ze, ja, ik heb geen zin om daar tussen de 12-jarigen te lopen. Dus dan ga ik maar niet. En dat vergroot het ook juist weer. Een soort een bias noemen ze dat. Een zelf voorkomende profetie, weet je wel. Het is iets wat self-fulfilling prophecy. Mensen denken dat het zo is. Het heeft het over met aandelen. Mensen denken dat de prijs van een aandeel omlaag gaat. Dus verkopen ze hem gauw. Dus gaat de prijs van een aandeel omlaag. Nou is hier het aandeel naar de gathering gaan als je ouder bent. En dan niet gaan. Het werkt een beetje op die manier ook. En het ding is ook sowieso dat... Ik heb momenteel heel veel mogelijkheden om mij te meeten. Als in, ik heb een tijdje And Then You Die. Iedere maandag in Utrecht kun je mij gratis ontmoeten. Dus ik denk niet dat er veel kijkers zijn die helemaal voor mij naar de gathering zullen gaan. Want waarom, dat kost geld en zo. Je kan me ook gewoon gratis ontmoeten, vind je niet in de rij te staan. Dus ja, dat. Ik heb wel nog opgeroepen om zaterdagavond wat biertjes te tikken met wat kijkers als ze zin hebben. Even kijken of mensen daar interesse in hebben. Ik heb toch, ik overnacht in Utrecht, dus... Moet even kieken. Ik laat de game in ieder geval hierbij. Ik zal even het volgende opslagpunt zoeken. Ga ik even lekker wat biertjes tikken. We gaan geloof ik het eten bij de bierkaart in Amsterdam. Maar het zal wel heel druk zijn momenteel op donderdag. Het is echt gigantisch mooi weer buiten.
Dus ja, het zal me niks verbazen als het, ja, zoals ik al zei, gigantisch druk is. En dan wordt de biertjes tikken toch iets meer een uitdaging. Het is ook heel irritant dat ik probeer dan soms de spreuk te doen, maar dan schudt hij alleen maar. Dus moet ik hem eraf. Ik denk dat je echt een steen moet gebruiken of zo. Zijn er stenen hier in de buurt? Laat ook maar, hou dat schild maar. Wat ik dus zei, het wereldrecord voor deze game is 2,5 uur. Het wereldrecord voor de hele game, 100%, alle schilden, alle prikbord shit, is 7,5 uur. Ze hebben voornamelijk gewoon deze troep toegevoegd om de game langer te maken. Zoals ik al zei, de game is leuk, maar het is heel veel van hetzelfde. En zelfs dan is de game al best kort. De tijd is echt gewoon een groot probleem geweest bij het maken van deze game. En kan ik die daar wel pakken? Ben je klaar om naar het feest te gaan? Nee. Not really. Not really, Luna. Not really. Zo, allemaal hartstikke mooi hier. Hartstikke mooie mensen overal. Kom maar met dat checkpointje. Fijn dat je er bent. Er zijn zoveel mensen aan wie ik je wil voorstellen. Oh, gaap. Ik ben echt net wakker geworden. Slakhorn. Er is hier helemaal niemand. Natuurlijk niet. En dat is maar goed ook. We zijn nog niet klaar. We zijn nog lang niet klaar. Daarom kan ik nog wel wat hulp gebruiken. Ik weet zeker dat jij en je vrouw... Leeflang. Alles snel op orde zullen hebben. Ik wilde eigenlijk bol maken voor mijn gasten. Maar ik heb er de tijd niet voor gehad. Kunnen jullie misschien iets voor me mixen? Ik moet zeggen, ik vind die toverdranken heel interessant. Heel irritant. Interessant, nee. Toverdranken zijn heel irritant, maar dit is wel echt heel leuk gedaan. Hier maak je dus bol. Het is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als toverdranken. Maar in plaats van met toverdrankingrediënten moet je fruit en vodka en aardbeien en al die troepen doorheen gooien. Dus dat is wel leuk gedaan. Maar ik ga je nu echt even verlaten. Ik ben zo meteen terug. Waarschijnlijk wel met een paar biertjes achter de kiezen. Maar dat maakt de video alleen maar gezelliger. Tot zo! Tada! Daar ben ik weer. Een paar biertjes verder. Maar ik ben weer terug voor Harry Potter en de Half-Blood Prince. De smaak van zonlicht en geluk. Ik wist wel dat jij hier de juiste man voor was. Geen moeite. Geen moeite. Blijf staan, Potter. Het is echt het beste feestje ooit, dit. Ik moet je de groeten doen van professor Perkamentus. Hij is op reis en komt niet terug voor de lessen weer beginnen. Op reis? Waarheen? Hou je poten thuis, vuile snul. Rustig, meneer Vilder. Wat is er aan de hand? Oké, ik ben niet uitgenodigd. Nou goed. Ik neem hem wel mee naar buiten. Prima. Doe dat maar. We moeten er geloof ik heel onopgemerkt achteraan gaan lopen. Ik moet zeggen, ik heb een terras, een biertje of... Oh. 10 punten eraf voor Gryffindor, wegens rondhangen. Sorry. Ik wilde zeggen, ik heb een terras nou niet echt veel bier gedronken. Ik denk een biertje of 6 en dat lijkt misschien veel, maar... Toen ik stopte met de video opnemen was het 1 uur of 1. Nu is het ongeveer weer 1 uur of 1, maar dan middernacht. Dus ik heb het gedronken over 12 uur verdeeld. Als je wel dronken bent en je gaat toverdranken doen, dat is best leuk, want dan ben je toverdronken. Wat een verschrikkelijke grap. Nee, de meeste dingen in deze game zijn al moeilijk genoeg. Ik zou niet proberen grote hoeveelheden alcohol erbij te doen. Verder heb ik net eventjes de opname gecheckt, als in het eerdere deel van deze video dat ik had opgenomen. Even om te checken, is het beeld goed, is het geluid goed? En het viel me op dat het gamegeluid soms toch echt wel knijterhard staat. Als in soms is de video gewoon, ja, ben ik bijna niet te verstaan. Wat toch wel een beetje ten koste gaat van je video. Het is vooral irritant voor mensen die deze video gebruiken om tegelijkertijd, weet ik veel, huiswerk te maken. Of je kamer op te ruimen of wat dan ook. Misschien nog niet, wat kan nu dat schelen? Ik heb gezworen dat ik je zou beschermen. Ik heb de onbreekbare eed afgelegd. Mm. Ik heb geen bescherming nodig. Ik ben gekozen. Dit is mijn moment. Oké. Zo de knetter. Denk je dat Snape maar... Ik heb nu in ieder geval het gamegeluid wat zachter gezet. Hey, en de facecam verplaatst. Hey. Onbreekbare eed? Ja. Wat gebeurt er als je een onbreekbare eed breekt? Je gaat dood. Is iedereen al naar bed? Ik slaap de laatste tijd nauwelijks. Dan ga ik mijn haar maar wassen. Stom, hè? Ja, dat is best stom. Vrolijk kerstfeest, Harry. Geef mij een kussie. Oh. Fucking. Harry? Fucking dooddoeners verpesten mijn liefdesleven, man.
Je kan niet eens normaal een relatie nemen met iemands zus, of de dooddoeners vallen je weer lastig. Altijd. Altijd. Typisch weer. Klassiek schoolvoorbeeldje waarom dooddoeners verschrikkelijke mensen zijn. Nee, perfect. Laten we lekker verder gaan met de flauwe onderwerpen en de andere meuk. Eerst nog eventjes voor de twee personen die een neuk gaven hoe mijn avondeten was. Het was lekker en vooral lang. We hebben echt, ik denk, 2,5 uur bij dat restaurant gezeten. Wat? Snap je dan niet dat ze wil dat je haar volgt? Zij heeft Sirius vermoord. Ja, dat klopt. Is dat een goede reden in een valstrik te vallen? Deze hele scène is gewoon raar uitgewerkt. Ziet er allemaal maar een beetje raar uit. Het zal ook allemaal wel. Het zal ook allemaal wel. Ik blijf gewoon mijn strategie vasthouden. Gewoon op alles blijven klikken. Ja toch. Klikkedie, klikkedie, klik. Misschien een keer een opgeladen spreuk. Chakkedie, chakkedie, chak. Alleen er zit dus nu een stukje moeras voor. Normaal gesproken loop ik gewoon naar de vijand toe. Ga ik praktisch in te staan en spam ik ze onder. Nu spam ik ze een beetje onder van een afstandje. Iedere keer als ze op willen staan, gewoon weer een spreuk doen dat ze weer op hun bib vliegen, ja toch. De bossfights. Als je het überhaupt een bossfight kan noemen in deze game. Ze zijn niet heel moeilijk. Sommige duren wat langer, dat is voornamelijk een beetje een probleem. Ik had eerder al iets gezegd over die rode honing. Ik had iets gelezen over rode honing. Het is redelijk interessant, want dat begon met rode honing. Eindigt opeens in het oppakken van een hele grote wietplantage. Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, op een gegeven moment waren er dus een aantal imkers, mensen die bijen hebben. En op een gegeven moment hadden ze, ja, rode honing. Wat ze redelijk bijzonder vonden, want honing hoort niet rood te zijn. Je zou best kunnen marketen en er veel geld voor kunnen vragen. Zeer zekers. Nee, Harry, het is een val. Valhaar, ze heet die gast toch? Valhaar. Ik begreep het nooit echt. Ik was zeg maar het Harry Potter boek aan het lezen en opeens was deze gast er gewoon. Oh ja, shit, we hebben nieuwe bad guys nodig. Er is ook een soort weerwolf dude. En hij is een lul. Dat is ongeveer hoe ze het Harry Potter universum hebben uitbreid. Oh ja, je hebt ook deze weerwolf gast. Met echt verrassend weinig borsthaar nog voor een weerwolf. Maar hij laat het wel echt vol trots zien. Vol trots met die flinke bos. Nee, het ding is dus, ze hadden op een gegeven moment allemaal rode... honing. En dat hadden ze dus kunnen markten en kunnen verkopen, maar ze waren toch benieuwd van ja, waarom de fuck is onze honing rood? Er is vast iets slechts aan de hand. Aan de andere kant, ik had laatst ook iets gelezen over blauwe wijn. Dat was op Facebook trouwens, niet eens gaan lezen. Het was op Facebook, meteen een stuk minder cool, denk je. Nou Rick, thanks voor dit nieuws. Je haalt het blijkbaar gewoon van Facebook af. Het ging over een bedrijf dat verkocht blauwe wijn. Maar wat ze deden was, ze maakten gewoon witte wijn. En uit een bepaalde soort bes, een of andere druif, haalden ze gewoon een blauwe kleurstof en dan voegden ze toe. Zeiden ze, ja, het is 100% natuurlijk. We hebben gewoon blauwe wijn gemaakt. Nee, je hebt gewoon blauwe kleurstof toegevoegd. Als jij er niet was geweest, had ik nu een weerwolf als zus. Ja, dat is niks. Het is een beetje alsof je zegt, ja, ik maak bruine wijn, 100% natuurlijk. Ik flikker gewoon cacao er doorheen. Ja, kun je niet doen. Een verdwijnkast? Nou met zo'n ding? Weet ik veel. Baas werd nog steeds in de winkel. Hey. Wat handig. Met die verdwijnkast kun je mensen voederen. Wat? Even kijken. Waar moeten wij heen? Hoi Harry. Ron. Harry, ik geloof dat professor Slakhorn weer een feestje geeft. Weer een feestje. Blijf geen feest. Slakkers bijeenkomst. Misschien kan Slakhorn jou en Stoker beter gelijk tot koning en koningin Slak uitroepen. Later, Harry. Later, Ron. My man. Heb jij Malfi dus iets verdachts zien uitvoeren? Alsjeblieft, Harry. Maak je toch niet zo druk om Draco? Had je wel moeten doen. Mijn vader erachter was gekomen dat Malfi dus naar een verdwijnkast keek bij Odius en Orlof. Maar je kunt de verdwijnkast toch niet het kasteel binnensmokkelen? De schouwers fouilleren iedereen die binnenkomt. Ze controleren zelfs de uilenpost. Leg dan eens uit hoe hij van de sluipwegwijzer verdwijnt. Hier, kijk maar. Ik zweer plechtig dat ik snode plannen heb. De game moet iedere keer even die sluipwegwijzer laten zien, hè. Altijd. Ja, dat is Draco Malfi dus. Snode en dan? Uitgevoerd. Oh, hij is er gewoon. De gang van de zevende verdieping. Dan is hij dus niet verdwenen. Maar soms verdwijnt hij wel helemaal. Ik wil weten wat hij van plan is. Ik ga naar de zevende verdieping. Dat is beter dan een feestje van Slakhorn. Dat is primeur. Nieuws wordt snel oud. Ga maar door mijn sluip weg. Zeg maar gewoon, mooie kop. Mooie kop. Als je iets zult vinden, Harry. Ja,
Ik ga bewijzen dat hij iets in zijn schild voert. Zijn zwijnstijnschild. 1 van de 150, precies. Wat ik dus wilde zeggen is, op een gegeven moment had je dus die bijen. En uiteindelijk kwamen ze erachter dat de honing die ze produceerden was rood. Omdat in de buurt was een kersenfabriek waar ze kersen verwerken voor in gerechten en zo. En dan waarschijnlijk doen ze iets met rode kleurstoffen. Waardoor dus die kersen het lekkere, appetijtelijke rode kleurtje krijgen. Bijna alles wat we eten vandaag de dag zit vol met kleurstoffen. En dat is grotendeels gewoon zodat het er lekker uitziet. Heel veel vissalades en zo. Heel veel dingen zoals tonijnsalade. Heeft gewoon een hele onappetijtelijke kleur. Gooi er wat kleurstof doorheen. Krabvlees is vaak gewoon een soort bruine massa of grijzig. En dan denken we nou een beetje rode kleurstof er doorheen. Hartstikke idee. Best logisch. In principe, zolang je van die kleurstoffen niet hartstikke ziek wordt, is best een goede deal. Het schijnt ook zo te zijn dat eten met een appetijtelijke kleur lekkerder smaakt. Dus ik kan niet klagen. Wat ze trouwens hier doen is fantastisch. Ik kwam hier de vorige keer toen de game speelde achter. Er staat hier dus een chick en ze laat iets vallen. En ik heb recent de boeken weer opnieuw gelezen. En toen opeens begreep ik dat wat hier gebeurt super belangrijk is. Het ding is, Corsair en Kwast staan op de wacht. Malfi zit in de kamer van Hoge Nood met de verdwijnkast te spelen. En Corsair en Kwast staan op de wacht. Dit is namelijk of Corsair of Kwast verandert in een vrouw. En als Harry daar aan zou komen, laten ze iets vallen wat een geluid maakt. En op die manier signaleren ze naar Malfi dus dat Harry eraan komt. In de film zit dat er geloof ik helemaal niet in. En in de game zit het er wel in, maar ze besteden er totaal geen aandacht aan. Het is gewoon heel klein, dat als je het boek gelezen hebt, dan weet je dat dit een ding is. Klaar Harry Potter feitje. Nou ja, dat zou weer maar gebeuren in een Harry Potter video, die Harry Potter feitjes. Hey, die wil ik ook meteen wel even hebben. Nu het er toch ligt. Het interessante was dus in principe, nu denk je gewoon, oké, bijen maken rode honing. Wat is daar zo bijzonder aan? Waarop ik wil zeggen, goeie vraag. Tom, heb je Malfides gezien? Wanneer? Nu net. Hij hangt altijd maar rond in deze gang. En ik heb dit gevonden. Het lijkt op een recept voor een toverdrank. Oei, oei. Dat is waarschijnlijk huiswerk. En sinds wanneer maakt Malfides zich druk om zijn huiswerk? Je weet niet eens of het wel van hem is. Ik vraag Hermelien wel wat voor toverdrank dit is. Dan komen we er vast achter wat Malfides van plan is. Je hebt mazzel. Ze zit nu te blokken bij toverdranken. Pas op. Ze heeft nog steeds een pesthumeur. Dus je gaat niet met me mee? Ik neem het liever op tegen die trol uit ons eerste jaar. Tot straks. Tot straks. Ik vind Hermelien in het toverdranklokaal. Ah, dat is wel een lekker lang stukje lopen. Ik vind dat oprecht wel chill. In deze game vind ik het oprecht gewoon chill om de Zwijnstein heen te lopen. Gewoon even niks. Even geen zwerkbal. Even geen toverdranken. Even geen duel. Het is eventjes gewoon een lekkere wandeling genieten. Heerlijk. Het zou cool zijn als we een soort VR-game maken waar je een VR-bril opzet en gewoon door Zwijnstein heen kan lopen. Ik zou dat best wel waarderen. Nou, in ieder geval, wat eigenlijk gebeurde is dus op deze manier, omdat dus die rode honing ontstond, gebruikten ze eigenlijk als excuus voor een onderzoekskeuringsdienst langs te sturen bij de kersenfabriek. En daar hebben ze dus een gigantische wietplantage ontdekt. Ze dachten al heel lang van ja shit, bij die kersenfabriek zit misschien een wietplantage, maar we kunnen niet zomaar binnenvallen. We moeten wel iets van bewijs hebben. En toen dus eenmaal die rode kleurstoffen bij de rode honing ontstond, hebben ze gezegd van, hey, voor mij hebben jullie allemaal stoffen gemorst in de natuur en daardoor kunnen de bijen erbij komen. Erbij komen. En op die manier hebben ze dus een hele drugsoperatie opgerold. Dat is dan weer de hele mooie wijsheid, ja toch? Moraal van het verhaal is, run geen drugslab, want mensen komen erachter. Oh, Hermelien, ken je deze toverdrank? Wat gek dat jij het niet kent. Je bent toch de beste in toverdranken? Je ziet toch zo wat dit is. Oh ja? Wat is het dan? Waarom vraag je dat aan mij? Vraag het maar aan de halfbloedprins. Oké, doe ik dat. Ik maak gewoon een toverdrank en dan merk ik het wel. Oeh, een toverdrank maken? Dat is nieuw. Voor de rest was er gisteren iemand die noemde iets op. Ik zit wel eens op het Harry Potter forum. Toen zat ik gewoon een forum voor Harry Potter fans. En vaak zijn er discussies over dingen die echt helemaal nergens over gaan, weet je wel. Standaard dingen zoals wie is je favoriete karakter en waarom, maar ook hele rare discussies die nergens over gaan. En gisteren was er een discussie die ging van, ja, iets zit me al jarenlang dwars, al 16 jaar lang over Harry Potter. En ik denk, oeh, benieuwd, heeft iemand een fout gevonden in Harry Potter? Hartstikke interessant. En het ging om Harry Potter 1. De scène waar ze leren vliegen. De scène dat ze dus allemaal de bezem hebben en doen omhoog. En dat ze allemaal de lucht in gaan. Op een gegeven moment zegt Madame Hoog, de lerares vliegen, zegt, oké, iedereen op je bezem, als ik fluit, iedereen vliegen. Zegt 3, 2, 1, fluit. En wat dan gebeurt is, Marcel die stijgt op en die verliest de controle. Oh, fuck.
verliest de controle over zijn bezem. Misschien dat je deze scène nog kent. En het ding is, vervolgens wordt Madame Hoog heel boos op Marcel. Ze zegt, Marcel, wat doe je? Wat ben je allemaal aan het doen? Terwijl, ze zei net, ik tel tot 3 en dan gaat iedereen vliegen. Oftewel, de hele scène klopt eigenlijk niet. Dan denk je, what the fuck? Nou kijk, als je gaat kijken naar wat er in het boek gebeurt. In het boek zegt ze, oké, we gaan nu vliegen. 3, 2 en dan stijgt Marcel op en zegt ze, what the fuck Marcel, wat ben je aan het doen? Wat veel logischer is, want nu zegt ze gewoon, iedereen gaat vliegen. What the fuck Marcel, waarom? Ik stopte met verhitten. Waarom game niet stoppen met verhitten? What the fuck is this shit? Nee, maar echt. Ik krijg die ketel ook gewoon niet meer warm. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Kut, dit is hem toch? Ja, oké. Top blauw. Hartstikke mooi. Oh, 2 voor een piece. Nog 13 seconden. Dit wordt de laatste Snick Achievement, hoor. Dit wordt... Oh, ja. Ik dacht dat ik een 7 moest doen. Ik denk al, dat is wel veel. Oké, en roeren tot grijs. Maar je hebt nog enkele seconden. Dat roeren gaat echt niet lekker op de computer. Word grijs! Word... Nee! Fuck. Godverdomme, dit heb ik weer hoor. Zo. Tadaa, kijk, als ik gewoon eventjes niet aan het praten ben en moet multitasken, dan opeens lukt het wel om zo'n drank te maken. Een prachtige wisseldrank ben je aan het brouwen. Ik hoop alleen niet dat je hem gaat gebruiken. Dat is ten strengste. Nou, ze hinten je dus wel naar dat Malfi dus een wisseldrank gebruikt. Natuurlijk, die grijzige, slijmerige substantie, dat kan niet missen. Maar jij zou dat toch moeten weten, je hebt hem gemaakt. Ik deed maar wat. Bedankt, professor. Wisseldrank. Dat gebruik je als je eruit wilt zien als iemand anders. I know. Je hebt het zelf gebruikt met de Hermeline, gast. Voldemort, zou Malfi dus toch in opdracht toevertrouwen? Je hebt nog geen greintje bewijs, hè? Nee, nog niet. Maar dat komt. Maar ja, kom nou, hè. Prima. En de avond valt over Zwijnstein, hogeschool voor hekserij en hocus pocus. Nog even gauw over die scène met Marcel. Waarschijnlijk is het ding dus dat ze gewoon het fluitje verkeerd in hebben geëdit. Je kan het heel makkelijk fixen als je een nieuwe versie van de film maakt en foutjes eruit gaat halen. Gewoon het fluitje 2 seconden eerder af laten gaan. Harry, je kunt maar beter niet zeggen tegen Perkamentus over Malfidus. Hij voert iets in zijn schild. Of nee, het fluitje. Hij overal rond en heeft zelfs fluitje juist later. Geloosd. Ja, ik geef of toe het, dat het niet zo stil is, maar je hebt geen enkel bewijs dat hij ergens mee bezig is. Als hij niets van plan is, waarom sluipt hij dan over de 7e verdieping en... De 7e verdieping? Natuurlijk, hij gebruikt de kamer van hoge nood. Daarom verdwijnt hij steeds van de sluipwegwijzer. Maar als hij die kamer gebruikt, dan kun je niet zien wat hij daar uitvoert. Daarom gebruikten wij hem ook voor de SVP. Ga dan maar gewoon naar de les van Perkamentus. Hij wacht op je in zijn kantoor. Oké, ga naar Perkamentus in zijn kantoor. Dus even te denken, wat ik net zei, klopt natuurlijk niet. Het fluitje moet later. Ja, Marcel moet eerst op... Je kan het fluitje ook gewoon weghalen. Ze hebben in ieder geval een fout gemaakt in deze scène. En vanaf nu, iedere keer dat ik de eerste Harry Potter film ga zien, ga ik me er sowieso keihard aan ergeren met... Hey, dit klopt niet. Ik ben een boze nerd. Sowieso, 100%. Even kijken, we moeten naar Perkamentus toe. Waarschijnlijk komt er ondertussen weer een gevecht. Iedere keer weer als je van A naar B loopt. Hey Potter, loser, ik gooi een paralytisch op je. Oké, kom vechten dan. Ik win toch, iedere keer weer. Doe even niet, joh. Waarom wil je zo graag door mij ingemaakt worden? Is het een soort rare verslaving of zo? Dat zal het wel zijn. Nee, we zijn al bij het kantoor van Perkamentus. Zonder geweld. Fantastisch. Hoi Harry. Kom hier voor professor Perkamentus? Ik ook. Is er iets mis? Zeg het maar. Wat is er met je? Een zwadderaar heeft mijn fluimsteen gepikt. Het is een kletsende knaller van mijn moeder gekregen. Wat is er mis met haar stem? Ik dacht echt net van, oh, we hoeven niet te duelleren. Wacht hier, ik haal je fluimsteen terug. Moet ik alsnog duelleren? Nee, dit meisje is wel het bewijs dat ze blijkbaar echt te weinig stemacteurs hebben. En als je nog iemand zoekt. Ik heb iets minder een slisje als je toevallig allemaal behoefte hebt. Heb jij een kletsende knaller van dat meisje afgepakt? Wat gaat jou dat aan? Geef hem terug. En anders? Ga je me dan beheksen?
Ik weet zeker dat professor Snape het leuk vindt om te horen dat je zwadderaars bekst. Misschien mag je zelfs nablijven. Paralytis! Voor de rest, nu we het toch hebben over gemene zwadderaars. In de echte wereld heb je ook een aantal zwadderaars. En een van die zwadderaars, dat zijn sowieso de mensen van T-Mobile. Dat was namelijk in Amerika een heel groot schandaal met nep beltonen. Dat was een redelijk interessant iets. Ik had er een klein beetje over gelezen. Iemand had het doorgestuurd naar mij. Van, hey Rick, misschien is het interessant. En het was daadwerkelijk interessant. Met die kletsende knaller. Ik hoop dat hij over je heen spuugt. En denk volgende keer even na, ja, voordat je iemand pest. Oei, oei, oei. Geef de kletsende knaller terug aan het meisje bij het kantoor van Perkamentus. Is goed. Kijk eens aan. Alsjeblieft. Maar waarom had je Perkamentus dan nodig? Je bent geweldig. Wil Perkamentus heeft betere dingen te doen dan kletsende knallers terugwinnen. Wat was je plan, meisje? Wat was je plan? Professor, even over Malfidus en Snape. Professor Snape. Zoals ik al zei, Harry, ik vertrouw Severus. Mijn antwoord is nog hetzelfde. Kom, we gaan aan de slag. Yes, let's party. Ik heb op Zwijnstein niet veel herinneringen aan Martin Vilein kunnen vinden. Maar deze kwam ik wel tegen. Allemachtig, waar blijft de tijd? Wegwezen, jongens. Vandetta, Arduin, denk aan jullie opstellen. Dooddoeners. Een beetje opschieten, Martin. Nee, Martin, ik weet niets over groeiselementen. En zo ja, zou ik het nog niet zeggen. En nu opgehoepeld. Het idee is dat je hier dus moet zien dat de herinnering verknipt is en niet echt is. Professor Slughorn heeft me deze herinnering geknipt, ja. Harry. Een beetje alsof ik probeer te editen in mijn video. Je ziet sowieso dat het nep is. Dat je hem overhaalt je deze herinnering te geven. Op welke manier dan ook. Die herinnering is van cruciaal belang. Maar kom, je hebt nu zwerkbaltraining. Jee, zwerkbaltraining. Ik heb het kasteel geopend, dus je kunt makkelijker de weg vinden. Deze game is echt een grap. Het is dat ik snoden kwam. Het is alleen maar duelleren, toverdrank, zwerkbaltraining. Letterlijk iedere 10 minuten is dat kopiëren plakken. Nee, maar ze wachten op je bij gedaanteveranderingen. Oh, ik was echt even vergeten hoe erg het was. Iedere keer weer denk ik, Harry Potter 6 is een leuke game. En dan speel ik hem weer en denk ik, ja, het is echt alleen maar duelleren, zwembadtraining, toverdranken. Ik moet er zelf ook gewoon om lachen. Ik ben benieuwd, toen deze game in de winkels kwam, was hij toen 60 euro? Zo ja, get fucked. Ik weet nog dat de eerste game waar ik zelf veel geld aan uitgaf was Harry Potter 3. Harry Potter en de gevangenen van Azkaban voor de computer. Die heb ik toen gekocht, ik geloof full price, bij de Mediamarkt. Ik denk dat die toen 60 of 40 euro was. In ieder geval wel duur. De meeste games als ze uitkomen zijn toch wel 60 euro'tjes. En misschien zelfs die game ook wel toen. Ik heb hem later nog een keer gekocht, want ik was hem kwijt. Dat heb ik hem bij de Intertoys gekocht voor 1 euro. Het is een verschil, 60 euro, 1 euro. Het is in beide gevallen sowieso je geld waard. Harry Potter 3 is fantastisch. Dus, wat heeft de T-Mobile gedaan? Ze hadden een tijdje één groot probleem, dat ze hadden heel vaak heel slecht bereik. Dus dat mensen andere mensen belden. En er was eigenlijk gewoon geen bereik, te weinig masten en dat soort dingen. Maar dat wilde T-Mobile niet toegeven. Ze wilden niet zeggen, hey, ja, we hebben gewoon te weinig masten, sorry. Je kan deze persoon niet bereiken. Dus ze hebben besloten erover te liegen. Ah, daar bent u. Ik wilde u even spreken na de ongelukkige gebeurtenissen in het nest met Kers. Waarom moeten ze u altijd hebben? Omdat je de uitverkorene bent, daarom moeten ze altijd jou hebben. Geloof me, professor, dat vraag ik mezelf al jaren af. Omdat je Harry Potter bent, gast. Ik ben bij de duelleerclub bent, meneer Potter. Ik denk dat u dat voorbeeld zou moeten volgen. En de Wemels ook. Jullie moeten goed voorbereid zijn. En dan bedoel ik niet alleen uw vrienden in Gryffindor. Daar is degene op wie we... Mij dacht eng en klauw. Alanis is de aanvoerder van de duelleerclub van Ravenclaw. Komt u met mij mee, juffrouw Griffel? Dan maken we u lid van de duelleerclub van Gryffindor. Zou je Levi Corpus met ons willen oefenen? Oh, Levi Corpus, leuk. Dat is dan alweer een leuke spreuk. Okay. Deze spreuk is super handig in duelleren, want het zorgt ervoor dat mensen onder ze boven hangen. En dan kun je ze super lang helemaal kapot maken. Dus in dat opzicht is Levi Corpus zeer zeker goede shit. En je kan hem ook gebruiken op willekeurige studenten. Je kan gewoon iedereen in de game kun je Levi Corpus op gebruiken. Fijn dat je dat ons hebt geleerd. Maar pas op, misschien dat sommige Ravenclaws hem tegen je gebruiken tijdens het duel.
Laten we een echt duel doen nu je er toch bent. De jeugdkampioen van Ravenclaw tegen Harry Potter. Harry Potter. Oké, is goed, jeugdkampioen van Ravenclaw. Kom maar door. Ik bedoel, ik ben helemaal een Ravenclawtje hoor, maar... betekent niet dat je keihard ingemaakt gaat worden, sukkel. Get pwned hier. Ik ga meteen even mijn Levi Corpus testen. Ja, dat werkt fantastisch. Nou... helemaal vernietigd. Oh, er is nog een ronde. Durf je het nog aan, grapjas? Durf je het nog aan? Maar dan vraag je dus af over dat oplichterij van T-Mobile. Hoe zorg je ervoor dat mensen niet doorhebben dat ze geen bereik hebben? Wat ze dus deden is, ze hadden nep, ze noemen het nep ringtones, maar dat is niet echt waar. Als je iemand normaal belt, ze lieten gewoon de telefoon afgaan. In plaats van te zeggen, geen bereik of dit nummer is niet te bereiken. In plaats van dat je dat hebt, kreeg je dus gewoon een daadwerkelijke piep. Piep, piep. Ze lieten het lijken alsof er niet opgenomen werd. En dit is niet een paar keer gebeurd. Dit is miljoenen en miljoenen keren gebeurd. Dat mensen gewoon dachten, oh, de andere persoon neemt niet op. Terwijl die persoon eigenlijk gewoon geen bereik was. Wat best wel erg is. Er is een gigantische rechtszaak mee geweest. En T-Mobile moest 40 miljoen in boete betalen. Ga maar naar het prikbord als je denkt dat je er klaar voor bent. Fucking prikbord. Nee. Trouwens, moet u niet heel snel naar de zwerkbaltraining. Ik hoop toch zo dat Gryffindor dit jaar de zwerkbalkup wint. Even tempo maken, meneer Potter. Een echte zwerkbalkampioen is niet zo slow. Het vat deze game zo mooi samen dat je wil naar zwerkbaltraining en dan word je onderbroken met een verplichte duelleersessie. Je bent nog net geen toverdrank aan het maken terwijl je aan het zwerkballen bent. Wel interessant dat ze in Harry Potter 6 zo erg focussen op zwerkbal. In de game dan, aangezien in het boek komt het een beetje voor, maar dat is voornamelijk rondom om die scène met Ron. Harry doet voor mij de laatste zwerkbalwedstrijd, speelt hij niet eens. Hij komt gewoon terug, voor mij is hij dan bezig met Perkamentus, met al die shit die zij samen doen, met Voldemort en de gruzinementen en shit. Wat wel geinig is, is dat het ding dat opvalt als je de Harry Potter boeken gaat lezen en een beetje goed en kritisch naar kijkt, is dat ieder Harry Potter boek... Worden bepaalde dingen minder belangrijk. De eerste paar Harry Potter boeken zijn afdelingspunten, zijn echt heilig. Dat is echt gewoon de geilste shit die er is. 10 afdelingspunten aftrek, ik wil dood. Nou, de eerste paar boeken is iedere keer wie wint de afdelingsbeker? Wie wint de zwerkbalcup? En de latere boeken zeggen ze het niet eens. Mooi. Kun jij me helpen met mijn zoekertraining? Ik weet niet zeker, maar sowieso ergens 4, 5, 6, een van die jaren zeggen ze niet eens wie de afdelingsbeker wint. En of Gryffindor de zwerkbalcup wint. Het boeit gewoon niet meer. Dat laat gewoon zien dat de karakters... Het was een mooie levensles. Dat in het begin de karakters geven echt een wat soort kleine dingetjes. Een willekeurige kutprijs. Later, bijna op een gegeven moment... In de later Harry Potter films gaat er ieder jaar iemand dood. De ene keer is het Carlo Cannawasser, dan weer Sirius Swartz, dan weer fucking Perkamentus. Op een gegeven moment gaan de personages dood en dat soort dingen. En is het ook allemaal super spannend, levensgevaarlijk. Wat net een tikkeltje belangrijker is dan die fucking zwerkbalbeker. Maar aan de hand van deze game zou je het niet zeggen. Oh, oh, oh. Dus ja, dat... Maar T-Mobile heeft dus echt gewoon miljoenen, miljoenen, miljoenen. Echt, waarschijnlijk ruim 100 miljoen telefoontjes. Dat mensen dachten dat het niet opgenomen werd. Terwijl eigenlijk, er komt het telefoontje niet door. En ik zou als klant ook best wel pissed zijn. Het is super kut als je iemand probeert te bereiken. En je denkt, oh, ze nemen niet op. Dan probeer ik het later maar. Maar ze waren wel gewoon te bereiken. Ze hebben een hele hoop belangrijke dingen gemist op die manier. Nu ik het heb over belangrijk en telefoongesprekken, moet ik meteen wel denken aan solliciteren. Het gebeurt zo nu en dan wel is dat je kan solliciteren via Skype. Dat je gewoon als een bedrijf aan de andere kant van de wereld zit of zo en ze willen een sollicitatiegesprek met je doen. Dan moet je wel solliciteren via Skype en dan moet je dus gewoon daadwerkelijk ga je inpakken voor je computer zitten met je webcam aan en doe je het sollicitatiegesprek. En het ding is dus, om een of andere reden is het een ding dat sommige mensen dat sollicitatiegesprek doen zonder broek aan. Ik denk gewoon omdat het kan. Maar ja, ze zien toch mijn benen niet. Ik heb toevallig afgelopen week voor het eerst een video opgenomen zonder broek aan. Ook al was het fucking warm in de zomer op mijn kamer. Altijd een broek aan. Maar het was opeens zo heet. Ik denk, fuck it, waarom heb ik eigenlijk een broek aan? Dus ja, ik weet niet meer welke video het was. Maar ik had geen broek aan en ik voelde me erg vrij. Nee, het gebeurt dus wel eens dat mensen bij een sollicitatiegesprek via Skype geen broek aan hebben. En om een of andere reden willen bedrijven graag checken of je een broek aan hebt.
Gewoon dat je later weet als je op kantoor komt dat je een broek aan hebt, is wel een ding natuurlijk. Hey, achteraf edit Rick hier. Ik was blijkbaar helemaal de belangrijkste clue van dit verhaal vergeten te vertellen. Het ding is dus dat bij die webcam sollicitatiegesprekken willen ze dus checken of je een broek aan hebt. En dat doen ze door te vragen of je even op kan staan. Van, oh, kan je even je schouder het raam dicht doen? Gewoon om te kijken of je een broek aan hebt. Dus doe die broek aan. En als ze vragen of je je raam dicht wil doen, zeg nee, ik heb geen broek aan. En laat dan zien dat je wel een broek aan hebt. Of een rok. Als man zijnde is dat best revolutionair. Dat wou ik even zeggen. Geniet van de rest van de video. Doe een duimpje omhoog voor deze moeite. Andere teams hebben hele goede wachters. Die luxe hebben wij niet. Ik heb meer vertrouwen in Ron dan in jou, Stoker. Fucking Stoker. Ik geef gewoon wat goed bedoeld advies. Als wachters onder elkaar. Nou, ga maar ergens anders heen met je advies. Je zit niet in het team, Stoker. Hij is wel een beetje aan het stoken, die stoker. Voor mij komt nu de scène dat we Ron's zusje gaan paaien. Hello, oh, dat is niet Ron's zusje. Ben je klaar voor toverdranken? Ik heb gezocht, maar ik kon niets vinden over gruzielementen. Iedere keer is er vanaf nu in de game toverdranken, zeg, ga ik gewoon lachen. Zo'n slakhoorn wordt vast erg vrolijk als je een heel goede toverdrank maakt. En dan vertelt hij je misschien wel wat hij voor Perkamentus verbergt. Ja. Een hele goede toverdrank, ja, en een goede zwerkbalwedstrijd en een goed duel. Oh nee, Stoker. Vergeleken met hem is Groenp een echte heer. Ik zie je bij toverdranken. Ik vind het wel grappig, hoe ze allemaal referenties. Griffel. Dus heeft ze iets met Stoker? Ah, ze zijn samen naar de kerstborrel van Slakhoorn geweest, maar dat liep niet echt. Ja? Kom, we gaan achter hem. We gaan naar toverdranken. Is goed, Ron. Het zit goed met je. Over achter de dames aangaan. Afgelopen week heb ik een redelijk interessante video gezien. Het ging over hete singles bij jou in de buurt. Als je ooit op het internet bent geweest en ooit reclame hebt gehad, dan heb je wel eens van die reclame gezien, weet je wel, van hete singles bij jou in de buurt. Nu neuken. Al die sites. Ik had de laatste eentje, die stond even in koeienletters. Pas op, veel vrouwen op deze site sturen uw naaktfoto's toe. Weet u zeker dat u een account wilt aanmaken? Oh, je kan deze shit wegbranden, maar het werkt echt niet lekker met de muis, zoals je kan zien. Laat dan maar. Neem je shit maar. Ik doe de goede spreuk, toch? Of moet ik van links naar rechts? I don't know. Hou dat schild maar. Hou dat schild maar. Het is zo kansloos. Geen enkele vrouw in de buurt wil mij nu neuken. Spijtig genoeg. Het is zeer jammer, maar het is de waarheid. En die gasten gingen dus... De video heet ook, geloof ik, Hot Singles in Your Area. Ze gingen zich aanmelden voor al die websites. Al die hete singles bij jou in de buurt websites. Allemaal een account aanmaken. Zeg maar tot het punt dat ze credit... Vaak zeggen ze ook, geen creditcard nodig. Maar dat is vaak het ding. Weet je, hele singles bij jou in de buurt. Ja, kost wel heel veel geld per maand. En dan krijg je gewoon niks. Of allemaal bots. Daarom sta ik je toe mij uit te dagen voor een duel. Liever niet. We moeten naar toverdranken. Ik vraag het je niet, pottertje. Ik zeg het je. Liever geen duel. Ik moet naar toverdranken. Hier is een paralysis. Oh, man. Ik kan me echt niet herinneren dat ik de eerste keer ik deze game speelde, was op mijn YouTube kanaal. Maar de meeste Harry Potter games heb ik al 10 keer gespeeld en toen een keer een serie van gemaakt. Toen ik deze game ging spelen had ik hem nog nooit eerder gespeeld. Dat was echt op YouTube, was mijn allereerste indruk van deze game. En toen vond ik het echt een vette game. Kom op, we gaan een toverdranken. Maar misschien vond ik de filmpjes ook gewoon heel leuk en dat soort dingen, maar... Ja, alsjeblieft. Wat is dit? Het is letterlijk... De game is al heel kort. Ik denk dat deze XL gameplay 3 uur is. Het is een van de kortere Harry Potters. En alsnog is het dan grotendeels opgevuld met fucking toverdrank en duelleren. Voor de rest is er echt niks in. De eerste paar Harry Potter games waren gewoon zoveel beter. Zoals ik al zei, je favoriete Harry Potter film zegt veel over een mens. Als dit je favoriete Harry Potter game is, dan zegt het helemaal veel over je. Vooral dat je echt de saaiste persoon ooit bent. Nee, maar echt. Doe gewoon normaal, joh. Even lekker rond achtervolgen. Hartstikke mooi. Oh, nog een schildje. Nemen we lekker mee. En voor de rest, ik kwam vandaag op een plek. En de vraag was... Wat is een zeer ongepaste vraag waar je eigenlijk wel het antwoord op wil? Zeg maar een beetje smeren of rare vragen. En deze vraag die ik tegenkwam was wel een vraag waar ik benieuwd naar was. Ron, wat doe je? Hey, Henk. Ron en ik zijn op weg naar toverdranken. Ja, Henk, waar moet ik heen? Want. Maar soms volg je dus een persoon en dan komt Henk niet, want je volgt al iemand. Ron, wat doe je? Waar moet ik heen? Moeten we die kant op, Ron? Weet zeker. Heel zeker.
Oh shit, ik wilde iets vertellen, maar ik ben toch... Oh ja, de ongepaste vraag, yes. Dus de ongepaste vraag was... Als een vrouw doodgaat, terwijl ze een tampon in heeft... is een belangrijke vraag, hè? Terwijl als een vrouw doodgaat, terwijl ze een tampon in heeft... wordt die tampon dan, zeg maar, verwijderd? Als ze helemaal dood is, gaan ze dan die tampon eruit halen of laat ze hem zitten? Het fijne aan deze vraag, beide antwoorden zijn niet echt chill. Kom naar beneden! Harry, je moet haar zien te lozen, Harry. Ik dacht dat jullie samen iets hadden. Ja, maar alsjeblieft, zeg me dat ik tegen een muur ben gevlogen of zo. Praat met Belinda. Ja, Ron is dood. Alle Ron is uitverkocht. Dus op is op en het is op. Jammer voor jou. Wat is er aan de hand? Iemand heeft iets met mijn boeken uitgehaald. Die kringen blijven maar rondvliegen. Kom naar beneden. Oké, okay, heb je al iets anders geprobeerd dan naar ze te schreeuwen? Wingardium Leviosa bijvoorbeeld? Nee, was Ronnie Pony maar hier. Die wist er wel wat op. Heb jij hem gezien? Nee, kijk, als ik je tas betover met Wingardium Leviosa, dan kan ik misschien je boeken vangen. En wat ik zo fijn vind als Weinstein, dat niemand hier kan toveren behalve Harry. Fucking Wingardium Leviosa's eerste jaar, als je die spreuk nog niet eens kan, wat kan je dan wel? Wat is je leven dan, zeg maar? Maar over die tampons dus. Zeg maar, er zijn twee antwoorden. Of ja, er is iemand die als werk heeft tampons uit dode vrouwen vissen. Of het antwoord is nee, wat ook heel erg onhygiënisch is. Ik geloof dat je heel erg ziek kan worden. Er is iets heet toxic shock syndrome. Wat inhoudt dat bij vrouwen is gebeurd. Is dat een tampon wat dieper in je gaat. En dat je dan vergeet die erin zit. En dat gaat dan heel snel een infectie vormen die heel gevaarlijk is. Het gaat heel makkelijk je bloed in. En als bepaalde bacteriën je bloed inkomen, dan... Waarom ben ik zo dol op mijn Ronnie Pony? Hij denkt altijd aan ons. Mijn persoonlijke ervaring hiermee is dat ik... mijn ex laat altijd een tampon zitten. Waarom doen ze dit? Dit zijn de vrouwen die zich aangetrokken voelen tot mij. Ik moet opeens aan een verhaal denken. Niet iets met mijn exen te maken, dus dat is dan wel weer grappiger. Nee, dat was... Ik kijk wel eens van dat vier handen op één buik, heel van die zwangerschapsprogramma's. En dat... Van die meisjes zijn van 16 die opeens moeder worden. En dan is het vaak dat die vaders, die jongens zijn vaak helemaal in de warm. En die zeggen, je slikt toch de pil. En dat meisje dan zegt, ja, soms. Zo werkt anticonceptie niet. Je moet de pil wel iedere dag. Je kan hem niet soms nemen. Dan ben je niet beschermd voor zwangerschap. Daarvoor heb je een ingewikkeld tegengif nodig. Maar je begint met een druppeltje wonderolie. Goed, goed. Harry, mijn jongen, jij nog ideeën? Ja, dat kun je doen. Of je popt gewoon een bezoar in de keel van het slachtoffer. Bezoar? Inderdaad, een bezoar zou zeker goed werken. Uitstekend, jongen, uitstekend. Je moet altijd weten hoe je het effect van je toverdranken weer ongedaan moet maken. En dat deze man praat ook erg met zijn handen, hij lijkt mij wel. Wat leuk, slakhoorn. Euforie opwekt. We gaan het elixir van euforie maken. Knijpen opwekken als je er niet genoeg pepermunt in doet. Oké dan, weer een lekker drankje maken. Focus op die shit. En voor de rest was er nog een interessante vraag. Dat heeft nou te maken met andere dingen. Stel, allemaal gaan we een keertje dood, jammer genoeg. Zoals we eerder al besproken hebben in de XL gameplay. Ik heb je deze XL gameplay al een keer geconfronteerd met je sterfelijkheid. Dus één keer is wel genoeg. Allemaal gaan we een keertje dood. En wat best wel interessant is, is dat er blijven best wel wat dingen achter als je dood bent. De meeste van ons zullen ons waarschijnlijk laten cremeren. Cremeren is in Nederland sowieso redelijk populair en in heel veel landen wordt het echt steeds populairder. Er zijn nog steeds landen waar mensen grotendeels begraven worden, maar je ziet echt dat begraven is gewoon niet meer hip. Rot in een kist, nee. Verander maar gewoon in een bak as. Helemaal dikke vette prima. Ik word zelf ook wel lekker gecremeerd, joh, prima. Maar als je begraven wordt, zijn er best wel wat dingen die blijven liggen. Je huid en zo, dat rot redelijk snel weg. Je skelet zal uiteindelijk denk ik ook wel verdwijnen. Je kan meer in een soort mummie veranderen, zeg maar. Gewoon als een fossiel, zeg maar. Er komen aardlagen op je te liggen en zo. Maar er zijn ook best wel wat dingen in je lichaam die niet wegrotten. Denk aan mensen die metaal in hun lichaam krijgen. In plaats van verbotten, weet je, als je een keer goed wat breekt en stoppen een spalk erin of zo. Dat vergaat niet. Vullingen van je tanden, die blijven in principe altijd bestaan. En ook de vulling van je borsten, als je een borstvergroting laat doen, het siliconen. Siliconen zullen voor altijd blijven bestaan. Dus stel, de samenleving vergaat opeens. We hebben geen documentatie meer. Net zoals wij vroeger, bij archeologie, weet je. We weten niet meer goed hoe de mensen 2000 jaar geleden leefden. Er waren toen nog geen goede boeken. Het is voornamelijk gebaseerd op shit, op opgravingen en zo die we doen. Dus stel, in het jaar 10.000 doen ze opgravingen naar mensen die vandaag de dag gestorven zijn. En dan vinden ze opeens een skelet met daarop, zeg maar, twee... dat is een verkeerde ingrediënt, zo te zien.
Toch? Hè? Oh, ik hoef niet te schudden. Jawel, ik moet wel schudden. Hallo? Dankjewel, game. Het is wel stinky stinky, maar... Het is gelukt. Ik ben gewoon benieuwd hoe archeologen zouden reageren als ze in één keer borstimplantaten vinden. En denk, what the fuck is dit nou weer dan? Klopt het dat u Martin Vilein kende? Meneer Vilein had veel leraren toen hij op Zwijnstein was. Dat weet ik. U bent die vragen over Voldemort vast helemaal zat. En over gruzielementen. Ik heb liever niet dat je daarover begint. Maar ik... Perkamentus heeft je hiertoe aangezet, toch? Niet dan? Ik wil alleen maar meer weten over Martin Vilein. Ga naar Ron. Hij staat buiten. Ron staat altijd buiten. Harry, je moet naar de zwerkbalwedstrijd. Als hij het gaat zeggen, ik lach me dood, oprecht. Mij was een bezorger kunnen geven. Ik moet een goed punt halen voor het overdranken. Ik slijmde een beetje bij Slughorn, zodat ik naar Voldemort kon vragen. Echt? Nou, ik ga wat te eten halen. Wat? Geen zwerkbalwedstrijd? Ik wil dat je naar de astronomietoren komt. En waarom zou ze dan iemand van Zwadderich sturen? Ik ben geen boodschappendienst. Ga het dan lekker zelf vragen. Maar de schouwers hebben de astronomietoren afgesloten. Nou, dan zullen ze hem wel weer geopend hebben, denk je niet? Ik zweer plechtig dat ik snode plannen heb. Hooray! Hooray! Mogen lekker naar de astronomietoren. Ik kan me hier trouwens helemaal niks over herinneren. In deze game praat ze telkens over delen van de school die afgesloten zijn. Was dit een ding? In de boeken en in de films? Ik moet binnenkort sowieso ga ik weer opnieuw beginnen met Harry Potter in boek 1 en gewoon weer de hele serie door. Ik wil ook graag beginnen aan andere dingen dan Harry Potter. Ik wil graag nog een keer alle Lord of the Rings boeken lezen. En ik heb momenteel kijk ik A Series of Unfortunate Events op Netflix. En ik vind de serie erg leuk. Is ook gebaseerd op een boekenserie. Dus ik wil ook graag een keer die boeken gaan lezen. Het zijn wel wat meer kinderboeken, maar ja, de Netflix-serie is erg leuk. Dus soms ook een beetje kinderlijk en raar en de hele tijd hetzelfde. Een series of Unfortunate Events is zeg maar Harry Potter 6, maar dan grappig in de vorm van een film. Het is de hele tijd hetzelfde liedje. Toverdranken, duelleren, zwerkbal. Hartstikke idee. Voor de rest wil ik deze video even praten over iets heel belangrijks. Het begint weer lekker weer te worden buiten, dus... Zonnebrand is best wel een ding. Die shit die op je huid flikkert, zodat je niet verbrandt. Ik heb bij scheikunde het een en ander geleerd over zonnebrand en wat het nou precies doet. Kijk, het ding is van de zon. De zon zit een beetje UV-licht in en dat is gewoon een bepaald deel van het licht. Eigenlijk heb je gewoon kleuren. Je hebt de kleuren licht en eigenlijk is UV gewoon een kleur, maar je kan hem niet zien en het is hele hoge energie. Precies het tegenovergestelde van UV is eigenlijk infrarood. Kun je ook niet zien, maar het is juist een hele lage energie. Het maakt water warm. Dat is ongeveer wat magnetron doet. Als je ook dingen in de magnetron doet zonder water erin, dan kunnen ze in principe niet warm worden. En dat vind je magnetron vaak niet chill. Maar als je bijvoorbeeld porselein erin doet en zo, en ander keramiekwerk, daar zit vaak heel stiekem ook water in. En daarom wordt het vaak zo heet. Dus of dingen vaak, je hebt ook bepaalde bekers en zo, die zijn redelijk magnetronproof. Dat is dan spul waar geen water in zit. Moet ook niet goed warm te geleiden. Als je metaal en zo erin doet, misschien ontplof je magnetron dan. Ook sowieso geen goed idee. Maar wat zonnebrand in principe doet, dat zijn gewoon moleculen die dat UV-licht eigenlijk opnemen. Zonnebrand is dat ik gewoon een schild wat de zon tegenhoudt. Ja, wat had het anders moeten zijn. In principe is het dus een molecuul dat het UV-licht gewoon als een soort spons opneemt, waardoor het niet bij je komt. Maar er is momenteel nog wat gezeik over zonnebrand. Want kijk, wat wij vaak doen is we smeren zonnebrand op, gaan we lekker zwemmen. Want het is chill. En volgens ja, je raakt, dat zonnebrand gaat dan door het water en het zweet en zo door je van je lijf af. En wat we dan doen is we smeren weer nieuwe zonnebrand op. En dat is prima, daar heb ik nog nooit over nagedacht voor de rest. Ik wil gewoon dat ik niet verbrand. Ik verbrand super snel. Ik weet nog dat ik 12 was en op vakantie ging naar Turkije naar zo'n all-inclusive resort. Ik was zo verbrand dat ik de rest van de week gewoon met mijn kleren aan gezwommen heb. Heb ik toevallig wel geleerd bij zwemles. Dus vooral voor als je ooit in het water valt. Maar voor mij was het nuttig, want ik heb de hele week gezwommen met een shirt aan. Dat was echt verschrikkelijk. Ik heb een hekel aan de zon ook daarom. Ik verbrand altijd. Ik heb een hekel aan zonnebrand. Godver. In ieder geval, het ding is, omdat wij dus zoveel zwemmen met zonnebrand op, als je dat op een grote schaal, op de tijdschaal van het leven bekijkt, flikkeren we eigenlijk gewoon liters met zonnebrand in de zee. Eigenlijk is het gewoon alsof we allemaal een vrachtwagen met zonnebrand ieder jaar, zeg maar, of een paar vrachtwagens zo in de zee dumpen. Oh, te laat. Jij bent de sukkel die iemand komt opzoeken die er niet is. Malfides stuurde die boodschap. Ja. Pak hem! Het was duelleren. Ik dacht, shit, kom even naar me toe met een bericht van zwerkbal. Is het duelleren? Ik ben teleurgesteld. Ik ging lachen als het zwerkbal was. Is het duelleren? Ja, dat is jammer. Doe je niks aan. Dat even heel gauw het duel afmaken dan. Ik wist al dat de astronomietoren van Anderling was inderdaad een... It's a trap. Kijk eens aan. Doei. Dank u. Mij proberen.
Kom maar op, Potter. Ja, met een nadruk op pro en een nadruk op beren. Heb ik hem al? Oh, auw. Oh, hij hangt al op de kop, joh. Mooi. Hapklare brokken. Precies. Kom maar mee, meneer. Kom maar mee. Nou, even nog verblazen dan. Ho! Dat komt van twee kanten. Precies gesinkt weer omhoog. Hij is een soort van mijn zeer lelijke spiegelbeeld. Hé, gast, doe eens niet. Ik ging wel zomaar winnen. Ja, ik had persoonlijk één duelleerstrategie. Was niet verliezen. Het werkt best goed over het algemeen. Oké, eventjes een... Ga achter die kast staan dan, sukkel. Hallo. Ouch. Ik ben heen en weer om los te schudden. Hoe lang duurt het voor mij? Ik wil niet verliezen, zeg maar. Deze gast zei, laat mij eens proberen. En ik noemde hem een sukkel. Moet ik wel even winnen, anders ben ik... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Rick, snel. Fuck. Je moet hem nu even kapot maken. Nee. Nee. Ik heb echt nog nooit in deze game een duel verloren voor mijn gevoel. Waarom is deze gast opeens zo goed? Fuck jou, gast. Fuck jou. Kom op, nee! Fuck. Spanning en sensatie wel momenteel, hoor. Even eentje chargen dan. Hame, hame! Yes, oké, is niet. Het scheelde wel weinig, hoor. Ergens waar je hem niet zult vinden. Dat moet je hem niet vertellen, stommeling. Maakt niet uit. Hij komt daar niet meer weg. Toch? Jij moet gewoon opgesloten, gast. Daar hebben ze een speciaal woord voor. Niet cool. Oké, hier moet je dus juist precies het tegenovergestelde doen. Eerst het ding stuk maken. Dan naar de overkant halen. Ik heb het wel eens verpest door dit ding echt helemaal aan het einde van die gang te gooien. Please repareer die shit. En dan weer op te pakken. Kom eens. En dan kan hij er gewoon in, toch? Ja, tuurlijk kan dat. Puzzel van de eeuw. Ik wil trouwens nog niet weg. Er ligt nog een schild achter me. Teleporteer me maar. Ik moet de hele tijd van A naar B lopen. Heb ik een keer zoiets van... Mag ik even blijven? Nee, dat mag het niet. Alphidus was er niet bij. Soms is hij niet eens zichtbaar op de sluipwegwijzer. Kijk. Je hebt hem vast gemist. Ik bedoel, hij kan niet zomaar verdwijnen. Ik vind het wel leuk hoe ze in de game heel erg focussen op dat Malphidus verhaal. Zeg maar, in de film komt het ook wel naar voren. Maar in het boek is het echt het ding. Het hele schooljaar lang is haar gewoon paranoïde. Fucking Malphidus. Fucking Malphidus. Malphidus is de bron van het kwaad. En iedere keer zeggen Ron en Hermione, nee joh, het zit wel goed, boeien. En Pac-Man is ook, nee joh, Malphidus, zal wel. De maan. De maan. De maan. Ik kan alleen maar aan haar denken, Harry. Ik hou van haar. Maar ze weet vast niet eens dat ik besta. Nou, jullie lopen anders al maanden te tongen. Ik heb nog nooit gezoend met Regina. Regina? Ron, heb je van deze chocolaatjes gegeten? Die zijn van Regina Falster. Ze zitten vol liefdesdrank. Regina. Ken je haar, Harry? Kun je me aan haar voorstellen? Ja, ze is in het kantoor van Slughorn. Ja, daar is ze. Zeker weten. Kom mee. Deze missie is leuk, want voor mij bestuur je Ron, toch? Of niet? Hoi, Ron. Ja. Heb je je huiswerk voor toverdranken gemaakt? Hermeline, jij bent een meisje. Valt me nog mee dat je dat is opgevallen, Roland. Wat denk je dat Regina liever heeft? Bloemen of bonbons? Let maar niet op hem. Het is liefdesdrank. Ik breng hem naar Slughorn's kantoor. Daar is Regina. Oh, Regina. Oh. Ja, dit is fantastisch. De muziek. Ze is heel lijp. En je mag als Ron spelen die helemaal happy is. Kijk, dit is wat liefde bij mensen doet. Liefde is een valstrik van de overheid, zodat mensen kinderen krijgen. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Nee, we blijven lekker Harry volgen, joh. Ik vind dit fantastisch mooi. Maar het ding is dus dat heel veel vissen, die kunnen helemaal niet tegen... Oh ja, alle schildjes zijn nu ook hartjes geworden. Heel veel vissen kunnen helemaal niet tegen de shit die in zonnebrand zit. En nog erger, de koraalriffen gaan helemaal kapot. Sowieso global warming, bleken van de koraalriffen, alles gaat naar de tering. Tegen die tijd zijn we allemaal dood. Maar er zijn dus nu een aantal landen waar ze zonnebrandcreme met een aantal bestanddelen verboden willen maken. Het gaat dan voornamelijk om oxybenzoon. En dat is eigenlijk de stof die bijna in alle zonnebrand zit. Dat we toch zoiets hebben van ja, misschien moeten we kijken naar andere stoffen voor een zonnebrand. Waar je zeg maar niet alle vissen ziek mee maakt. Dikke vette tip.
Het is gewoon interessant dat zoveel dingen waar we niet over nadenken, waar we gewoon per ongeluk, gewoon door te bestaan als mensen, weer een puinhoop van maken. Maar ja, zo zijn we nou eenmaal. Doe je helemaal niks aan. Oh. Ronnie Pony! Ah, daar ben je. Ik heb een... Laat me met rust. Harry gaat me aan Regina Valster voorstellen. Ronnie Pony? Ik leg het later wel uit. Wat ik hier ook heel bijzonder aan vind, is dat in de wereld van Harry Potter blijkbaar... Het is een ding dat ze heel vaak bespreken in de boeken. Het feit dat meiden liefdesdrankjes gebruiken. In een van de redenen zijn de vrouwen hier heel hongerig naar mannelijke aandacht. En voor de rest, ik vind liefdesdrankjes nogal rapey. Dus dat ik gewoon roofies eigenlijk. GHB ineens, liefdesdrankje. Kom op. Wat is dat toch met Waggel? Waggel, ja. Hij noemt hem altijd Waggel. Mooie naam voor een mooie heks. Hij heeft per ongeluk wat liefdesdrank genomen. Ik begrijp het probleem. Kom binnen. Ik heb de benodigde ingrediënten bij me. Het is geen ingewikkeld tegengif. Volgens mij moeten we opschieten. Maar normaal gesproken pakt Harry een bezoar. Waarom moet ik nou weer toverdranken doen? Waarom? Dat muziekje van Ron staat nog steeds op de achtergrond. Dat beschrijft ook gewoon mijn emoties momenteel. Wanneer je voor de 10e keer in de game een toverdrank maakt. Oei, 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 oei. Verhitten tot die roze wordt. Ik wil even gluren op mijn lijstje met onderwerpen of ik nog wat leuks had. Ik had net iets heel bijzonders gelezen. Het was een... Ik volg een soort forum en het is alleen maar onopgeloste misdaden. Vaak hele rare dingen. Echt mensen die... het is echt gewoon hele vage shit vaak. En dit was iets van een vrouw die... maandenlang de politie telkens aan het zeggen was dat ze gestalkt werd. Ze was gestalkt en ze was bedreigd. En uiteindelijk is ze dus vermoord, maar uiteindelijk bleek dus dat de kans heel groot was dat ze alleen maar in scène had gezet dat ze gestalkt werd. Wat doe ik verkeerd? Is het het verkeerde flesje? Nee toch? Dat is toch het flesje? En ik schud hem toch gewoon? Game, waarom haat je me? Sorry dat ik u stoor, professor. Ik heb hulp nodig. Waar is ze? Wat is dat toch met Waggel? Wemel. Hele filmpje ook weer kijken. Mooie naam voor. Hij heeft per ongeluk wat liefdesdrank genomen. Ik begrijp het probleem. Kom binnen. Ik heb de benodigde ingrediënten bij me. Het is geen ingewikkeld tegengif. Volgens mij moeten we opschieten. Opschieten en dan een beetje boos worden dat ik het drankje verpest. Jij bent de toverdrankengast. Dit soort mysteries zijn best interessant. Hele rare moordzaken en dat soort dingen. Heel veel van die dingen. Een gast stond langs de weg. En hij wilde gewoon geholpen worden door de wegenwacht. Maar dat duurde lang. En toen op een gegeven moment heeft hij heel vaak de politie gebeld. En daarna is er nooit meer wat van hem vernomen. Dat soort gare shit. Ja, dat zijn allemaal hele rare zaken. En vaak hebben mensen hele theorieën. Maar het werkt beter als ik precies weet wat ik dan vertel. En niet gewoon slap lul. Ja, er was dus een man. Toen was hij weg. Dat zijn iets minder duidelijke verhalen. We kunnen het wel hebben over James Brooke. James Brooke is een American football player. En op een gegeven moment was er een hele rechtszaak om hem heen. Want hij had geen alimentatie betaald. Had op een gegeven moment een wijfie. En had hij een kindje mee. Natuurlijk. Supergoed plan. Uit elkaar gegaan. Maar hij had, ja, vaak moet je dan toch dikke money betalen. Aan de moeder. Zodat die moeder een beetje voor dat kind kan zorgen. Nou, vooruit dan maar. Vind ik best logisch. Dan had hij dus niet betaald. Hele rechtszaak omheen. En op een gegeven moment kwam de conclusie dus dat hij kon niet lezen. Een groot deel van waarom hij zijn alimentatie niet had betaald was omdat hij letterlijk niet kon lezen. Maar hij was gewoon afgestudeerd aan een grote Amerikaanse universiteit. Dus, de rechter vroeg aan hem, hoe de fuck ben je afgestudeerd als je niet kan lezen? Waarop zijn antwoord was, ik hoefde niet naar de lessen toe. En dan denk je, hè? Nou, dit is dus iets wat in Amerika speelt, wat best wel een groot probleem is. Heel veel universiteiten hebben sportteams. En die sportteams zijn allemaal super competitief. Heel veel universiteiten zijn echt heel trots in het feit dat hun American football of hun honkbal of hun basketbalteam, whatever, dat die super goed zijn. Dus wat zij nodig hebben is goede sporters. Nou, over het algemeen, als je maar gaat kijken naar bijvoorbeeld IQ van bijvoorbeeld het Nederlands elftal, om wat te nemen. Over het algemeen zijn het vooral gasten die gewoon heel goed zijn in sport, maar niet per se de meest geniale schoolgasten. Alleen, de leden van je team moeten lid zijn van de universiteit. Het is niet gewoon zoals bij voetbal dat je gewoon spelers inkoopt. Het zijn gewoon studenten van de universiteit die toevallig ook in het team zitten. Wat universiteiten doen is, sommige mensen zijn helemaal niet slim, maar studeren op de universiteit puur zodat de universiteit ze in hun team kan stoppen. En die krijgen gewoon diploma, daar doen ze geen flikker voor. Ze worden gewoon gigantisch hard voorgetrokken. Soms ook bij toelating, weet je. Als sommige mensen proberen goede cijfers te halen en zo. Drink maar. En wil jij ook een hartversterkertje, Potter? Nu komt de bezoar trouwens. Ron? Ik zei dat de game te haten was onterecht. Wat?
Vergiftigd? Is hij vergiftigd? Een bezoa, goed bedacht. Je hebt Waggels leven gered, mijn jongen. Een bezoa. Waarom telkens dit shot? Oh shit, de game is maar 2,5 uur lang. Kut, doe gewoon heel vaak een shot van Zwijnstein. Een ander shot? Nee. Nee, hetzelfde shot, alsjeblieft. Het is waar. Het is waar. Ik vond het in ieder geval best wel een probleem, dus dat... Oeps, jammer dat er geen drankje is om Ron met Belinda te helpen. Gelukkig dacht je gisteren aan die bezoar, Harry. Maar goed dat er eentje in de kamer was. Kom, het is bijna tijd voor de wedstrijd tegen Hufflepuff. Ik zie je bij het zwerkbalveld. Is dit de eerste keer dat we daadwerkelijk een wedstrijd doen? Ga naar het zwerkbalveld voor de wedstrijd tegen Hufflepuff. Hopelijk moeten we niet onderweg duelleren. Hey. Het zal wel weer. Maar ik vind het best wel problematisch dat universiteit. Ik snap dat universiteiten graag goed en best wil doen bij sport, maar het zijn gewoon plekjes op de universiteit waar je daadwerkelijk een student had kunnen stoppen in plaats van gasten die gewoon heel goed kunnen sporten. Laat het dan lekker aan de professionele teams over, weet je wel. In Nederland is het niet echt een ding. Er zijn vast universiteiten die een sportteam hebben, maar... Oh, ik heb zo'n honger. En daar merk je echt vrij weinig van. Ik ben wel benieuwd naar de toekomst van sport. Over de toekomst van sport gesproken, namelijk e-sports. Momenteel natuurlijk een heel groot ding dat opkomt. Met games zoals Counter-Strike en nu zelfs dingen zoals Fortnite. Gewoon mensen die heel goed zijn in bepaalde games en dergelijke opnemen. FIFA is ook eentje. Nintendo wil heel graag dat hun kutgame Splatoon een e-sport wordt door grote tournaments te houden. Maar niemand geeft daar echt een neuk om. Ik vind het altijd geinig om te zien hoe de media omgaat met e-sports. Want die maken het altijd belachelijk. Is videogamen nu een sport? Zo van... Hoezo is videogamen zo anders dan achter een ronde bal aanrennen? De meeste ballen zijn maar rond, maar... Achter een stuk leren aan te rennen waar je met je voet tegen aantrapt, weet je wel? In principe, het is gewoon cool om te zien dat mensen ergens heel erg goed in zijn. Dat is ook waarom het leuk is om naar voetbal te kijken. Want mensen zijn supergoed in dat spelletje, wat jij zelf ook een beetje kent. En om te zien hoe mensen er supergoed in zijn. Het ding is, de Olympische Spelen, de volgende... Ik hoor dat Wemel op de ziekenzaal ligt. Ja, hij is... Dan heb jij een nieuwe wachter nodig. Ik was de beste tijdens de try-outs, dus dat word ik dan. Nou, vooruit dan maar. Ron was de beste bij de try-outs. Doe een wedstrijd warming-up. Nee! Laat me gewoon spelen. Au. Nee, ik geloof dat de volgende Olympische Spelen of... Is dat bekend waar die gehouden worden? Heel veel landen maken al superveel ruzie om waar de Olympische Spelen gehouden mogen worden. Ik heb geloof ik met de economie moest een beetje gaan rekenen daaraan. Over hoeveel geld het kost om Olympische Spelen te houden en hoeveel het oplevert en zo. En over het algemeen maak je echt dikke verlies. En het is heel veel corruptie. Vaak moet je van een paar mensen omkopen. En dan zeggen ze oké, Olympische Spelen in jouw land. Maar ze wel je land vaak in heel goed licht. Ga je heel veel van die grote Olympische stadions bouwen en vervolgens staan die helemaal leeg. Het is heel raar om te zien. Er zijn allemaal beelden op YouTube van Olympische stadions van de vorige jaren. En het kost gewoon een paar miljard om de Olympische Spelen in je land te houden. En dat is gewoon belastinggeld, grotendeels, hè. Sowieso, de overheid stopt ook gewoon geld in topsport en zo. Ik weet niet of ik dat per se heel nodig vind. Aan de andere kant, ja kijk, sport moet ergens zijn geld vandaan halen. Je hebt sponsors en endorsements, weet je wel, weet ik veel. Sven Kramer die een snelle jelle eet en dat soort troep. Je moet op een manier geld verdienen als sporter. Wedstrijdkaartjes is het voornamelijk. Ik ben gewoon benieuwd hoe topsport er over 300 jaar uitziet, weet je. Wat was 300 jaar geleden de sport waar we graag naar keken? Was het toen voetbal? Misschien was het toen cricket of zo? I don't know. Echt geen idee. Maar ik denk dat e-sports echt nog wel groter gaat worden. Maar misschien dat het toch ook een beetje op een gegeven moment zijn maximale niveau bereikt. Maar het ding was in ieder geval, er waren geruchten dat op de volgende Olympische Spelen ook games, e-sports, een deel zullen zijn. Dus daarom was ik benieuwd naar de toekomst van sport in het algemeen. Ik ben in ieder geval blij genoeg dat ik af en toe beweeg. Ik fiets iedere dag heen en weer naar het station. Wat toch alweer een goede 30 minuten fietsen is. En ik loop iedere dag zo'n beetje een uur. Omdat ik alle kanten oploop. Voor de rest, achter mijn computer beweeg ik heel veel met mijn armen. Dat is ook zeer zeker handig voor het verbranden van de nodige calorieën. Oh kut, ik heb er één gemist, of niet? Ja. Wat ik voor de rest wel benieuwd naar ben. Hoeveel calorieën verbrand je met praten? En vooral op de manier dat ik het doe. Zeg maar, hoeveel calorieën...
zou je verbranden met het maken van YouTube-video's. Maar mijn hersenen zijn best wel de hele tijd aan het draaien. Mijn ogen blijven best wel open, want ik ben de hele tijd gefocust. Het zou best wel kunnen dat ik met wat ik doe nog een soort van veel calorieën verbrand. En dan vooral als je kijkt naar het feit dat ik dit heel veel uur doe. Alle video's bij elkaar, best veel calorieën verbrand. Als je dat gaat vergelijken met niks doen. Ik geloof dat als je tv kijkt en zo, wakker zijn in het algemeen verbrand je best veel calorieën mee. Slapen verbrand je ook alweer veel calorieën mee, maar dan is je hartslag natuurlijk heel laag. Dus voor mij dan valt het wel weer mee. Gewoon leven in het algemeen verbrand je calorieën. Dus in principe is het enige wat je hoeft te doen gewoon wachten tot je naar ons weegt. Dat is mijn Riks afvaltips. Gewoon niks doen. Je wordt vanzelf lichter, joh. Bereid je voor op de wedstrijd. Nou, dat is goed. Jee, maar die spelers in die stadions, dat is echt lelijk. Ziet er gewoon niet uit, joh. Dat is niet Rapenklauw, trouwens. Oh, ze zeggen nu zelf ook Hufflepuff. Dat is fijn. Ik geloof dat Hufflepuff een nieuwe zoeker heeft. Haha, super grappig. Carlo Cannawasser was de zoeker van Hufflepuff, maar die ging best wel dood in Harry Potter 4. Ik heb geen idee wie nu de zoeker van Hufflepuff is, maar niet Carlo Cannawasser, want die is dood. Die ringen heen is echt super irritant trouwens. Zwerkbal in het algemeen is super irritant trouwens. Doe je niks aan. Oh, fuck, zo is de natuur. Ik hoop in ieder geval dat ik nu een stukje beter te verstaan ben dan eerder in deze gezellige, leuke, hartelijke video's. Ik moet zo meteen misschien even de opname stilleggen om nog wat extra onderwerpjes te verzamelen. Iets wat ik sowieso nog even kan bespreken is de film Ready Player One. Als je trouwens nog zin hebt in een hele awesome film en toevallig iets hebt met games, je hebt ooit een game gespeeld, ga Ready Player One kijken. Het is echt een super vette film. Ik heb er keihard van genoten. Het is gebaseerd op een boek, wat ik zeer zeker nog even moet lezen. Zo merk je maar weer, mijn hoeveelheid boeken die ik nog moet lezen is groot. Ik heb heel vaak denk, oh, dat boek moet nog lezen, dat boek moet nog lezen. Ik heb echt een fase gehad, 2 jaar geleden, dat ik echt zoveel boeken kocht. Amsterdam Centraal op het paard dat ik net mijn overstap mis, omdat ik heb echt 2 minuten overstap. Ik ben ook echt keihard aan het rennen. Net moest een vriend van mij, die had bijna zijn overstap niet, dus ik ren met hem mee, dan kan ik zien of hij hem haalt. Ik sprint hem zo voorbij. Ik ben niet snel, ik ben gewoon snel op stations goed door mensen heen zigzag, zeg maar. Dat is mijn skill in het leven. Waar ging het aan? Oh ja, en heel vaak mis ik alsnog niet met mijn trein, omdat de NS weer een minuut vertraging heeft dat ik aankom, om nog 1 minuut om te rennen. En ja, ik kan 2 dingen doen. Voorheen, toen ik nog rookte, was het, oh, ga ik wel een sigaretje roken. En dan soms moet ik gewoon een pakje kopen, puur omdat ik met de bokken verveel. Omdat mijn overstap niet mis. Of ik ga naar de ACO toe, die boekenwinkels die ze op het station hebben. Dan ga ik daar de boeken heen bladeren en dan koop ik er een. Dan lees ik die bonenkrein. Het ding is, ik heb momenteel zoveel boeken die ik niet gelezen heb. Dus ik heb me nu voorgenomen, nieuwe boeken kopen is goed. Maar dan eerst voor ieder boek dat ik koop, eerst een boek uitlezen. Laatste boek dat ik daadwerkelijk heb uitgelezen. Oeh, wat zou dat geweest zijn, joh? Dat is geweldig. Goed gedaan. Echt lang geleden. Ik zei toch dat ik de beste wachter ben? Ron ligt niet meer lang op de ziekenzaal en dan gaat hij weer op doel. Ja, sorry, Stoker. Goed gespeeld, mensen. Ik denk oprecht dat het... hetzelfde shot weer. Ik denk oprecht dat het Harry Potter en the Cursed Child was. Ik heb best wel boeken begonnen, maar ik heb ze nooit afgemaakt. Het zou oprecht Harry Potter en the Cursed Child kunnen zijn. Dat is best erg, 2 jaar geleden of zo. Ik blijf zeker boeken kopen, maar ik eindig gewoon halverwege. Belinda, begrijp me niet verkeerd. Ik sta te juichen. Ze leek me alleen een beetje humeurig. Herinner je je helemaal niets meer van die avond? Schijt al uit, Ron. Ik kon er niks aan doen. Ik was vergiftigd. Het was vast een bijwerking. Het uitmaken met je vriendin is nou, wel zo'n typische bijwerking, ja. Die weer beter is. Katja Bell is terug. Ik zag haar in de grote zaal. Nu kunnen we erachter komen wie haar die ketting gaf. Ze kan ons vertellen wie haar vervloekt heeft. Ga naar Katja Bell in de grote zaal. Hey, dit is de muziek van Harry Potter 2. Oh man, ik ben zo'n fucking Harry Potter game nerd. Oh, waarom, Rick? Van alle games die je kapot kan spelen, waarom fucking Harry Potter voor de computer? Zodra ik trouwens alle Harry Potter PC games heb gedaan, ga ik denk ik weer wat nieuwe Harry Potter series starten op mijn kanaal. Niet heel veel, ik denk alsof ik nu 3 tegelijk wil gaan starten. Je hebt ook Harry Potter games voor de Gamecube en de Playstation. Die zijn wel geinig. Ze zijn anders, maar alsnog wel leuk als je toch een game moet spelen op je kanaal. Ik heb momenteel genoeg series lopen, echt net iets meer dan genoeg. Maar op een gegeven moment, ooit op een dag, komt er weer ruimte. En dat vind ik ook echt wel leuk aan wat ik momenteel doe op YouTube. Vooral ook met de XL gameplay nu. Zoveel verschillende games. Ik voel me alsnog niet echt een gamer, terwijl iedere dag game ik 2 of 3 uur of zo.
En momenteel de XL gameplay in no time heb ik daar al 100 verschillende games gespeeld. Waarvan een heleboel in één sitting uitgespeeld, weet je wel. Echt leeg. Meer dan een lege zaal, zul je bedoelen. Wacht even. Ik weet wat je me wilt vragen. Maar ik weet niet wie me vervloekte. Ik probeer me te herinneren. Maar het lukt niet. Oké, wil die gast duelleren? Wil je duelleren? Is dat het? Zeg maar wat je gedaan hebt, man. Ach, oh, dat is Draco. Vertel me wat je van plan bent. Oké, Draco, kom eraan. Achtervolg Draco. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, ik kan even gauw een soort uitleg geven van Ready Player One. Ready Player One gaat over een wereld waar de wereld is eigenlijk gewoon kut. Op een gegeven moment zijn mensen gewoon gestopt met het probleem in de wereld fixen. En de wereld is één grote vuilnisbelt. Maar er is hoop. In plaats van dat mensen leven in de normale wereld, leeft iedereen in de virtual reality wereld. Gewoon een soort World of Warcraft game. Gewoon een open world game waar iedereen zijn eigen mannetje kan maken. Of vrouwtje. En daar kan praten. Een relatie. Een soort Habbo plus RuneScape plus World of Warcraft. Gewoon een heleboel van dat soort games in één grote bak. Maar dan met virtual reality. En iedereen zit in die game. En die game is eigenlijk praktisch iedereen's leven. En het komt erop neer dat de maker van de game is op een gegeven moment overleden. Maar hij had een soort geheim in de game gestopt. Een Easter egg. Je moet 3 sleutels vinden en met die sleutels vind je dan het magische ei en dan ben jij eigenaar van de game. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Laat me met rust, Potter. En de hele film is eigenlijk één grote love you naar videogames in het algemeen. Maar ieder karakter in de film is een videogame personage. Dus vol met Star Wars referenties. Er zijn zoveel referenties naar oude games. Als je gewoon maar iets van gaming weet, is de film gewoon genieten. Maar ook referenties naar films. Er zit de Holy Hand Grenade in van Monty Python en dat soort meuk. Sectus Sempra, dat had je niet moeten doen, Harry. Blijf van me af! Blijf met je tangels van me af! Fuck, hij sneeuw. Snel naar de ziekenzaal. En jij, Potter, de Sectus Sempra was uit het boek van de Halfbloedprins. In het 6 Harry Potter boek zie Harry dus telkens twijfelen van, huh? De Halfbloedprins is super slim, hij weet al die toverdrank shit. Oeh, en hij heeft ook Levi Corpus, leert hij eigenlijk van de Halfbloedprins. Een beetje raar dat iemand anders het nu aan hem leert. Dus Harry ziet die Halfbloedprins een beetje als een hele slimme gast. En je hebt een onbekende spreuk tegen Draco gebruikt? Ik bedoelde het niet zo. Je moet geen onbekende spreuken tegen mensen gebruiken. Misschien maak je ze per ongeluk dood. Je moet het boek zien kwijt te raken. En ik weet precies waar je het kunt verstoppen. In decolleté. Als je iets wil verbergen, dan is dat de beste plek. Wat wil je verbergen? Incest? Doe je ogen dicht. Hey, dat is mijn boek. Nu kan niemand het vinden. Harry? Ik heb ook een geheim. Oeh. Nee, laten we hier Ron maar even niks over vertellen. En? Alleen Ron's moeder, die vindt het vast leuk om te horen. Wat? Het boek verstopt. Oh, ja. Ergens in de kamer van Hoge Nood. Zelfs ik weet niet waar het is. Nou, dat is maar goed ook. 10 van de 10 dialoog. Een onbekende spreuk tegen iemand gebruiken. Ik weet het. Nu kun je je tenminste concentreren op je echte missie, die van Perkamentus. Dat is tot nu toe niet echt gelukt, hè? Nee. Maar misschien is geluk precies wat ik nodig heb. Hey. Het is tijd om te mazzelen. Te mazzelen. We nemen het Felix Fortunatus. Dit is mijn favoriete punt in de game, omdat het is jazz. Het is een beetje hetzelfde als toen Ron verliefd was net. Nou, hoe voel je je? Geweldig. Weet je, ik ga maar eens naar de kassen van kruidenkunde. Je moet slakkoorn zien te vinden, Harry. Rustig maar. Ik weet wat ik doe. Of anders Felix wel. Ik hou zo fucking veel van dit soort jazz. Een beetje lounge jazz. Je speelt nu ook in first person trouwens, opeens, om redenen. Nou, Ready Player One is in ieder geval een erg, erg, erg leuke film. Jammer genoeg, niet genoeg Harry Potter referenties. Had de film dan weer net ietsje beter gemaakt. Kan je in ieder geval zeer zeker aanbevelen naar die film toe te gaan. Voor de rest wil ik nu gaan praten over iets waar ik vandaag over gelezen heb wat fantastisch is. Het is iets wat heet The Great Stink. De grote stank. Het komt erop neer dat Londen op een gegeven moment, voor mij gaat het rond 1860 hebben we het nu over. Londen was één grote puinhoop, vooral dat er was amper nog riolering. Gewoon iedereen gooide zijn kak gewoon op straat, je had grote beerputten, gewoon
soort open rooster waar poek en pis in ging. En wat nog wel eens ontstaan wilde daar was methaan. Best wel brandbaar gas, wat in een scheekje zit en zo. Dus soms waren er ook gewoon overal midden op straat explosies. En ja, iedereen werd gewoon ziek. Maar op een gegeven moment werd hygiëne een beetje een ding en kwamen de mensen toch wel achter dat... Zij dacht dat je slim was om Draco zo aan te vallen. Hij wilde de Cruciatusvloek tegen me gebruiken. En nu gebruiken wij Paralytus tegen jou. Waarom? Vanavond wil je echt niet met me vechten. Waarom moeten die gasten altijd zeggen dat ze Paralytus gaan gebruiken? Ze zijn zo trots op het kennen van één spreuk. Het is echt gewoon een beetje sneu, jongens. Omdat ik dus nu die toverdrank heb genomen, is het voor mij het idee dat de battle nu veel makkelijker is. Nou, ik merk inderdaad al veel van, ja, ze hebben nog geen enkele keer geraakt. Kijk eens aan. Ik kan je navel zien. Wil die andere gasten nog proberen? Reflexen! Hij heeft iets uitgehaald. Ik kan hem niet raken. Ik pak hem wel. Ja, een denkje. Get your ass whooped. Oh, sterf! De volgende keer heb je minder geluk, Potter. Ik heb geen geluk nodig om jullie te verslaan. Ja, blijkbaar wel. Anders was het ook wel gelukt hoor, maar we hebben zeer zeker geen geluk nodig. In ieder geval, murder gewoon overal. Vooral ook in de Thames, de rivier die door Londen stroomt. Het zat gewoon vol met kak. Op een gegeven moment waren fabrieken gewoon bezig met allemaal chemisch afval erin dumpen. Zodat het minder naar kak begon te ruiken. Toen op een gegeven moment was het zo erg dat gewoon de hele regering stil lag. Omdat het, de hele stad murde zo erg. En dat is dus de gebeurtenis die ze The Great Stink noemden. De hele stad functioneerde niet meer omdat het zo erg murde. En toen hebben ze besloten om een riolering aan te leggen. Dit zijn altijd momenten dat ik denk, ik ben echt blij dat ik leef in de tijden van nu. Waarschijnlijk over 1000 jaar leven we in nog betere tijden. Of de mensheid bestaat niet meer. Misschien zijn de Harry Potter films dan opnieuw gemaakt. En is de hele Fantastic Beasts serie klaar. Je weet het niet. Maar ik vond het idee van The Great Stink in ieder geval wel fantastisch. Lekker stinken met z'n allen, precies. Oh man, wat hou ik van jazz. Heerlijk. Dat is een langdradig weekblad. Bij de baard van Merlijn. Die bladeren zijn toch heel kostbaar? Ja, niet dat ik ze zou willen verkopen natuurlijk. Mijn interesse is zuiver wetenschappelijk. Dit exemplaar zou ook niet veel galjoenen opbrengen. Heeft u het al geprobeerd met drakenmest? Denk je dat dat zou werken? Oh ja, ik heb zo'n gevoel van wel. Oh yeah, toverdrankje maken. Trouwens, ik heb nog steeds helemaal niet verteld, aangezien ik zeg maar net weer terug was vanuit eten gaan. Hoe het eten was. Het was lekker. Nou, weet het ook weer. Alleen de service was verschrikkelijk. Ik denk dat wij bij dat restaurant, 2,5 uur gezeten hebben. Ik was een beetje later. Sorry vrienden. Ik probeer de laatste tijd echt vaker op tijd te komen. In het algemeen voor dingen. Vooral omdat op tijd komen laat gewoon zien dat je de tijd van andere personen ook kan waarderen. Als je gewoon overal te laat komt, is het zo van, hey, mijn tijd is belangrijker dan jouw tijd. Ik te laat ben, ik heb belangrijke dingen te doen. Jij wacht maar op mij, want jij doet toch de hele dag niks. Een beetje zo'n signaal dat je afgeeft. Het was meer dat ik had een andere vriend zou net zo laat zijn dan ik. Maar hij was opeens veel eerder. Dus dat was direct waar de fuck ben je willen eten. Maar een aantal vrienden hadden best wel honger. Dus we hadden besloten dat we meteen even gauw brood erbij bestellen. Gewoon een bakje brood met kruidenboter. Kunnen we alvast eten. Maar we hebben letterlijk 1,5 uur gewacht op het brood. Wat letterlijk gewoon 2 bakjes met boter is. En een stuk gesneden brood. Dit geeft je al een idee. Uiteindelijk hebben we eten besteld en we hebben, ja, ik denk een goede 1,5 uur moeten wachten op het hoofdgerecht. Uiteindelijk had ik nog zin om iets van een bitchy opmerking erover te maken. We zagen dat de keuken nog best druk was, maar zo druk was het niet eens op het terras, ondanks het fantastisch mooie weer. Is het niet goed? Ik krijg het gevoel alsof het niet goed is. Ah, het dubbelde zeker nog niet. Paars. Yes. Ik had echt zin om iets te zeggen van, ja, echt super tof toen het maar eten klaar was, hè. Super tof dat jullie hier ook koks laten werken zonder armen. Je moet even en in een rolstoel en blind. Tof dat jullie dit soort mensen ook een kans geven. Ja, het is jammer dat je dan zo lang op het eten wacht, maar dan heb je ook wat. Ja, maar de koks hebben wel armen en zijn helemaal niet blind. Oh, waar heb ik dan echt 1,5 uur gewacht op mijn eten? Dan snap ik dat het servicemeisje er ook niks aan kan doen, hoor, maar... Ja... Hey, we hebben wel lekker veel bier kunnen tanken daardoor. Dankjewel voor deze uitermate geschikte kans. Kijk,
is het toverdrank gaat ook wel heel goed. Waarschijnlijk heeft het ook weer met de Felix Fortunatus te maken. Als je dan een level haalt met echt gewoon de hele tijd bal vol, dan voel je al wel een baas. Hoppakee, meteen naar de 5 sterren toe. Hartstikke idee. Toverdranken gaat goed. Yeah, bitch. Dat is hoe je toverdranken maakt. Dacht ik al. Geen achievement of zo? Niks. Proberen? Onvoorstelbaar. Ook al zo bedreven in kruidenkunde. Maar je moet niet 's nachts zo ronddwalen, Harry. Eigenlijk wilde ik naar Hagrid wandelen, professor. Och, het spijt me, maar ik kan je niet in je eentje over het schoolterrein. Zijn mond beweegt ook gewoon niet. Nou, u mag best met me mee, hoor. Sommige shots van die personages zijn ook heel dramatisch. Arme Aragog. Ik wist dat je zou komen rouwen om Aragog. Hij was mijn allerbeste vriend. Aragog? Een reuzenspin. Een acromantula die in het bos woonde. Hij was een vriend van Hagrid. Ook al wilde hij me opeten. Hij wou gewoon lief zijn. Hagrid, ik wil niet ongevoelig lijken, maar acromantula gif is erg kostbaar. Zou ik een flesje of twee mogen aftappen? Dat ik daarna wat woorden spreek over de overleden, hè? Oh, Aragog. Ik zal je missen, ouwe leus. Vaarwel, Aragog, koning der arachniden. Dat het je veeloogige nageslacht immer goed mag gaan. Proost op de begrafenis van een vriend. Mijn innige deelneming, Hagrid. Had Aragog ook borstimplantaten? Asking the real questions. Weet u waarom ik het heb overleefd? De nacht dat Voldemort mijn ouders doodde. Oh, stil nou, mijn jongen. Jouw moeder. Oh, zij was een van mijn absolute favorieten. Ze offerde zichzelf op voor mij. Voor iedereen. Professor, ik wil u graag iets vertellen. Het is waar. Ik ben de uitverkorene. Alleen ik kan Voldemort doden. Yeah. Maar daarvoor heb ik... Geef me je herinnering, gast. Ik wil even weten wat er met Voldemort aan de hand is. Please help. Voor niets is geweest. Hier, denk niet te slecht over me. Je weet niet hoe hij was. Zelfs toen al. Ik denk dat Yay! Breng de herinnering naar het kantoor van Perkamentus. Gaan we zeer zeker doen. De vorige aflevering van de XO Gameplay had ik het over de maximale lengte van een YouTube-video. Ik zei ja, binnenkort komt de 100ste aflevering van de XXL Gameplay. En stiekem zou ik het best leuk vinden om dan alle XXL Gameplays tot dan in één video te plakken en die dan online te gooien. Alleen ja, dat, ik zat vooral met de vraag van hoe lang is dat dan en mag dat wel van YouTube? Ik denk de gemiddelde XXL Gameplay op 2,5 uur zit. Vooral met een paar van dit soort uitstekers ertussen. Ik heb denk ik nu toch wel 4, 5 XXL Gameplays van 5 uur of langer. Ik heb de Until Dawn, SpongeBob SquarePants, Doki Doki Literature Club, God of War. Dat is sowieso al 4 stuks. Hier heb ik geen tijd voor. Echt zo? Paralyses! Misschien dat ik er zelfs nog eentje vergeten ben. Je kan gewoon, hier beneden staat een linkje naar de alle XO gameplays tot nu toe. Er zitten er een aantal tussen die flink lang zijn. Dat je 5 uur lang bezig met de video en achteraf gewoon vergeet dat je het gedaan hebt. Prachtig. Ik was aan het kijken en ik had in de video gevraagd van hey kijkers, weten jullie wat de maximaal toegestaande lengte is voor een video? Je betaalt, Potter. Malfidus zit straks gewoon naast zijn suffe vader in Azkaban. Oh ja, Malfidus zijn vader zit in Azkaban, dat is wel grappig. Ik heb Slughorn's herinnering. Wat een fantastisch nieuws. Ik wist wel dat je het kon. Harry, snel. Snel? We hebben geen haast, toch? Nu, eindelijk, zullen we het weten. Gruzilementen? Dat is heel gevaarlijke materie, Martin. Om ze te maken moet je je ziel splijten. En daarvoor moet je... moorden. Moord scheurt de ziel aan stukken. Het is al onnatuurlijk om dat 1 keer te overwegen. Maar 7 keer? Dus Hildebrand vertelde Martin over gruzilementen. Een gruzilement is een voorwerp waarin iemand een deel van zijn ziel verbergt. Zolang het gruzilement bestaat, kan die persoon niet sterven. Daar wil ik ook wel eentje van eigenlijk. Dat is best handig. Denk je dat het voor mij is gelukt dat hij een gruzilement heeft gemaakt? Dat is hem zeker gelukt. En wel meer dan eens. Hij maakte er 7? Hij scheurde zijn ziel in 7 stukken, maar 1 stuk is in hem gebleven. En de andere 6
Nou ja, in je tweede jaar ben je al een gruzilement tegengekomen. Dagboek van Martin Vilijn. En ik heb er nog één gevonden. Deze ring. Heeft u zo uw hand verwond? Daar was u dus mee bezig. U zocht naar de gruzilementen. Ja, Harry. En ik denk dat ik misschien de derde heb gevonden. Als de tijd rijp is, moet je me helpen hem te vernietigen. En Snape wil je laten nablijven? Oh nee! Hij weet dat het de beslissende wedstrijd is. Jij moet in mijn plaats vliegen. Daan kan je vervangen als jager. Roddelen terwijl je bij mijn kantoor zou moeten wachten, Potter. Dat kost Gryffindor 10 punten. Oh, raar dat ze de kunstenlessen van Snape echt gewoon niet erin verwerken. Professor. In game. U hoeft me echt geen professor te noemen, hoor. Ik zou denken dat je wel genoeg was gestraft na het incident met Draco Malfidus. Oh, misschien mist Harry daarom de cyberwedstrijd, dus omdat hij moet nablijven, omdat hij Draco half vermoord heeft. Gryffindor. En nu naar mijn kantoor. Gryffindor moet het maar zonder de uitverkorenen doen. Maar ik had dus gecheckt. Dat wordt de vierde plaats bij de Zwerkbalcup. Boehoehoe. Win die wedstrijd, Ginny. Win de cup voor Gryffindor. Ze wint wel, geloof ik. In dit jaar is wel bekend wie er wint. Snape laat hem nablijven. Dus vlieg ik vandaag als zoeker. Mooi. Als we deze wedstrijd winnen, kunnen we de beker winnen. Dat heb ik Harry ook beloofd. We gaan die beker gewoon winnen. Stop met zeuren en kijk op het prikbord welke warming-up Harry heeft bedacht. Nee, niet weer eerst een warming-up. Goed, nee. We gaan het zo aanpakken. Oh. Oh, godverdomme. Wie heeft dit bedacht? Oh, kut, de game is nog niet. Maar heel veel zwerkbalwedstrijden is nog niet genoeg. Oh, doe ook een warming up erbij. Wat een goed idee. Ja, je mag hier dus in de game spelen als Ginny. En ik weet nog, historisch YouTube-moment. Toen ik deze serie voor het eerst deed op mijn kanaal, een jaar of 5 geleden. Heb ik het hele stuk dat Ginny aan het werkballen is, één grote rant gehouden over het feminisme. Ga door! Ik ben zeer zeker niet trots op vroegere politieke meningen van Rick. Maar laat het maar weer zien dat heel veel dingen, opvattingen en hoe je naar bepaalde dingen kijkt, is echt heel erg flexibel. En dat is ook wel juist mooi, het feit dat ik in een hele korte tijd dramatisch van mening kan veranderen. Aan de ene kant uit in dat ik instabiel ben als fuck. En dat ik daarom ook geen blog moet schrijven en boeken, want je kijkt erop terug en je denkt, ja, maar what the fuck, waarom vond je dat toen? Dat vind ik nu dus eventjes flink mooi niet. Nou, de traditie toch in stand willen houden, of ik nog een zegje wil doen over feminisme. Wat ik vooral interessant vind momenteel is, kijk, het ding is, verdienen mannen en vrouwen gelijke rechten? Ja, 100% sowieso. Alleen het probleem dat ik een beetje heb met feminisme is dat ze heel erg focussen op vrouwen. Nou, is het zeer zeker zo dat de meeste problemen momenteel, de meeste oneerlijkheden liggen bij vrouwen. 100%. Vooral in de tijd dat vrouwen niet mochten stemmen. Dat soort shit, weet je wel. Er zijn tijden geweest dat er echt heel erg gediscrimineerd werd tegen vrouwen. Maar vandaag de dag gaat het allemaal best wel prima van mijn gevoel. Er zijn er juist ook een hele hoop gebieden waar mannen op gediscrimineerd worden. Als oorlog uitbreekt, dan moet ik maar lekker gaan vechten. En vrouwen is het een soort van fijn thuis. Ook wel fijn dat iemand nog leeft na de oorlog, maar om het op die manier in te delen is ook wel weer een beetje gemeen natuurlijk. Het ding wat ik vooral heb is dat, sowieso ben ik voor die gelijkheid, maar ik heb het gevoel alsof de discussie soms een beetje over rare dingen gaat. Dus wat je dus heel vaak hoort is dat een man en een vrouw verschillende hoeveelheden geld krijgen voor exact hetzelfde werk, weet je wel. Van, nou, een vrouw krijgt minder betaald voor exact hetzelfde werk. En waar ik dus dan benieuwd naar ben, is stel dat is zo hè, je kan een vrouw voor exact hetzelfde werk minder geld betalen. Waarom neemt niet iedereen dan gewoon vrouwen aan? Dat is best wel een legit vraag op dat punt dan toch? Ik geloof dat het grootste deel van mannen verdienen gemiddeld meer geld dan vrouwen komt op het feit dat mannen dus veel banen hebben waar je meer geld mee verdient. Zoals in de olieindustrie werken, maar je kan de scheikunde, kun je de olie. Ik geloof dat het best betaalde baan is. Als je eerst scheikunde studeert en dan specifiek olieindustrie scheikunde doet, dan is je startsalaris, ik geloof, 100.000 euro. Ga je niet doen, is fucking saai. Wel een goed startsalaris, maar ik kan dat niet eens studeren in Nederland. Maar, terwijl vrouwen, bijvoorbeeld, als je kijkt naar bijvoorbeeld leraren, momenteel vooral op de basisschool is zo'n 80-90% van de leraren vrouwelijk. Basisschoolleraren krijgen niet heel veel betaald. Middelbare schoolleraren krijgen al meer betaald en daar zijn toevallig ook alweer meer mannen te zien. Dit is trouwens echt totaal geen hate speech naar vrouwen of zo. Ik hou van vrouwen. Dat is toevallig ook nog eens mijn seksualiteit, geloof ik of niet. Sommige mensen van de middelbare school geloven vast nog steeds niet dat ik niet gay ben, maar dat is een heel ander verhaal.
Ik heb gewoon het gevoel alsof feminisme zich momenteel niet echt focust op de problemen die echt heel belangrijk zijn. Waar sommige vrouwen nog mishandeld worden en niet mogen autorijden en dat soort dingen. Maar voor de rest is het ook heel erg een probleem dat er zijn gewoon bepaalde problemen die heel moeilijk te fixen zijn, ook door de politiek op in te gaan. Zoals vrouwen die zich op straat onveilig voelen, weet je wel. Dat zijn best wel problemen. Dat sommige vrouwen zijn bijvoorbeeld, ik heb een aantal vriendinnen, die kunnen op Amsterdam voelen zich echt niet fijn om midden in de nacht in eentje op straat te lopen. Gewoon dat mannen vieze dingen naar ze roepen en zich in het algemeen niet veilig voelen. Dan is het in principe heel fijn dat je daar als man geen last van hebt. Alleen je kan het niet echt afdwingen. Je kan niet gewoon politiek regelen dat vrouwen wel over straat kunnen. Er zijn gewoon een paar mensen die heel erg kut zijn. En dat zijn er toevallig heel veel mannen. Vraag is dan meer, hoe gaan we dat dan zelf weer fixen? Dus ja, dit was mijn hele kleine betoog. Nogmaals, niks gemeens over vrouwen. Als je aan vrouwen komt, dan kom je niet per se aan mij. Maar nice dat je vrouwen aanraakt. Ligt eraan. Vinden ze het zelf ook leuk, dan is er niks aan de hand. Wat, waar gaat dit heen? Ik wou in ieder geval terug naar de langste YouTube video. Ik had eens gevraagd aan in de reacties van, hey, weten jullie hoe lang de langste YouTube video is? Dan weet ik of ik hem wel of niet alle XO gameplays achter elkaar kan plakken. Een aantal mensen zeiden, ja, 12 uur is het niet. Langer dan 12 uur mag een YouTube video niet zijn. Ik denk, ik kan me best wel herinneren dat ik langere video's dan 12 uur heb gezien. Voor mij bestaan ze. En iemand anders stuurde mij dus een video toe van 596 uur. Dat is de wereldrecord langste YouTube video. En wat geinig is, hij doet het niet bij mij in ieder geval. Ik zie de tijd staan, maar de video werkt niet bij mij. Hij is gewoon zo lang dat mijn Google Chrome blijkbaar gewoon... Als ik nu nog een paar van die ringetjes mis, ben ik echt een lul. Mijn Google Chrome kan gewoon niet aan dat die video bestaat. Oh, dit is fucking kut. Gaan we nu dood? Nee. Oh. Fuck dat fucking ding. Ik kan hier niks aan doen ook. Hè. Ze stoppen soms die ringen gewoon wat verder uit elkaar. Please, pak die fucking snaai. We zijn al zo lang bezig. Als ik nu het hele potje opnieuw moet doen. Echt verschrikkelijk. Echt een heel lang stuk niks. Kom op. Ik heb echt een hekel aan fucking zwerkbal. Maar het is wel de laatste wedstrijd. Dus als het goed is, is hij hierna geen zwerkbal meer. Is dat even goed nieuws? Oh. Ja, oké. Okay. De ringen zijn nu gewoon weer een normale kleur. Ik ben even gaan focussen, anders moet ik dit helemaal opnieuw doen. Het is echt heel veel tijd. Knip ik het er wel uit, hoor. Dus jij hebt je geen zorgen te maken. Ik ben me gewoon even de pleuris aan het werken. Wat een lang potje ook. Je gaat je ook afvragen, doe ik iets verkeerd? Hoe werkt zwerkbal in deze game? Jij hebt nog steeds gewoon heel lang door deze stervormige ringen heen vliegen. Dat je de snuit toevallig niet krijgt. Het is niet heel... Oh, fuck. Dankjewel. Please, pak hem. Oh, we gaan nu heel hoog. Waarschijnlijk zal dit wel zijn. Ik gok dat de laatste is, anders weet ik het ook niet meer. Pak alsjeblieft dat ding. Pak hem. Yes. Oh, goed zo. Huisarrest. Ze hebben die achievements nou nergens op. Ik heb gewoon de wedstrijd gewonnen. Iedereen krijgt 50 punten voor deze geweldige prestatie. Vind ik helemaal nergens op slaan. We hebben al de zwerkbalcup gewonnen. Kun je niet ook nog eens afdelingspunten voor geven, toch? Oh, ik moest rotte flubberwormen uitzoeken van Snape. Nou, feliciteer de rest van het team van me, wil je? Dat mag je lekker zelf doen. Dat gaat niet. Perkamentus wil dat ik naar de astronomie toe. Oh, einde van de game. Ik denk dat hij me meeneemt om te zoeken naar een gezelement. Kanonnen, voorzichtig man. Op zijn briefje stond ook dat ik eerst wiggeweldrank moet. Ah ja. Ik ga naar eerst nog eventjes schouwen, laatste tot keer van... toverdrankje maken. Oké, nee, de langste YouTube video is dus in ieder geval 596 uur, maar ik geloof dat de hele video ook gewoon een zwart scherm is. Dus ik denk dat het eerder niet zozeer het YouTube tijdlimiet is dat het probleem is, maar ik denk ook de grootte van het bestand misschien. Dus misschien moet ik alle XO gameplays achter elkaar plakken in hele lage beeldkwaliteit zonder geluid. Misschien is dat hoe ik de langste video zou kunnen creëren. Kijk eens aan, zit een schildje in, ja toch? Ik heb echt geen idee wat mijn maximale hoeveelheid schilden is die ik ooit in deze game heb gehaald. Ik heb nooit echt mijn best gedaan om ze allemaal te pakken, zeg maar. Ik denk dat mijn record misschien max 50 is. Omdat ik ze echt alleen maar de meest easy dingen oppak als ik ze toevallig een keertje zie liggen. Oh, nee, Harry. Waarom doe je dit? Oh, auw. Ik wou hem net pakken. Laat maar. Henk, show me the way. Do you know the way? Verschrikkelijke meme. Over de film nog gesproken, over Ready Player One. Het gaat natuurlijk over een grote VR-wereld waar mensen samen kunnen chatten. Ik had echt gehoopt dat ze een Do You Know The Way grap erin hadden gegooid. Maar waarschijnlijk was de film net iets daarvoor al grotendeels gemaakt. Anders hadden ze hem er sowieso in gestopt. Gewoon voor de grap. Oké. Ik hoop dat we gewoon naar dit bord toe lopen. En dan staat daar, geloof ik, even kijken hoor.
Je komt toch naar... Wat is E dan? Ja, er zijn er meer. Topfopshop. Liefdes... Flegma flip. Doe me denken aan smegma. Dat is dan weer een stuk minder goed. We moesten de Wiggenweldrank maken. Prima. Jij mag ook kijken hoe ik hem maak, kijker. Totaal geen probleem. Voor de rest wil ik het even gaan hebben over hoe sommige accounts de toekomst voorspellen. Oh. Hoe sommige accounts de toekomst voorspellen. Mag ik please mijn fles terug? Ik ben echt laat aan het wachten momenteel. Ik zie ook echt niet of hij al bubbelt, want bovenkant van mijn scherm. Oké, het moet rood worden. Oh. Ik geef al op, weet je wat? Hier, het is een moeilijke drank. Waarschijnlijk ga ik wat net aanhalen. Begin maar even opnieuw. Dit was echt een puinhoop. Hoe sommige accounts de toekomst voorspellen. Het gebeurt wel eens op Twitter dat je accounts hebt die gewoon iedere, die gewoon bepaalde voetbalwedstrijden precies voorspellen. Van oh, deze persoon, dit wordt zoveel, weet je wel. En iedereen, wow, hoe dan? En wat ze dus vaak doen is je kan je account op privé zetten, dan kan niemand de tweet zien. Oh, kut, sorry. Kom op. Fucking... Het probleem is ook echt niet dat ik iets verkeerd doe. Het toverdrank is gewoon verschrikkelijk. Eigenlijk is de enige reden. Oké, rood. Yes, oké. Dat werkt de goede kleur. Dit is een heel goed begin. Oranje, yes. Weer deze. Verschrikkelijk. Ik zie niet of hij bubbelt, want het staat buiten beeld. Oké, geel. Wat? Gaat die fucking kut? Oh man, ik haat mijn leven. Accounts die de toekomst voorspellen. Oké, even heel goed mijn best doen nu. Oh, shit. Scheid. Weet je wat? Ik kom al bij je terug als ik dit fucking drankje gemaakt heb. Ik heb niet eens zin meer om het op YouTube te doen. Het is kut, sorry. Dat gewoon... Je moet gewoon even opletten. Je kan niet lekker een verhaal vertellen terwijl je dit aan het doen bent. Ik vertel je zo wel over die accounts die de toekomst voorspellen. Ik heb in principe eigenlijk uitgelegd wat ze doen. Ze maken gewoon een account. Ze tweeten alle mogelijke uitkomsten. Vervolgens verwijderen ze allemaal, behalve degene die klopt. En dan, wow! De toekomst? Nee. Dat zou ook. En als laatste, nog één keer deze motherfucker schudden tot hij groen wordt. Yes. Kijk, met bijna 100 seconden over. Wat concentratie toch wel niet met een mens kan doen. Je moet eens zien hoe goed ik kan gamen. Als je niet kijkt wanneer ik game. Ik blijf vaak zeggen als ik zuig. Ik zeg, nee, ik zuig alleen maar omdat ik aan het praten ben. Laat me met rust. Nou, daar zit een hele kleine kern van waarheid in. Niet te groot, maar de kern bestaat. Laten we het daarop houden. Meer gezondheid in een duel. Ga naar Perkamentus in de Astronomietoren. Dat is toch best wel, ja, het einde van de game. En ook het einde van Perkamentus. Dus, we kunnen er meer over praten. Er is een dingetje wat ik afgelopen weken hoorde en las. En waar ik heel veel mensen nu over hoor. Namelijk de 30 minuten. Welke 30 minuten de ieder glas alcohol, voornamelijk dan, ik geloof, 250 milliliter bier, zeg maar één flesje bier of een klein glas wijn, kost je 30 minuten van je leven. Als in per biertje 30 minuten eerder doodgaan. Een redelijk interessant stukje statistiek. Het deed me vooral denken aan eentje die ik jaren geleden al hoorde over roken, dat iedere sigaret 20 minuten was. Ja, je zal maar roken en bier drinken tegelijkertijd, dan gaat het al helemaal hard. De meeste mensen die ik over hoorde zeiden alleen maar dingen zoals, huh, dan zou ik nu dood moeten zijn. Hahaha, ik drink problematisch veel en boeien, dan drink ik mezelf maar dood. Dat is ook een stukje wijsheid, dat is zeer zeker waar. Ik vond vooral het onderzoek op zich interessant en hoe ze achter dit soort getallen komen. Het is namelijk heel moeilijk om dit soort dingen uit te zoeken. Heel veel mensen die niet drinken, die gewoon niet aan alcohol drinken doen, die doen dat omdat ze sowieso al gezondheidsfreaks zijn. Dus die zijn sowieso al gezonder. Dus het heeft niet per se alleen met bier drinken te maken. En sommige mensen die geen alcohol drinken, doen dat juist omdat ze juist hartstikke ziek zijn. Dus die zijn, gaan juist weer eerder dood. Dus het is heel moeilijk om dit soort dingen te berekenen op die manier. Ik vind het altijd interessant hoe ze dan dat soort dingen doen. Je moet gewoon hele grote datasets hebben. En op een gegeven moment was het de conclusie dat mensen die wel meer dan 10 glazen per week drinken, anderhalf jaar eerder doodgaan dan mensen die dat niet doen. Dat had ook een beetje berekend, die 20 minuten en dan hoeveel bier je ongeveer drinkt. En wij kwamen ook op anderhalf jaar eerder dood. Hè. Dat valt nog wel mee. Is extreem gevaarlijk. Maar ik heb beloofd dat je met me mee mocht. Er is wel één voorwaarde. Je moet al mijn bevelen opvolgen zonder vragen te stellen.
Ja, professor. Begrijp je wat ik zeg? Als ik zeg dat je moet rennen, je verbergen of me moet achterlaten, dan doe je dat. Geef me je woord, Harry. Je woord. Ik beloof het. Zeg, ben je klaar om deze gevaarlijke missie te ondernemen? Ik heb er zin in. Altijd dol op gevaarlijke missies. Praat met perkament als je klaar bent om te gaan. Het is het ding dat als je nu met hem praat... Ten eerste, hij is straks dood. Is er iemand die Harry Potter 6 nog nooit gezien heeft? Het is werelds bekendste spoiler. Dus dan, ik weet niet wanneer die spoiler begon. Perkament gaat dood in boek 6. Het is echt een hele bekende spoiler in het algemeen. Ik was laatst, vraag me niet waarom, de Big Bang Theory aan het kijken was ook dan. Oh, wat ben je aan het doen? Ja, ik lees Harry Potter. Welke? 6. Oh, dat is die ene waar Perkament is dood gaat. En dan, oh, dat was ik nog niet. Als je het nu nog steeds niet gelezen hebt of de films niet hebt gezien, dan verdien je het. Ik heb nog nooit Star Wars gezien. Ik weet dat Darth Vader Luke's vader is. Martin Villain stond hier als jongen. Jaren later kwam hij terug. Onder een andere naam. Tina Villaina. Ja, hier is dus eigenlijk ook een punt. Ik heb dus het boek gelezen, wel. Moeten we de hindernissen van en toen was Perkamentus gaat dood nog geen spoiler, zeg maar. Ik had het boek echt gelezen zodra die uitkwam. Ik dacht dat het boek kwam, meteen boek gekocht. En net voordat Perkamentus doodgaat, komt een bepaalde scène die ik in het boek zo grafisch en onplezant vond. Dit, dat Perkamentus gaat die bak leeg drinken. En dat is gewoon een soort... Je moet het opdrinken, je kan het niet wegtoveren en van dat spul word je gewoon helemaal lijp. En ik was toen echt 12 of zo en ik werd niet eens, ik denk 10 was toen dit las. Maar professor, je hebt je woord gegeven, Harry. Vooruit. Proost. Het enige wat Perkament doet is gewoon zeggen, ik wil dood ongeveer. Professor. U mag niet stoppen, professor. U moet blijven drinken. Ieder glas is 30 minuten, hè? Zo ben ik ook met mijn vrienden. Alsjeblieft. Wanneer mijn vrienden me dronken proberen te krijgen. Als u drinkt. Alsjeblieft. Nog één. Nog maar één, professor. Water. Ja, dit is water. Dit is water. Zegt hij dan ook nog. Doe me trouwens denken. Maar hier was ik dus gestopt met het boek lezen voor echt, ik denk, een goede jaar, anderhalf jaar. En toen pas de laatste twee hoofdstukken nog even gepakt. Nou, het zijn de Inferi. Als het goed is zijn dat ze. Voldemort dat, zeg maar, oorspronkelijk in de eerste, tweede Tovenaarsoorlog. Zeg maar, de tijd dat Harry's ouders nog leefden en zo. Toen had Voldemort Inferi, dat was een soort leger van zombies. Eigenlijk had hij gewoon zombies. Dat zijn deze dingen. De Inferi. Voor het gevoel is dat het gamegeluid echt knijterhard. Zou ik het heel gauw zachter zetten? Waarom ook niet, joh. Hier, even tijdelijk. Even tijdelijk of de game hebben ze smoel kan houden. Terwijl ik een prachtig verhaal vertel. Ik was laatst op een feestje. En dat was een feestje van mijn girlfriend Billy. En ja, Billy heeft nog een aantal vrienden die gewoon nog niet zo heel veel drank hebben gedronken. Oftewel, heel snel dronken zijn en alles onderkotsen. En dat is altijd een goede vorm van entertainment. Wat was dat allemaal? Nee, gaan we even door, toch? En een van die gasten die is altijd gewoon dronken. Ze hebben 3 bier erin en hij is gewoon helemaal wappie. Dus ik dacht, ik wil even voor de jongen zorgen dat hij niet doodgaat. Dat is eventjes mijn rol in deze wereld. Ik wil ervoor zorgen dat die jongen niet doodgaat. Dat gun ik hem persoonlijk wel. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon een bierflesje gevuld met water. En zei tegen hem van, hey gast, hier, is een lekker biertje. Drink maar op. Hij zei, ah, thanks Rick. Ik heb hem gewoon de rest van de avond water gegeven. Had het gewoon letterlijk niet door. Ik kan me echt niet voorstellen hoe het is om zo bezopen te zijn. Het is vast een feestje. Tegen die tijd ben ik al lang al iets onderaan het kotsen, joh. Mijn ervaring is voornamelijk dat Aziatische mensen, no racisms, maar Aziatische mensen zijn altijd heel snel dronken. En dat had gewoon iets was dat me opviel. Maar toen later kwam ik laatst tegen dat een bepaald feitje is dat ze maken een of ander eiwit niet aan. Waardoor alcohol dus langer in je bloed blijft of minder makkelijk verwerkt kan worden door je lever. Het is in ieder geval zoiets. Nu we het toch hebben over het verwerken van je lever, dat hele alcoholonderzoek. Je gaat steeds verder naar achter, ja. Het hele alcoholonderzoek waar we net over hadden. Wat ik vooral belangrijk vond wat ze melden is, er is geen gezonde hoeveelheid alcohol. Als in iedere hoeveelheid alcohol die je in je lichaam stopt, is in principe een dodelijke hoeveelheid. In ieder geval niet een dodelijke hoeveelheid, maar het is eigenlijk gewoon gif wat je in je lichaam stopt. Ben ik dood. Maar dit hoort zo. Oh nee, toch niet. I died. En dit level is nog best wel moeilijk hoor. Deze ding is echt super irritant. Maar moet je hier gewoon wat vaker die mega spreukversie doen.
Verweigeren. Wat? Wat is dit ook voor filmpje? Hij staat op. Oké, okay, thanks, denk ik. Moeilijke shit dit, man. Ja, ze zien moet je dat gewoon doen. Je moet er gewoon super blasten. Anders gaan ze gewoon niet dood of zo. Professor! Ga dood! Motherfuckers! Wil je niet even sterven of zo? Je moet echt even focussen op deze shit. Nee, in ieder geval, ik vind het toch wel bijzonder dat in principe alcohol zo'n grote rol heeft in onze samenleving. Dat het super logisch is dat we allemaal gaan zeggen, ja, nee, we drinken eigenlijk gewoon een soort gif. En dan, ja, wat doet het dan? Ja, je wordt gewoon heel onhandig. Je kan niet meer lekker lopen, je moet kotsen, je kan niet meer lekker uit je woorden komen. Het is gewoon een soort drankje dat je dom maakt. Dan zeggen mensen wel vaak dat domme mensen gelukkiger zijn. En misschien is dat een beetje het geheim van alcohol. Dan moet ik zeker niet hypocriet gaan lopen doen. Ik heb zelf net nog biertjes lopen tikken. Bier is prima. La 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 la. Maar het is wel interessant dat wij zo'n grote rol hebben gegeven aan iets wat praktisch gewoon drinkbaar gif is. Ja toch, ben je wat Perkamentus doet. Alleen hij krijgt er nog een gruzielement, een stukje van Voldemort's ziel. Hey, what the fuck? Ik wil net zeggen, ik kan opeens niet meer spelen, dat is raar. Vuur is shit. Oké, okay, gauw. Ga even gaan het geluid voor je harder zet. Zo, hoppakee, game weer aan. Kan gewoon. Professioneel. Zeg maar, sommige YouTubers nemen hun gamegeluid en hun eigen stem los op. Dat zou super handig zijn. Dan kan ik het gewoon harder zetten wanneer het moet. Maar ik kan dat niet. Dan moet ik gewoon even gauw de game harder in zachter zetten. Ik neem alles gewoon op in één groot bestand. Wat onhandig is. Als er iets verkeerd gaat in je opnames, dan ben je alles kwijt. Maar dat is een risico dat ik heel graag neem. Vind ik lachen. Nee, ik moet naar professor Snape. Snel, Harry. Verstop je beneden. Laat je niet zien wat er ook gebeurt. Professor! Doe wat ik zeg, Harry. Je bent geen moordenaar, Draco. Ik ben echt benieuwd, zeg maar, in de bios. Ik kan me er niet meer herinneren, maar ik denk dat mensen echt geschokt waren. Er zijn hier dooddoeners! Ik repareerde de verdwijnkast in de kamer van Hoge Nood om ze binnen te laten. Dat had u zeker niet verwacht, hè? Goed zo, Draco. De mensen die de boeken nog niet gelezen hadden en hier in de bios zaten, dat ze kijken van holy shit, wat gebeurt hier? Kijk eens, wie we daar hebben. Perkamentus, zonder toverstok en alleen door Draco. Hij heeft er het lef niet voor. De heer van het duister was duidelijk. De jongen moet het doen. Nee, Severus, toe. Avada Kedavra. Daddy, no. Snape. Ik denk dat echt wel. Er zijn vast filmpjes van op YouTube. Dat een of andere vrouw zo. Ah! Ik zie dit helemaal voor me. Er is een kanaal op YouTube die doet dat. Dat is gewoon een bar. Ik kijk daar wel eens video's van. Die gaan dan in een grote kroeg. En die gaan dan met z'n allen de nieuwe aflevering van Game of Thrones kijken. En dan zie je gewoon erin. Dus je kijkt dus niet op de YouTube video de aflevering terug. Je ziet hoe de kroeg reageert. Dus dan hebben ze ook echt bepaalde highlights van een bepaalde battle. Waar iemand doodgaat, opeens heel onverwachts. En dan zie je gewoon al die groep, hele grote groep mensen allemaal gillen. En nee, godverdomme. Dat is super cool om te zien. Er zijn sowieso ook hele reactiedingen hoor. Je kan gewoon jezelf opnemen terwijl je een film kijkt. En dan, wow, look at me. Ik zou dat moeten doen. Voortaan ga ik mezelf filmen terwijl ik boeken lees. Zie je me reageren? Je ziet voornamelijk gewoon mijn wenkbrauwen op en neer gaan. Oh kut, ik heb echt amper wenkbrauwen. Als ik wenkbrauwen had, dan zag je hoe ze op en neer gingen. In principe heb je nu de game al uitgespeeld. Pegament is dood. Het enige wat je moet doen is nog een paar dooddoeners verslaan. Dit is het einde van de game. Ik vind het zelf echt een gigantische anticlimax. Ik heb een hele epische gebeuren met Pegament. Dus dat eigenlijk alleen maar is die Imperi weghouden. En nu moet je alleen nog even een paar dooddoeners verslaan. Zo, weer eentje dood. Dat dood doen we zonder probleem. Verschrikkelijk grap. Voor de rest, nu we toch al zo lang in zo'n saaie video als dit zitten. Nou, was wel leuk. Voor mijn gevoel. Ik hoop dat je de video leuk vond. Aangezien je toch al zo lang de video kijkt. Ten eerste, doe een duimpje omhoog. Als je het gewoon nog niet gedaan hebt. Ten tweede, als je wel nog een update wil van hoe het gaat met mijn studie. Denk ik, stop ik dat ergens helemaal achterin. Ik heb vandaag gehoord dat ik nog een vak gehaald heb. Vertel eens iets van Sustainable Energy. Wat inhoudt, ik heb dit jaar 42 studiepunten gehaald. Tot nu toe, op het schema te lopen, moet je 42 studiepunten hebben. Maar ik heb ook nog een paar herkansingen. Ik schrijf me dus momenteel vaak in voor meer vakken dan je eigenlijk moet doen. Hoe universiteit werkt, allemaal ingewikkelde shit. Maar je moet eigenlijk zeggen gewoon dit jaar, ja, boeit niet zo wat je moet doen.
als je aan het einde van het jaar maar zoveel toetsen hebt gehaald. En je kan je gewoon voor heel veel dingen tegelijkertijd inschrijven. Dan komt het ongeveer op neer. Dus ik heb me in het begin voor heel veel dingen ingeschreven en al die shit gehaald. Nu heb ik nog een paar extra kansen om nog meer punten te halen. Zeg maar, als ik de komende 2 weken goed mijn best doe, kan ik gewoon al 3 maanden eerder met vakantie. 2 maanden eerder met vakantie. Dat is ongeveer een beetje mijn studiesituatie. Ik kan lekker door, dan heb ik nog meer punten dan jullie überhaupt nodig hebben. Heb ik 120% van het jaar uitgespeeld. Daar ben ik in ieder geval erg blij mee. Vorig jaar was ik echt nog aan het struggelen met, oh shit, ga ik dit jaar mijn diploma halen, ja of nee? Nu is het echt van, oh, ik heb dit jaar eigenlijk nu al meer, ik loop eigenlijk gewoon voor op schema, wat super chill is. Echt gewoon nul stress momenteel. Nou, ik wil je gewoon zeggen, gaat goed. Toch wel blij, omdat het me een soort van lukt momenteel om YouTube en deze shit te balanceren. Dan moet ik wel zeggen, het is momenteel 3:55 morgens. Dus of ik YouTube en school nou echt kan balanceren? Mensen zeggen ook wel eens, je hebt zeg maar hobby's. Hobby's / vrije tijd, school en vrienden. En je kan er maar 2 hebben. En genoeg slapen of zoiets. Je kan er maar een paar hebben. Je kan niet alles hebben. Dus voornamelijk gaat slapen bij mij aan. Ik ben nu... Ik had ook gewoon dit weekend kunnen zeggen, ik heb geen tijd. Ik doe een normale ATC gameplay. Maar ik dacht, nee joh. Harry Potter 6 moet ik toch een keertje aankomen. Fucking Bellatrix. Blijkbaar leef je corpus dus door hun schilder heen. Wat best wel handig is om te weten dat je hem kapot wil maken. Ze hangt ook heel veel filter in de lucht van... Ja. Gaan we wat doen, of niet? Vuile heks. Hoppakee, in dat vuur. Mag je Snape battelen? Nee toch? Hoe durf jij mijn eigen spreuken tegen me te gebruiken, Potter? Ja, ik ben de halfbloedprins. Einde van de game. Ik moet wel zeggen. Einde van de halfbloedprins is echt heel goed. Over favoriete Harry Potter film gesproken en zo. Het feit dat zo Snape in één keer Voldemort in één keer Pergamentus doodmaakt. En zo, ik ben de halfbloedprins. Het was een perfect einde gewoon. Waar is Pergamentus, Harry? Waar is Pergamentus? Dood. In het boek is het echt super episch hoe Harry daar helemaal kapot is van het feit dat Pergamentus dood is. U mag de leerlingen niet naar huis sturen. Ze hebben het recht om afscheid te nemen. Fucking Snape ook altijd. Met zijn snode plannetjes. Het was Snape. Het was dus toch Snape. En ik deed niets. Een raar idee. Dat dit een stuk van Voldemort's ziel is. Ja, alleen dat is het niet. Hij is niet echt. Er zat een briefje in. Iemand heeft de echte gestolen en die moet ik nu vinden. Ik moet afmaken wat Pergamentus begon. Wij moeten het afmaken. Je denkt toch niet dat je al die gruzelementen in je eentje kunt vinden? Denk je dat we ooit nog terugkomen op Zwijnstein? Ja. Geen idee. In het laatste boek. Ik ga 4 gruzelementen zoeken en ik ga ze allemaal vernietigen. En ik hoop voor Severus Snape dat ik hem onderweg niet tegenkom. Hey. Hartelijk bedankt voor het kijken van Harry Potter en de halve bloedde prins. Ik heb weer genoten van deze aflevering van de XXL gameplay. Toch even goed iets meer dan 3 uur geluld. Zoals ik al zei, het is niet een hele lange game. Misschien denken mensen dat het een film is. En krijg ik weer een lekkere, sappige bak views. In ieder geval hartelijk bedankt voor het volledig afkijken van dit monsterlijke meesterwerk. Een grote stuk troep. Waarschijnlijk ben ik over een paar maanden weer terug met een XXL gameplay van Harry Potter 7.1. En een paar maanden daarna weer met Harry Potter 7.2. Ik wil ze niet te dicht op elkaar gooien voor de mensen die zeg maar niet van Harry Potter houden. Wat volgende week in de XXL gameplay komt, ik heb nog geen idee. Misschien, alvast een klein hintje, misschien Sniper Elite 3. Dat is een game die kijkers me hadden aangeraden. Ik heb hem nu een beetje gespeeld op stream, hij is erg leuk. Je kan mensen hun teelballen eraf schieten. Wat wil je nog meer? Je verteelbalt je nooit, je verveelt je nooit. Leuk game. Je ziet trouwens alle stemmen, of niet? Ja. Is het Nederlands? Ja toch? Nou... Als ik zo kijk... Bradley Cook... Het zijn niet echt Nederlandse namen, zeg maar.
Komen ze in alle talen langs? Of, oh, het staat er lekker bij. Is dat de stemacteurs Italië? Ah. Is Nederland al geweest? Dan ben ik wel benieuwd. Al die Italiaanse namen. Fantini. Sessone. Ridolfo. Fantini. Waar is Nederland? Stemacteur Spanje. Spannend. Suarez. Amigo. Amoros. Oh man. Is Nederland al geweest of niet? Wel leuk dat ze al die stemacteurs shout-out geven, aangezien dat heel vaak niet gebeurt. Deze game is trouwens ook echt in 20 talen gedaan, dus dan hebben we het hierbij houden. Ze hebben Nederlands vast eerst gedaan. Anders geen idee. Nou, even kijken voor deze aflevering van de XXL Gameplay. Hopelijk zie ik je volgende week weer en tot die tijd gooi ik misschien al wel een paar video's online. Nou, even kijken. Doei!